Yes, zoals je kan zien is dit een extra lange video. Dit zijn namelijk alle One Block video's achter elkaar. Eén grote lange video dus, speciaal voor jullie. Met echt ontzettend veel YouTubers. Zoals bijvoorbeeld Santino, Alex, Jesse, Giel, Pro-speler, echt iedereen komt langs. Dus geniet van deze extra lange One Block. Jullie zien het goed, ik sta op een blok. Want dit is het begin van mijn splinternieuwe One Block serie. En het is letterlijk heel simpel, we gaan One Block spelen. Jullie vragen ook heel vaak aan mij, Mick, wil je wat langere video's maken? En dit worden hele lange video's, want ik ga letterlijk gewoon One Block spelen. En jullie mogen meekijken. En het eerste doel van One Block is natuurlijk altijd dat ene blokje onder je hakken. Zodat we even wat meer dirt krijgen. En zodat ik zeg maar mijn One Block kan groter maken. Ja, nu is het geen One Block meer, maar een soort eilandje geworden. En uiteindelijk zal deze One Block, als het goed is tenminste, mij ook hout gaan geven en steen en allemaal dat soort dingen. Want ja, anders wordt het wel heel erg moeilijk. Ik hoop tenminste dat het me iets van steen gaat geven of hout. Ja, eindelijk, daar hebben we het. Want anders wordt het een hele saaie One Block. Oké, we hebben één hout. Dan kunnen we op zijn minst dan een crafting table van gaan maken. En die gaan we ook nodig hebben. Maar laat ik ook even met al dat dirt mijn eiland nog groter maken. Voordat ik er dadelijk afval of zo. Want ja, als ik er één keer afval, dan ben ik al mijn spullen kwijt. En dat vind ik niet zo fijn. Dus laten we even dit eilandje nog een stukje groter maken. Zo, hoppa. Oké, en dan doen we... Dit is trouwens wel genoeg. En dan zetten we hier even de crafting table neer. En dan mag jij mij, gewoon nog eventjes wat extra hout geven. Zodat ik op zijn minst een schep kan maken. Kijk eens aan. Dankjewel. Dat is wat ik wilde. En dan doen we het zo. En dan maken we hier een stick van. En dan kan ik nu een schep maken. En met deze schep hak ik dirt op zijn minst al wat sneller weg. Hout, dat nog niet. Maar ik denk dat ik op dit moment nog alleen maar heel veel dirt ga krijgen. Dus dit kunnen we net zo goed even allemaal met een schep nog doen. Kijk eens aan. Dan hebben we nu al zelfs 3 hout. Let's go. Zelfs 4 hout. We krijgen gewoon 2 keer achter elkaar hout. Hoppakee. En we krijgen nog meer dirt. Dat krijgen we trouwens ook. Mosblok. Joepie. Hoppakee. Kijk eens aan. Nog meer hout. Dat is heel erg fijn. Nog meer hout. Kijk, nu wordt het leuk. Nog meer hout? Nee, dat niet. We hebben weer gras. Wat ook wel fijn is, als ik dit gras even laat staan, dan gaat dat volgens mij doorgroeien. Dat is ook wel even nice. Want als ik ooit een farm wil starten, is het wel handig als het gras doorgroeit. In ieder geval, we maken van al deze oaklogs ook planks. En dan kan ik ook eventjes een pickaxe maken. Dat is handig als we straks iets van steen krijgen. En ik maak ook tegelijkertijd een X voor het hout dat ik kan weghakken. Zo, hoppakee, dan gaan we weer lekker door. En ik hoop dat ik snel steen krijg. Want dat is wat ik nu nodig heb eigenlijk. Kom op, geef me even wat steen. Ik heb al genoeg hout om straks een huisje te kunnen bouwen. Daar ben ik wel van overtuigd dat ik een huisje kan bouwen. En dat is natuurlijk ook het doel van deze aflevering. Het is de eerste aflevering. En ja, dan wil je gewoon een huisje bouwen. Dus dat is het doel, dat we deze aflevering een huisje krijgen. En daarvoor heb je zeker wat hout nodig. Maar ja, ik zat in het begin echt te zeuren om hout. Maar nu vind ik het wel prima hoor. Nu heb ik wel genoeg hout. Nu mag je me gewoon iets van steen geven. Kom op. Geef me even steen. Kom op nou. Oké, volgens mij wilt het me geen steen geven. Ik denk dat ik nog heel vaak deze one block moet hakken voordat ik in de steenperiode kom. Maar hey, kijk eens aan. We hebben al 11 hout in totaal. Kijk hoeveel planks we al hebben. We hebben gewoon al een stack. Let's go. En we hebben ook al iets van 30 dirt. Dus laten we ons platform ook weer even een stuk groter maken. Ik ga hem sowieso even hier wat breder maken. Kijk eens aan. Zo, zo, zo. Zo, 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 zo. En ik doe ook de hele tijd wat misplaatsen. Dat is heel irritant. Zo, zo, zo. En dan gaan we ook even de andere kant maken. Maak hem ook even 4 breder. Boom, boom, boom. En dan doen we weer dit, dit, dit. En dan hebben we al een super breed platform. En dan is ons dirt alweer op. Ik zou hier wat van die mosblokjes kunnen plaatsen. Heel erg mooi mosblokje. Ja, ik vind ze prachtig. Oké, en dan kunnen we weer even verder met de one block hakken. Zodat we ook weer wat meer dirt krijgen. Want ik wil ons eiland eigenlijk gewoon net zo groot als de border maken. Dat lijkt me chills. Er zullen vast ook manieren zijn hoe ik de border groter krijg. Ik heb letterlijk deze map gewoon gedownload van een website. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal te wachten staat. Ik
Ik dacht, ik ga gewoon een OneBlock doen. En ik denk dat jullie dat wel leuk vinden om naar te kijken. Toch? Hoop ik tenminste. Laat zeker even in de reacties weten of jullie vaker dit van OneBlock willen zien. En laat ook weten met wie ik OneBlock moet doen. Want in de volgende aflevering kan ik misschien wel iemand uitnodigen of die dan mee wil doen. Dus hey, als jullie zeggen van, hey, vraag Giel of Santino of Jesse of Alex, weet ik veel. Dan laat even in de reacties weten. En dan vraag ik degene misschien wel voor de volgende aflevering of die mee wil doen met mij in OneBlock. Oké, we hakken dit eventjes weg. Zo, hoppakee. En dan hebben we alweer bijna de 20 dirt. Als we ongeveer 20 dirt hebben, dan gaan we weer voor één. Oh, we hebben een villager. Hallo, villager. Hey, kijk eens, villager. Pierce. Oh, wow, dat is best wel een oké deal. Als ik jou vier dit, dan geef jij mij dat. Is dat een goede deal? Villager, ik wacht nog even. Ik sowieso heb ik cobblestone nodig, want daar geef jij wel goede dingen voor. Dus als dit ding mij nou even cobblestone geeft. Wat was dat nou weer? Modder. Oh, dankjewel voor de modder. Dat is heel erg fijn. In ieder geval, we gaan ons eiland weer even wat groter maken. Ik ga het hier gewoon weer 3 breder maken. Zo, hoppakee. Even kijken hoe ver we gaan kunnen komen. In ieder geval, ons eiland is nu al best wel groot. En dat is ook fijn, want ja, straks valt de villager eraf. En de villager, die ga ik nodig hebben. Maar hey, aangezien die villager steen wilt, verwacht ik wel op ieder moment dat ik steen krijg. Ik krijg nu bijvoorbeeld al modder. Dat is al dingen die ik eerst niet kreeg. Dus steen, misschien komt het er op elk moment aan. Kom op, geen steen. Geen steen. Het is een soort van wachten totdat we steen krijgen. Maar ik heb er veel vertrouwen in dat steen eraan komt. In ieder geval, ik heb wel meer dan genoeg hout. Dat is, daar heb ik echt niet over te klagen. Ik zou met die villager op zich wel kunnen ruilen. Wat is dit nou weer? Nee. Nee. Ik val door mijn OneBlock heen. Nee. Dit meen je niet. Ben ik nou mijn spullen? Ik ben mijn spullen kwijt. Nice. Was jij dat, villager? Heb jij mij door die OneBlock heen gegooid? Ja, ik was het. En als je niet oppast, doe ik het gewoon weer. Ik denk dat het die villager was. Oké, dat hebben we dan ook weer geleerd. Ik moet niet op de OneBlock staan. Opeens heb ik weer heel weinig hout. Ik heb nu bijna geen hout meer. Oké, misschien was het wel heel dom op de OneBlock te staan. Dat was misschien wel een beetje mijn eigen fout. Maar dat moet ik dus niet meer doen. Want ja, blijkbaar kan je dan er doorheen vallen. Oké, geef me nu maar gewoon weer heel veel hout. Ja, dat doe je. Hoppakee, kijk eens aan. We hebben alweer 6 hout. Dus we zitten sowieso wel goed. Stel je voor, we hadden nu opeens cobblestone. Maar we konden het niet hakken, weet je wel. Omdat we geen pickaxe hadden. Omdat we dood zijn gevallen. Dat zou heel erg sneu zijn. Maar hey, we hebben weer genoeg hout om sowieso een pickaxe te kunnen maken. Ik wacht ook even nog met tools maken. En het wordt ook donker, wat ik niet heel erg fijn vind. Kom op, geef me nou even steen. Dan kan ik op zijn minst een stenen zwaard en zo maken. Kom op, geef me even. Ik hoef geen modder en dirt meer. Ik ben er klaar mee. Ik vind het prima met al die modder en dirt. Ik ga mijn eiland wel nog iets groters maken, want ik ben echt bang dat die village eraf valt. Zo, hoppakee. En dit nog even. En kijk eens aan. Het is echt al een groot eiland. Want je kan het geen OneBlock meer noemen. Oké, geef me nu maar gewoon steen. Ik vind dat ik lang genoeg heb gewacht. Kaba, 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 kaba. Geef me steen, geef me steen. Ik wil zo graag steen. Nee, 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 nee. Dat is ook geen steen. Ik heb wel... Oh, ik heb een sapling gekregen. Dat is ook wel heel nice. Of ja, moet ik er blij mee zijn? Eigenlijk ook weer niet. Want ik heb zoveel hout eigenlijk al. Zeg maar, heb ik bomen nodig aangezien... Ja, dit ding geeft mij... Gewoon alleen maar hout. Ik weet niet of ik per se bomen nodig heb. Maar ik vind het wel een beetje eng aan het worden dat het donker is. En dat er dus dadelijk monsters kunnen spawnen op mijn mooie eilandje. En we krijgen ook maar geen hout. Ik weet niet. Moet ik een houten zwaard dan maar maken? Is dat slim om te doen? Wat gebeurde er? Ik hoorde iets. Oh, huh? Wat? Is er nog een villager bij? Hallo. Hey. Oh. 3 diamonds. Strings. Hij... Oh, een raw koper. Ik weet nog niet of ik hier heel blij mee moet zijn. Ik kan hier in de toekomst wel wat aan hebben. Aan die dingen die hij wil ruilen. Maar op dit moment heb ik er eigenlijk nog helemaal niks aan. Ik wil op dit moment eigenlijk gewoon steen. Dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment wil. In normaal Minecraft kan je heel makkelijk steen krijgen. Alleen hier is het echt net als diamonds. Het is echt onmogelijk om te krijgen, lijkt het wel. Ik ben wel blij dat er volgens mij nog geen monsters spannen op mijn eiland. Dus dat is wel heel erg fijn. Ondertussen doen we dit even. Groter. Found land. Ja, blijkbaar heb ik land gevonden. Is mijn eiland op dit moment groot genoeg om monsters erop te laten spannen? Betekent dat die achievement? Ik weet het niet. In ieder geval, ik maak mijn eiland nog even iets groter. Zo, hoppakee. En dan gaan we weer door met de OneBlock hakken, waar ik maar geen steen van krijg. Maar ik weet, als ik lang genoeg door blijf gaan, dan komt er op een gegeven moment wel iets van cobblestone. Misschien is er een of andere villager die
Hey, wil traden? Ik... Wel bone meal, dat is op zich wel chill. Waar? Oh, ik kom één deur tekort voor de bone meal. Villager, je moet hier niet opstaan. Hey, nu heb ik het trouwens wel. Zo, hoppakee. En dan kan ik denk... Kan ik nou... Waar? Ik heb een idee. Kan ik nou... Oké, dat was niet heel slim om te doen, denk ik. Ik dacht, ik kan misschien via dit het gras laten groeien. Maar dat gaat niet. Ik heb eigenlijk een grasblok nodig of zo. Weet je wel, een blok van gras, zodat dit ook gras gaat worden. Of moet ik letterlijk wachten? Ik kan één van de twee doen. In ieder geval, jij kan mij ook geen steen geven. Je hebt wel heel veel dingen wat je mij zou geven als ik jou steen geef. Maar ja, ik heb zelf geen steen. Ik ga maar weer door met deze wanblok hakken. Zo te zien vallen villagers niet door wanbloks. En is dit steen? Ja, dit is steen. Let's go! We hebben steen. Steen. Yeah. Oké, ik ga snel een pickaxe maken. Ik ben nog nooit in mijn leven zo blij geweest met een lekker steentje. Hoppakee, daar gaan we dan. En onze allereerste cobblestone. Yes, let's go. En nu krijgen we weer dirt. Joepie. Oké, krijgen we nu gewoon nog meer steen? Dat zou wel heel erg fijn zijn. Maar even nog iets meer steen. Ik ben blij met één steen, maar eigenlijk... Ja. Kijk. Eigenlijk hebben we 3 steen nodig. Zodat ik op zijn minst een stenen pickaxe kan maken. En zo. Kijk eens. Hoppakee. En dan gaan we voor de stenen pickaxe. Let's go. Oh, hier ben ik wel enorm blij mee. Ik had niet verwacht dat ik zo snel steen zou krijgen. Kijk. Hoppa. Weer steen erbij. En dan gaan we weer op. En nog weer steen erbij. Oké, geef me nu maar gewoon alleen maar steen. De deur, daar ben ik wel klaar mee. Kom op. Oké, we hebben hier weer een soort van hout. En dan weer gras. En dan krijgen we daar weer steen. Hier naar steen. Steen. Nee, steen. Oké, hout is nog steeds populairder dan steen. Dat is wel duidelijk. We hebben ook weer enorm veel dirt. En we hebben opnieuw weer 3 steen. Dus dat is wel chill. Zo, hoppakee. We gaan ons eiland weer ietsje groter maken. Maar eerst hak ik even deze steen hier weg. En deze steen weg. En deze steen... Oh, dat was even lekker. Oh, kijk eens aan. Oké, nu gaan we even ons eiland weer groter maken. We hebben 8 steen in totaal. En heel veel van die villagers, die konden dus dingen ruilen met steen. Dus ik ga eens even kijken of ik dadelijk iets goeds kan krijgen via die villagers met 8 steen. Misschien kan ik wel iron krijgen of zo. Eens even kijken. Jij kon met mij voor 12 steen een potato. Dat is handig als ik ooit een potato farm wil beginnen. Waarom heb ik trouwens nog met 1 villager is weg blijkbaar. Jij kan voor 4 voor een ei. Dan kan ik een kip krijgen. Sugar canes. En cool chicken. Ja. En die andere villager die is er denk ik afgevallen. Dat was de villager die mij iron kon geven. Heel erg nice dit. Oké, ik ga maar gewoon weer even door met de one block hakken. En dan moet ik wel doen met een pickaxe, zodat ik ook een steen oppak. En we krijgen opeens zoveel stenen. Het is echt niet normaal. Het gaat opeens echt heel erg hard. Volgens mij zijn we eindelijk aangekomen in de steenperiode van onze one block. Dit is echt wel heel chill. We hebben gewoon al 22 steen in totaal. 23 nu zelfs. En ja, we krijgen het eigenlijk net zoveel als hout. We krijgen nu alleen bijna geen hout meer. Dat is nu voorbij. Ik denk dat we nu, zeg maar, heel erg zuinig moeten zijn met ons hout. Want ja, we krijgen nu toevallig hout, maar we krijgen niet meer heel veel. We krijgen nu voornamelijk steen. Dat is wel grappig eigenlijk. Eerst krijg je heel veel hout en nu krijg je opeens heel veel steen. En trouwens, met die boommeel kan ik misschien deze boom laten groeien. Oh, dat is helaas te weinig. Wacht, ik heb hier nog meer. Dan kan ik hem weer geven. Dan moet dit wel genoeg zijn. Kom op. Ik heb zo'n gevoel dat die boom niet kan groeien op dirt. Dat had ik kunnen weten. Oké, wat ik trouwens nog meer ga doen. Ik ga een huis maken. Het is tijd om mijn huis te gaan maken op de one block. En ja, ik wil natuurlijk mijn huis mooi maken van hout. Want hout heb ik meer dan genoeg. En ik dacht, een mooi idee. Ik ga deze hier even weghalen. En dan gaan we, denk ik, hier zo mijn huisje maken. Recht voor de one block. Zodat ik de one block altijd goed in de gaten kan houden. Kijk eens aan. Dan doen we hier zo'n pilaartje. Hier een pilaartje. En hier een pilaartje. En dan gaat de rest, dat wordt lekkere open plankjes. Kijk eens aan. En die doen we dan hier zo lekker vullen. Ja, het wordt echt het meest simpele huisje dat er is. Ja, waarom zou ik moeilijk gaan doen? Sterker nog, ik kan niet eens moeilijk doen. Het is niet... Ik kan geen ramen maken, niks. Want ik heb geen zand om ramen te maken. Dus ja, ik moet het eigenlijk ook op de meest simpele manier doen. Ik maak hem wel nog iets hoger, zodat je op zijn minst kan springen in mijn huis. Zo, dat was een riskante sprong. En dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan hier wat plankjes. En dan komt hier zo mooi. Oh, wat
wat ziet mijn huis er zo prachtig uit. En op zich kan ik er op deze manier nog een soort van raampje in maken. Dan komt hier de crafting table. En dan moeten we even nog wat meer oak plankjes maken. Kijk eens aan. En dan maken we hier ook... nee, hier maken we geen raampje. We hebben hier één klein raampje. Nou, dan moet er nog een dakje bovenop. En ja, dat wordt eigenlijk het meest simpele dak dat je ooit hebt gezien. Zo, 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 zo. En volgens mij vinden de villagers het ook heel leuk in het huis. Oké, we maken ook even een deurtje erbij. Zodat als er enge monsters komen, we op zijn minst... zeg maar veilig zijn. Oké, daar gaan we dan. Boom. En kijk, nu zijn de villagers ook veilig. Dat is ook wel handig. Hoppakee. Ja, het is echt het meest simpele huisje. Laat ik dit blokje nog even weghalen. Zodat mijn huis helemaal veilig is. En oh ja, villagers kunnen natuurlijk deuren open doen. Nee, ik had dat blokje op het dak weggehaald. Omdat het dan natuurlijk mooi is. Niet veilig. Ik weet niet wat ik zei. Om het veilig te maken, gaan we even een chest maken. Zo. En dan kan ik nou even al mijn spulletjes in doen. En als ik dan doodval, dan ben ik op zijn minst niet al mijn spullen kwijt. Dat is wel fijn. Ik pak alleen deze stenen pickaxe nog even. Want we gaan nog even meer die one block hakken. Come up. We moeten even gewoon meer steen krijgen. En nog een villager erbij. Als er nou nog even een villager spant. Die misschien mij iets van iron kan geven. Dan hebben we de eerste aflevering al iron. Hoe ziek zou dat zijn? Ik denk niet dat het gaat lukken. De eerste aflevering al iron. Maar hey, je weet maar nooit. Misschien komt er opeens een iron blok daar. In ieder geval, het steen gaat wel heel hard. Kijk, we hebben al gewoon weer 8 steen. En we krijgen ook... oh, mijn pickaxe is kapot. Maar ik wou zeggen, we krijgen ook heel veel dirt erbij. En met dirt kunnen we natuurlijk... hé, wat? Mijn boom is gegroeid. Waarom groeide mijn boom niet door dat boommeel? Dat vind ik heel gek. Maar hé, blijkbaar kan je boom wel groeien. Oh, sorry villager. Maar blijkbaar kan je boom dus wel groeien. Dat is heel erg chill. Ik dacht dat een boom misschien per se op gras moest staan. Maar op dirt kan een boom ook groeien. Oké, nou dan hakken we die boom gelijk weg. Daar hebben we nog meer hout. Want hout hadden we al niet genoeg. Hé, maar misschien dropt hij wat appels en saplings. Dat is ook fijn. Zo, hout doen we weer zo mooi in het kistje. En deze sapling pakken we ook weer. En dan planten we die gewoon lekker hier zo. En dan maken we ons eilandje van achteren even wat groter. Kijk eens aan. Zodat mijn huisje niet op het randje staat. Oh ja, we hebben iets meer dirt nodig. Maar hey, wat we ook even gelijk doen is een extra pickaxe maken. Want die is kapot gegaan. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Wat cobblestone erbij. En bang, hebben we weer een mooie prettige pickaxe. Pickaxe. En dan gaan we weer lekker, ja, one block minen. Ja, uiteindelijk is dat one block, hè. Je mined je one block. Oké, kom op. Geef me nou gewoon weer even een villager of zo. Gewoon even een villager. Of weet ik veel, een varken. Mag ook gewoon uit de lucht vallen. Vind ik ook prima. Oké, het lijkt erop dat we niet iets van iron nog gaan krijgen of zo in deze aflevering. Maar zoals ik ook tegen jullie zei, in de volgende aflevering ga ik proberen om iemand erbij te regelen, zodat ik niet alleen ben. En welke YouTuber dat is, dat mogen jullie bepalen in de reacties. Dus hey, laat even weten welke YouTuber jullie de volgende aflevering erbij zouden willen hebben. En ondertussen hebben we wel weer iets van 14 dirt. Dus dan kan ik dit op zijn minst afmaken. Zo, hoppakee. En laten we 2 breed maken, zover dat kan. Kijk eens aan. Oh, dat kan perfect. Kijk eens, dit is wel een stuk fijner. Dan valt mijn huis niet bijna eraf. Dat is een stukje beter. Oké, laten we even kijken of we nog wat steen krijgen. We krijgen zeker nog wat steen. Kijk nog hoeveel steen we hebben. We hebben gewoon alweer 21 steen in de inventory. En we hebben zelfs hier... kijk dan, we hebben gewoon 52 steen. Wat wou we ook weer ruilen voor steen? Oh, hij wil niet meer met mij ruilen, blijkbaar. En jij nog wel. Jij wil eieren en kip. Kip is wel handig, trouwens. Als ik echt honger krijg, kan ik bij hem kip kopen. Maar ik krijg blijkbaar geen honger. En... oh, ik hoor wat. Is er weer een nieuwe villager bijgekomen? Ik denk dat dat deze villager is die hier boven op het dak staat. Kijk eens, een nieuwe villager. En die wil goud ruilen voor dirt. 47 dirt, wel. Terracotta en iron. En ja, eigenlijk, ik heb nog steeds niks aan jou, villager. En mijn andere villager is weer weg. Oké, blijkbaar kan ik dus maar 2 villagers tegelijk hebben. Dus wanneer er een nieuwe villager komt, gaat er een andere villager weg. Dat is ook weer goed om te weten. Want als ik dus nog iets wil hebben van een villager, dan moet ik dat wel op tijd kopen. Oké, ik vind het wel weer genoeg geweest voor vandaag. Ik denk dat ik dit even allemaal in de chest ga leggen. Wat ik trouwens ook echt nodig heb, is een bed. Maar dat gaan we allemaal in de volgende aflevering fixen. Welkom weer terug bij een nieuwe One Block video. En zoals je ziet, staat hier mijn huisje die ik heb gebouwd op mijn One Block. Alleen in dit huisje zit de allereerste gast. Ik had namelijk aan jullie gevraagd, wie moet er meedoen in de volgende aflevering? En de meeste mensen die zeiden, kom maar tevoren. Voorschijn. Pro-spelen! Hallo, hallo, hallo. Confetti! Confetti!
Jee. Hey. En kijk eens, pro-speler. Dit was zeg maar ook wat ik de vorige aflevering de hele tijd zei. Ik kan niet wachten totdat er gras is. En dat is toevallig vannacht allemaal gegroeid. Kijk eens aan. Zo, je hebt al een leuk startje hier. Een leuk huisje. Ja, de one block is al een stukje groter. Maar wij gaan vandaag gewoon weer lekker een half uurtje spelen. En hem nog groter maken, hoop ik tenminste. Ik denk dat dit de one block is. Kijk eens aan. Dat is de one block. Wat is dit dan? Ja, dat is modder. Kijk hier, mag jij wel hebben. Oké. Ja, je krijgt er echt van alles uit. Op dit moment krijgen we nog voornamelijk hout en steen en allemaal dat soort dingen. Ja, je moet het zo zien. Ik heb dit gewoon echt nog nooit gedaan. Dus je nou zojuist deed was echt gewoon magie voor mij. Dit dus... heb jij nog nooit gedaan? Ik heb dit nog nooit gedaan. Oh, dan wordt het dus een hele leuke video. Als ik dit breek dan... Oké. Ja, dit wordt leuk. Natuurlijk wordt dit leuk. Ja, nou, ik zal... Dus je moet eigenlijk gewoon de hele tijd die one block blijven hakken. En dan krijg je de hele tijd spulletjes en dan ga je steeds verder. Ja, weet je, ik geef jou alvast een pickaxe. Oh, met die steen. Ja, precies. Hier, kijk eens aan. Hier, hoppakee. Kijk, dat heb ik even voor jou gefixt. Ik heb namelijk al best wel wat steen. Wat er ook uit de one block kan spawnen, dat zijn villagers. En met die villagers kan je dan bijvoorbeeld traden. En die willen dan bijvoorbeeld 16 modder. Dan is modder handig. Voor bijvoorbeeld een iron. Dat zou kunnen. Er stonden 2 villagers op mijn eiland al. Maar die zijn nu weg. Ik weet niet waarom. Maar ik logde vandaag in en de villagers zijn opeens verdwenen. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar dat maakt niet uit. Want er komen vast wel weer nieuwe villagers. En er kunnen ook niet meer dan 2 villagers op het eiland. Want dan die spant er 1 als er weer een nieuwe komt. Dus je moet ook op tijd traden. Oké, maar je wilt dus op een gegeven moment wel de villagers wegdoen. Zodat er een nieuwe komt die weer andere dingen dan... Nee. Eigenlijk wanneer je de one block blijft hakken, dan kan er een villager spawnen. En wanneer er dus een derde villager spant, dan gaat er 1 weg. Automatisch. Oké, op die manier. Ja, het is een beetje verwarrend, hè. Het is niet normaal. Goed bezig. Ik ga ondertussen, dat jij die one block aan het hakken bent, ga ik het eiland gewoon nog groter maken. Ja, je zou denken dat er iets van een... Ja, het is nog niet mogelijk. Iets van een farm of zo zouden willen, toch? Ik wil wat eten. Ja, precies. Nou, kijk, dat kan je dus ook met die villagers traden. Zaadjes en allemaal dat soort dingen. Ik had met 1 villager bijvoorbeeld, kon ik bone meal. Dat was ook wel chill. Alleen ja, die villagers zijn nu weg. Dus eigenlijk moet jij gewoon even heel veel die one block hakken, zodat ik gewoon weer even met een villager kan ruilen. Hier, wil je deze anders ook hebben? Deze stenen echt. Ja, die wilde ik net gaan maken. Kijk eens. Ik had al zo'n idee dat jij dat net wilde hebben. Weet je wat? Ik ga gewoon nog erger. Ik ga ook gewoon een schepper bij maken. Doe het. Ik ga ondertussen, heb ik hier weer een oak sapling gekregen. Die gaan we ook weer even planten. Niet dat we hout nodig hebben, maar ja, weet je, waarom ook niet eigenlijk? Waarom zou ik hem niet planten, hè? Je wil zoveel mogelijk hebben, hè? Ja, precies. En wat mij ook leuk leek, is eigenlijk, ik weet niet hoeveel dirt je hebt. Kan je mij de dirt geven? Als jij me gewoon telkens de dirt geeft, dan kan ik het eiland groter maken. Want dit huisje is echt triest. Hey. En op zijn minst, ik heb vandaag 2 doelen. Doel nummer 1 is, dit huisje moet gewoon iets groter worden. Laten we wel eerlijk zijn, dit kan echt niet. Eigenlijk wil ik dat al mijn gasten die meedoen ook een plekje hebben in mijn huisje. Dus ja, we moeten het huisje groter... Oké, dus ik krijg ook een kamertje. Ja, we moeten het huis groter maken en ook nog eens een kamer voor jou. En misschien kunnen we ook nog eens op een manier 2 bedden dan fixen. Maar dat ligt ook een beetje aan de one block. En doel nummer 2, wat ik eigenlijk wil voltooien... maar dat ligt opnieuw weer aan de one block. Hoe lastig die het ons gaat maken. Iron. Ik wil gewoon iron deze video behalen. Weet je wat, dan gaan we gewoon doen. Ja, ik hoop het. Het heeft niks te maken met of de one block het ons gaat gunnen. Wij gaan het gewoon doen. Nou, weet je zeker, want volgens mij heeft het echt wel heel veel te maken met of de one block ons gaat gunnen. Ja, ik denk ook wel dat het daarmee te maken heeft. Maar wees gewoon een beetje positief. Wij gaan het gewoon doen. En dan hebben we dark iron. En dan hebben we gewoon full iron. Makkelijk. Ja, wat wel één ding is... Te groot aan denken. Ik denk dat je wel iets te groot aan denken bent. Want ja, zolang die one block geen villager geeft waarmee je bijvoorbeeld iron kan traden. Of gewoon überhaupt geen iron geeft. Dan die one block is echt wel bepalend. Ja, weet je? Ik denk het wel. Ja, inderdaad. Hoe meer je erover spreekt, hoe meer die wordt in mijn hoofd. Ja, nou ja, het is eigenlijk het enige blokje dat geen dirt is in dit hele omgeving waar we nu zijn. Of ja, soms is je wel dirt en soms weer niet. Heb jij weer dirt voor mij? Want ik wil het eiland gewoon steeds groter maken. Ik heb alweer een hoop dirt voor je, alsjeblieft. Oké, dat is super handig. Dit is wel handig als je het met z'n tweeën doet. De vorige keer, kijk eens! Hoppakee! En zoals je ook rechtsboven ziet, zijn we nu bij stap 4. Dus dat betekent dat de one block andere dingen gaat geven. Ik kan niet kijken als jij kijkt. Kijk eens aan! En gunpowder, maar dat hebben we niet nodig. Maar, cobblestone, 64 voor een iron pickaxe. Dat kan je wel traden. Hier heb ik alvast 51 cobblestone. Dan heb jij denk ik wel genoeg. Oké, boom! Kijk eens! Hoppa, kijk nice! Kijk, nou hebben we al een iron pickaxe. Is dat iron? Ja.
Dit is zeker iron. Hier, kijk eens aan. Ja, oké, het is wel iron, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja het is niet... Ja, we moeten wel ingots hebben eigenlijk, hè? Nou, nu kan je gewoon lekker doorgaan. En nu is het, als het goed is, kunnen er nu... Misschien komt er... Kijk! Nu komen er nieuwe dingen. Want nu is zeg maar de one block geüpgrade. Je krijgt ook zo'n achievement dat we... Hey! Let's go! Oké, hakken maar. Ja. Oh, dan moeten we ook een oven gaan maken. Mick, misschien is dat hele iron armor nog niet zo'n gek idee. Nee, misschien niet. Als dit ding... Ja, deze one block ons heel veel iron gaat geven, dan is het geen gek idee, nee. Dus even ik weet niet hoe vaak hij het gaat geven. Dat is een beetje de vraag, inderdaad. Dat is zeker een goede vraag. Weet je wat je even... Als je maar even wat steen kan geven, dan kan ik alvast een oven. Ik zou je al een andere steen geven, alsjeblieft. Ja, en die kool ook, zou ook fijn zijn. Ja, kijk eens aan. En dan kunnen we alvast een oventje maken. En we kunnen ook torches. Ik ga ook even één torch maken. Zodat we een beetje licht hebben als het donker wordt. De vorige keer spannen er trouwens nog geen monsters op mijn eiland. Ik denk dat die nog te klein is daarvoor. Want er spannen ook nog geen varkens. Maar ja, als we het eiland heel groot maken, dan komen er dus ook varkens. Maar ook monsters. Dus daar moeten we ook een beetje voor oppassen. Ja, zolang je maar wel gewoon als je alles belicht houdt met torches, dan spant als goed is niks. Nee, dat is zeker waar. Maar hey, kijk bijvoorbeeld... Oh, wat hoorde ik? Ik hoorde vuurwerk. Ja. Oh, er is nog een villager. Er is er nog een. Kijk eens aan. En die wilt dirt voor goud en iron. Dan geeft hij ons sponsjes en water. Dat is ook handig. Dan hebben we een keer water. Water moeten we echt hebben. Ja, precies. Dat moet je echt hebben. Als je een farm wil starten, is dat wat we nodig hebben. Ja, daarom. Dat is heel erg handig. Dus ik gooi alvast de iron in de oven. Kijk eens aan. En ondertussen, als jij gewoon een beetje de one block weer blijft hakken, ga ik de eiland nog groter maken. Ik merk wel, ik denk dat we eigenlijk niet overal torches neer willen zetten, want ze vragen ook rotten flesh en zo. Ja, dat bedoelde ik. Dus daarom moeten we eigenlijk wel een beetje zombies verslaan. Dat is wel een beetje, inderdaad. Dat is eigenlijk wel fijn. Krijgen we ook levels van. En misschien, kunnen we een enchantment table een keer treden? En dan kunnen we zelfs geenchante iron armor aandoen. Hé, maar we moeten niet... Kijk, ik ben al dankbaar met de iron, en we moeten niet te ver nadenken. Nee, dat is zo. We moeten niet te veel gaan vragen nou in één keer. Nee, precies. Maar het zou ook fijn zijn als ons eiland iets groter is, dat er ook daar schapen komen, zodat we een bed kunnen maken. Dan hoeven we niet in het donker te spelen. Nee, dat is ook zo. Maar die iron, die komt wel vaak tevoorschijn, hoor. Ja, geef mij nog maar even die iron dingen. Dan gooi ik ze over. Kijk eens aan. Hoppakee. Kijk, we hebben al 8 iron. En ik als doel vandaag dat we iron moeten krijgen. Nou, dat lukt makkelijk, blijkbaar. Oké. Ik zal het kool er ook alvast gewoon in. Ja, gooi het kool er ook in. En als je weer wat dirt voor mij hebt, dan maak ik het eiland weer wat groter. Alsjeblieft. Kijk eens aan. Dat is... de dirt gaat ook echt super snel. Dit is wel heel efficiënt dat die one block gewoon de hele tijd gemined blijft. En jij kan gewoon alle andere dingetjes doen. Ja, precies. Ja, de vorige keer was ik alleen. Dus ik ben heel erg blij met je hulp. Nou, geen probleem. Ja, want de vorige keer was wel echt... dan is het lastig, wat jij zegt. Dan moet je dus even de... niet je pickers laten vallen. En trouwens, ik zou ook niet op de one block staan. Dat heb ik dus een keer gedaan. En het kan zijn dat je door de one block heen glitcht. En dan ben je alles kwijt. Dus dat wil je niet. Ja, ik was net al bang. Die villager die ging er overheen lopen. En dan was ik aan het minen. Nee. De villager is nog nooit er doorheen gegaan. In ieder geval zal ik zo'n bucket of pufferfish kopen. Ja, 100%. Dat we het water in ieder geval hebben. Kijk eens aan. Die heb ik gekocht. Hoppakee. Dan doe ik die in de chest nu voor de zekerheid. Want we hebben sowieso nog geen seeds. Of jij moet toevallig seeds hebben gekregen. En voor de rest... Oh, maar dan dat is natuurlijk de boommeel voor. Dan kun je hier gras op laten groeien en dan kun je de seeds krijgen. Ja, maar de boommeel die heb ik niet meer, toch? Of wel? Nee. Weet ik niet. Die had ik per ongeluk. Of ja, die had ik niet per ongeluk. Die had ik gebruikt op de boom. Eigenlijk heel dom. Maar ja, daar gaan we niet meer over nadenken. Daar gaat de schep. Ik moet een nieuw schepje hebben. Ja, maak jij lekker een nieuw schepje. En wat je ook weer kan doen is de ingots omsmelten. Of de... Is wat we beter kunnen doen. Ik denk dat die villagers gewoon in het huis in willen stoppen, denk je niet? Ja, maar die kunnen deuren open doen, Prospect. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is niet slim, dat heb ik ooit al gezegd, hè? Nee, dat was geen pro-actie. Nee, inderdaad. Zo. We moeten dus wel... Ik denk het nou wel. We hebben nou meer blokjes hier. Oftewel, we krijgen minder vaak dirt tevoorschijn. Dus nou duurt dirt wel iets langer. Nou, dat... Ja, maar ik ga niet klagen dat we iron en coal krijgen. Dat is helemaal prima. Wat wel zo is, pro-speler, die villager, deze villager, die dus die iron pickings heeft gegeven, als je nu zeg maar door blijft minen, is hij dus de eerstvolgende die verdwijnt als er weer een nieuwe villager komt. Ja, daar zat ik dus echt precies net voordat je dat zei, zat ik erover na te denken. Heb je trouwens nog iron die in de overkant? Ja. Ik zal er wel bij doen, maar eigenlijk, aan de ene kant, het enige wat we van hem zouden willen, zijn de
ja, het eten. Maar ja, daar hebben we zombies. We spawnen nog geen zombies of zo. Dus ik denk niet dat die heel belangrijk nog is. Nee, precies. Nee, ons eiland moet denk ik echt wel nog heel veel stukjes groter. Maar hé, daar ben ik mee bezig. Ja, dat komt allemaal goed. En het gras is ook lekker aan het groeien. Want volgens mij spannen varkens en zo alleen op gras. Dat weet ik niet zeker. Dat lijkt me wel, ja. Nou, ik durf dat ook niet meer 100% zeker te zeggen, hoor. Nee, maar daar... Kijk, volgens mij ook als je gaat slapen... dan kan het zijn dat als je wakker wordt... dat die beesten gespand zijn, snap je? Maar ja, dan moeten we... Maar ik denk dat er nog wel een villager komt die wol heeft of zo. Dat zou wel heel fijn zijn. Of een spawn egg, hè? Dat kan ook gewoon. Ik had trouwens eentje die eieren verkocht toen. Maar ja, die is nu weg. Dat soort dingen kunnen dus wel. Ja, je hebt dus al wel een hoop kansen gehad... wat dus betekent dat die kansen vaker gaan komen. Ja, dat hoop ik tenminste wel. En ik ben heel benieuwd... dus wat de volgende one block ook gaat worden. Want als je dit nu blijft minen, dan gaat op een gegeven moment de one block volgens mij naar level 5. Dus dat is ook wel weer fijn. Hey, heb jij weer dirt voor mij? Dat ik weer het eiland wat groter kan maken. Alsjeblieft. Kijk eens. Mooie. Hoppakee. En dan ga ik hem weer je groter maken. Hoppakee. Oké, die is weer... Hij wordt echt al heel erg groot, hoor. Ja, ja. Dit is wel heel erg nice. Eens even kijken. Zo. We hebben echt... Eigenlijk nog nooit heb ik zoveel moeite gedaan voor dirt. Nee, dat is zo. Maar heb je al een beetje het idee hoe je de layout van het hele eiland wil hebben? Heb je al zeg maar een beetje een visie? Wat ik nu gewoon heb, is dat ik het eigenlijk zo groot mogelijk wil bouwen. Ik wil gewoon een mega groot platform maken. Kijk, het allerliefste, eigenlijk zou dat is eigenlijk nog veel beter. Dat ik gewoon een groot huis heb en dat jij een klein huisje ernaast hebt. In plaats van je eigen kamer. Misschien kan ik dit huisje gewoon houden en dat jij een huis erbij maakt. Ja, nou ja, dit is niet echt een pro-spelerhuis, laten we wel eerlijk zijn. Als het een pro-spelerhuis zou zijn, dan zou die groter zijn. Ja, denk je niet? Ja, oké, maar ik bedoel meer, hij mag mooi zijn en klein. Ja, oké. Hey, pro-speler, ik heb weer... kijk eens aan, ik wilde net zeggen... Jij hebt eerst... Oeh, hij heeft helemaal... Ah, hij heeft bone. Daarmee kunnen we bone meal maken. Hij heeft trouwens melon seeds. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Dus we kunnen melon seeds van hem krijgen. En met die bone meal kunnen we normale seeds van hem krijgen. En dan met het water. Dus we kunnen farm starten nou. Ja, eigenlijk wel. Ik zou zeggen, koop die bone. Ik ga die bone kopen. Zo, hoppakee. Dan gaan we dit. Boom. Dat is echt de duurste bone die ik ooit heb gekocht. 4 iron. Vind je? Je krijgt er 21 van. Weet je hoeveel bone meal dat is? Dat is al bijna een stack bone meal, hè? Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik heb 63. De boomwiel. Op zich heb ik niet te klagen. Als ik nu dus gewoon hier op de grond doe, dan kunnen we ook normale seeds krijgen als het goed is. Ja, kijk eens en aan. Dan kun je gewoon het gras wegslaan. Ja, precies. Kijk, ik heb nu al gelijk bingo. Hoppakee. Even kijken. Zo. Kijk eens aan. Nog een keer. Hoppa. Weet je, hoe eigenlijk die melon seeds niet eens te hebben? Ik vind sowieso, zeg maar, brood maken veel makkelijker. En wat je nou ook kan doen, mag jij doen, of dat kan ik ook wel doen. Maar wat jij het liefst wil, het is een beetje onveilig. Je kan nou dadelijk het water hier tegen een blokje aanzetten dat naar beneden valt. En dan kunnen we in het water gaan om een onderste laag bij het eiland bij te maken. Snap wat ik bedoel? Ja, ja. Want nu kun je niet blokjes eronder plaatsen. Dat kan dan wel. Ja, dat is zeker waar. Oké, hoppakee. Ik heb al iets van 8 seeds. Op zich is dat al bijna meer dan genoeg. Kijk eens, hakken we dit nog even weg. En dan zitten we op 9 seeds. Oké, dan doe ik het nog 1 keer. Kijk, dit is nice. We krijgen gelijk 2 seeds. En dan hebben we nu in totaal... Even kijken. En ik laat de bloempjes gewoon leuk staan. 11 seeds. Oké, dan pak ik even de bucket of pufferfish erbij. Nou, de pufferfish die gaat denk ik... Oppassen voor die pufferfish, want die gaat wel damage doen. En ja, die daarom doe ik hem gelijk zo. Hoppakee. Zo, okay, weg daar is de... Alhoewel, pufferfish kun je een process gebruiken, hè? Ja, nou ja, dan heeft hij maar pech. Doei, pufferfish. Ja, het was genoegen. Oh, jeetje. Oké, de boom is ook opeens goed. Hé, het ziet er al opeens gezellig uit met die bloempjes zo en die boom. Ja, wel. Het lijkt bijna op normaal Minecraft. Bijna wel. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga met die cobblestone ga ik een laagje eronder maken. Zo, hoppakee. Ik zou zeggen, doe het eerst met dirt. Want dan kun je dat gebruiken om zeg maar een stroming van water te maken. En dan de farm eromheen te maken. Oké, ja, geef me maar dirt. Ik heb geen dirt. Alsjeblieft. Hoop dat het genoeg is. Ik zal lekker door blijven minen, dat je meer hebt dadelijk. Zo, hopzakee. Dan gaan we even een laagje eronder maken. En dan is eigenlijk het slimste om een laagje onder de one block ook te maken. Helemaal mee eens. Oké, kom op, Mick. Oh, ik vind het zo gevaarlijk. Ja, het is ook een beetje eng, hè? Ja, het is zeker eng. Oh, ik moet hem eigenlijk wel 1 lager doen. Oh, en ik moet natuurlijk ademhalen. Ik moet natuurlijk ademhalen. Dat is ook wel verstandig om te blijven doen. Dat wil wel eens helpen. Oké, even kijken. Zo. Gaan we hier
onder. En dan moet deze hier weg. Oh, ik heb denk ik even een schep nodig. Heb jij een schep voor mij? Anders kan ik ook wel één maken. Ik maak wel even nieuw voor je. Ik maak wel een schep voor mezelf. Zo, hoppakee, ik heb hem op. Kijk eens aan. Dan kan ik nou... Ik moet deze even gewoon weghakken, want die zit in de weg. Zo, hoppakee. En dan kan ik, als het goed is, er straks... opstaan. Zo, ik kan wel allemaal leuk door te minen, maar moet even kijken, want die ene trader die gaat ook weg. Oh, wacht, die andere trader is weggegaan. Niet die met de Iron Pickaxe. Oh, echt? Oké. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook. Oké, dus het is gewoon random, een beetje. Blijkbaar wel. Even kijken, waar zit jij? Jij zit hier. Dan wordt onze one block gewoon al een laagje extra. Het is ongelooflijk. Hoppakee. Oké, als je nu zeg maar naar beneden valt, dan val je tenminste niet dood. Nou, gelukkig. En het grappige is dat hier ook gras groeit. Ik weet niet waarom, maar het gras groeit hier. Oh? Ja, ik heb echt geen idee waarom. Ik heb geen idee waarom. Ik heb dit niet vaak mee. We klagen niet, toch? Nee, we klagen zeker niet. Eens even kijken, dan doen we zo. En dan plaatsen we hier nog even één blokje. Kijk eens aan. En dan het enige wat je hoeft te doen, is hier naar beneden springen. En dan kom je op de benedenste laag. Kijk eens aan. Alleen, het probleem is dan wel, hoe kom je naar boven? Dan gaan we even fixen met gewoon cobblestone. Dus aan cobblestone heb ik ook nog meer dan genoeg als je dat nodig hebt. Ja, daarom. Cobblestone hebben we echt in overvloed. En nu ga ik het ook even veilig maken, zodat we niet ongelukkig naar beneden vallen. Erg slim. Ja, want dat is wel iets wat ik zou kunnen doen. Ik zie het je ook nog wel doen, ja. Ja, ik zie het mezelf ook doen. Daarom, ik maak even een extra laagje. Zo, oppakken. Oké, zo. En dan heb je hier op zich wel een oké veilig pad. Heb je nog extra cobblestone voor mij? Dan maak ik het helemaal veilig. Hoppakee, kijk eens aan. Dankjewel. Kijk, als ik het hier dan nog even zo helemaal, dan is het helemaal veilig. Dan denk ik niet zelfs dat ik niet eraf kan gaan. Als ik hier nog zelfs even bouw, dan is het helemaal veilig. Zo, hoppakee. En hier moet ik maar gewoon opletten, want ja, ik kan niet overal alles volbouwen met cobblestone. Weet je, om het helemaal luxe te maken, maar ik even van die leuke trappetjes. Want ja, we hebben zoveel cobblestone. Dat kan wel. Ja, doe maar. Zo, hoppakee. Dan kan je ook gewoon lekker mooi naar beneden lopen. Ik kom daar beneden wel eventjes kijken hoor. Ik ben wel benieuwd. Zo. Hoppakee. En dan heb je hier een soort van een trappetje. Al is dit onnodig om weg te hakken trouwens. Ik ga hier gewoon lekker door het laten gaan. En opeens groeit het gras trouwens echt enorm snel. En misschien gaat dat ook betekenen dat we dieren gaan zien op een gegeven moment. Hopelijk. Hier, ja, je kan nu wel even... Ik denk dat we het alleen maar groter willen maken. Waarom niet, toch? Ja, je kan hier nu wel even kijken. Ik heb een soort van onderste laag. Als je mij even kan helpen waar we leuk de farm kunnen plaatsen. Ja, dan moeten we nog een laag eronder hebben. Want we moeten zeg maar één blok hieronder en dan het water daarop zetten. Ja, dat snap ik. Maar het leek me ook fijn dat je beneden kan lopen. Ja, dat is zo. Ik zal wel even nog extra groot maken hier. Ja, misschien hebben we dirt nog nodig. Even kijken. Ik denk dat we het gewoon het beste gewoon hier helemaal in de hoek kunnen doen. Dus als ik hier nu weghak, dan kan jij daar naartoe bouwen. Oh, wacht. Dan doen we... Wacht even hoor. Nou, we hoeven maar één vierkantje te doen. Dat is het hele ding waar water op komt. Je bent wel een beetje ver weg van waar ik nou ben. Ja, op zich kan ik ook gewoon dit doen. Kijk eens aan. Dit zou ook gewoon kunnen. Maar dan... ik heb geen dirt. Dus... Oh, waar? Ik heb twee dirt. Wacht even hoor. Kijk. Zo. Boom. Oh, kijk eens aan. Dan kan ik vanaf hier... En dan maak je het gewoon dicht. Ja, vanaf hier kan ik gewoon verder bouwen. Ik heb maar twee dirt, dus dat is een beetje een probleem. Ja, maar wat ik wil zeggen is, je hoeft echt maar letterlijk maar één blokje te hebben met water erop. En dan acht blokjes daarvan af is gewoon bocht nat. Oké, dus we hoeven niet eens een lange driegel te maken. Nee, je hoeft helemaal geen lange streep te hebben. Maar dus ik heb geen dirt. Dan heb je meer plek voor de farm. Dus je kan het even... Oké. Nou, ik vind het wel mooi om het een beetje zo te maken. Is wel mooi, zeker. Maar ik wil gewoon zeggen, dan heb je meer plek voor meer seeds. Ja, dat is zeker waar. Maar dit is toch 1, 2, 3, 4, 5. 5, ik weet niet wat je bedoelt met 8 blokken eromheen. Is dit dan, bedoel je 8 blokken als in 4, 4? Dat is 8 bij elkaar. Stap je links 4. Nee, laten we zeggen, je hebt deze hier. Ja. Dan kun je seeds tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volgens mij tot hier wordt het water nat. Als echt goed erin. Mega ver. Het is van 6 of 8, geloof ik. Oké. Ik weet niet of ik je moet geloven. Maar je bent pro-speler. Dat is echt zo. 8 blokken, dat is echt mega veel. En zoals ik al zeg, ik durf niet 100% zeker te zeggen dat het 8 is. Zo, nou laat je me twijfelen. Ja, nou ja. Dit is eruit, zou ik zeggen. Zo. Ja, weet je, ik heb op dit moment nog niet meer sheets dan dit. Maar ik geloof je. Hoop ik. Komt allemaal vanzelf wel. Ik zal wel even kijken. Weet je wat ik doe om het uit te testen? 1, 2, 3, 4... Ah, kijk eens aan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is het experiment. Ja, we gaan kijken of het tot 6 of 8 komt.
Volgens mij is het sowieso wel 6. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Weet je wat ik nu ook ga doen? Ik kan gewoon zo. Hoppakee. En kijk eens aan. Hoppa. Dan gaat het even extra snel. En dan krijgen we ook gelijk seeds erbij. Jeetje. Kijk hoeveel we hebben in die furnace. Oh, je hebt dit wel plat gemaakt nou. Wat heb ik plat gemaakt? Oh. Hier. Huh? Ja. Heb ik dat gedaan? Oh, die grond wat... dat doe jij niet. Misschien is dat... Oh, dat... Ja, oké. Okay. Dus ik denk dat het hier wat... 1, 2, 3, 4, 5 is dan... Of misschien is het maar 4. 4, 5... Ja, nou, dat lijkt me wel logischer. 6, 8 ja, lijkt me wel heel ver. En oh, ik... Ik hoor vuurwerk, nieuwe villager. Denk ik, ja, we hebben een nieuwe villager. En die geeft ons bird saplings. Hij kan ons wortels geven. Voor 10 maar, voor 10 stenen al. Dus ik pak hier ook even wat wortels. Kijk eens aan. En voor de wedderrest, nou ja, voor de wedderrest een beetje hetzelfde als die andere. Nou, ik denk dat we die birch willen we wel hebben. Dat is gewoon, ja, decoratief leuk, denk ik, toch? Ja, nou ja, het kost 23 dirt. Dus ja. Dat is toch niet zoveel? Nou ja, jij mag het kopen van mij. Moet ik even dirt bij gaan halen? Ik gooi er nog even wat wortels bij. En ik laat dit nog even zo groeien. Want hé, waarom ook niet? Boom, boom, boom. En kijk eens aan. En dan plant ik hier weer seeds erbij. En als het goed is, kan ik dus ook nu hier zo doen. Dit kan dus ook dan. Zo. En dan doen we... Ik gooi het er gewoon omheen. En wat niet nat wordt, dat wordt niet nat. Ja, slim. We zullen wel zien. En ik plant het gewoon. Waarom ook niet? We hebben een mega grote farm nu. Eten zal geen probleem worden. Deze is gewoon nat voor hier. Huh? Wat? Dus dat is 1, 2, 3, 4... Dat is 7. Oh, maar nou gaat hij wel weg. Waarom gaat hij dan weg? Is de vraag. Ik heb geen flauw idee. Weet je wat? Dit is sowieso meer dan genoeg. Is dit weer een nieuwe? Of? Ik heb geen idee. Er was weer een nieuwe. Nee, dat was die birch. Ja, dit is niet... Oké. Ik ga even wat brood maken. Zo. Oké, want ik heb honger. Ik weet niet of jij honger hebt. Nee, ik zit nog helemaal vol. Oké, nou dan eet ik alles helemaal op. Hoppakee, lekker. Eens even kijken. Heb jij zo'n bird sapling dan gekocht? Trouwens, we hebben... Ik moet nog één dirt. Je hebt hem opgepakt. Ik heb ook heel veel... ik heb spruce saplings. Misschien heb ik al bird saplings. Als je even wacht. Nee, dat heb ik nog niet. Het was al te laat, want ik had ze nog gehaald. Nou ja, zet ze maar hier zo. Een beetje achter. Zo, beetje achter. Ja. Hoppakee, daarheen, hierheen. Oh. Ja. Oh ja, doe maar één... Ja, ik plaats hem wel hier zo. Zo, hoppakee. En weet je, eigenlijk als je geen zin hebt om te wachten... Kijk eens aan, wow! Hoppakee, wow, dat is snel hoor. Die is snel die is snel gegroeid, hè? Ja, zeker. Maar ik heb geen ex, maar ik kan een ex maken. Weet je, ik ga ook niet meer vragen om een ex, want we hebben zoveel steen en hout... dat ik het eigenlijk gewoon makkelijk zelf kan doen. Ik zou zeggen, maak het lekker van iron. We hebben echt meer dan genoeg iron op dit moment ook. Nee, dat vind ik een beetje zonde, want we hebben nog geen iron armor en dat soort dingen, dus... We hebben hier zit dadelijk 20 iron in de furnace en ik heb al 21 nog in mijn inventory, dus... Oké, hoeveel... Jezus, dat is echt heel erg veel. Heb je ook weer dirt en zo? Nee, die heb ik net uitgegeven. Oké. Wat ik ga doen... Ik denk dat ik het huisje ga weghalen, zodat we een groter huisje kunnen gaan maken. Sowieso voor mij. En... dan kan jij in de... Ja, even kijken of jij ook ergens al een plekje kan maken voor een huisje voor jezelf. Ik had echt gehoopt dat we in deze video een bed konden fixen of zo. Maar ja, misschien lukt het nog. Het is een beetje... We zijn een beetje afhankelijk voor de one block. En van de villagers vooral, hè? En van de villagers, zeker. Maar ja, het zou ook kunnen zijn dat de... Nou ja... Nee, ja, eigenlijk van de villagers alleen. Ja, de one block is dat ook, precies. Wat zit jij mij hier weer in de war te maken, bro? Ja, sorry. Ja, dit is heel verwarrend dit. Zo, waar. Ik hak dit ook even weg, dat lelijke mos. Hoppakee. En ik heb al iets van 10 dirt weer. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hem gewoon weer ietsje groter maken, het eiland. En dan ga ik aan de achterkant doen. Want de achterkant mag sowieso nog wel ietsje groter. Kijk eens aan, hoppakee. En dan hak ik het hele huisje weg, zodat ik lekker een mooie start kan maken voor het begin van het nieuwe huisje, die even wel een stukje groter mag worden. Ja, groter dan dit is ook niet heel moeilijk. Ik kan wel goed de one block kwijtraken, dus ik denk dat we er gewoon een keertje toortjes omheen moeten zetten ofzo. Ja, dat is zeker waar. Ja, ik had hem bij de deur gezet van mijn huis. Doe dit. Dit is lekker makkelijk als we dit doen. Of je plaatst er wat andere blokken omheen. Ja, kijk hier. Hoppakee. Kijk eens aan. Oké. Hey, dat kan ook. Dat is een leuke manier dat niet zo lelijk is. Even kijken. Precies. Zo, en dan hakken we deze hier ook even weg. Dan hebben we nu genoeg plek voor mijn huis. Zal ik anders... ik weet niet of het gras sneller groeit nu. Nu mijn huis er niet staat. En oh, stap 5 ook. Stap 5, let's go. En een nieuwe villager die eigenlijk 4 appels voor 64 dirt. Dat is op zich wel heel erg chill. Oh, dat is heel erg chill. Die iron vind ik maar niks, maar de andere is wel heel erg chill. Ja. Nou, maar kijken wat voor blokken we nou krijgen. Oké, we hebben hier granite. Oeh, oké. Krijgen we ook, misschien... Diamond?
mens? Ik hoop gewoon dat er ook dieren kunnen spawnen. Dat zou ook chill zijn. Als er gewoon een dier, zeg maar, valt in plaats van een villager. Niet doen, nog niks. Geweldig nieuws. We hebben granite alleen dat nieuw is. Ja. Oké. Diorite. Wat is dit dan? Dit is klei, denk ik. Oh ja, klei. En voor de verdere rest lijkt het... Een beetje decoratief lijkt het. Ja. Ja, ik zie nog niet echt iets waarvan ik heel enthousiast ga worden. Maar misschien zitten diamonds in en is gewoon, ja, komt gewoon niet vaak voor. Kan ook, hè? Ik ga proberen om even wat appels te krijgen. Zodat we heel veel dirt in één keer kunnen fixen. Maar dat gaat wel lastig worden, want appels... Ja, als je appels wil krijgen, dan krijg je ze nooit. Nee, dat is zo. Het is jammer dat je het niet voor iets van wortels wilt. Want die heb ik zat straks. Want wat kreeg je nou van die appels? 64 dirt krijg je voor appels. Wat op zich wel heel chill is. En daar kan je het eiland wel een stuk groot van maken. Heb jij trouwens weer dirt? Oh, nieuwe villager. En ik zie dan diamonds. En dan word ik enthousiast. Maar hij wil diamonds. Ja, ik wil ook diamonds. Terracotta voor dirt. Kelp. Ja, ik weet niet wat we aan kelp hebben. Jij bent pro-speler. Hebben we iets aan kelp? Ja, je kan er wel wat dingetjes mee doen. Maar het is niet, ik zou niet zeggen dat het een prioriteit is. Nee, sprong er nou een villager? Is hij nou gevallen? Volgens mij sprong... Oh, ik schrik me dood. Hij valt hierin. Ah, valt, ik dacht al. Ik schrok me echt dood. Hier, heb je nog wel een heleboel dirt. Lekker, man. Ik hou van dirt. Yeah. 43 dirt erbij. Zo. Dan ken ik nog wel iemand. Ja, ik ken ook wel iemand die van dirt houdt. Oké, 43 dirt erbij. Dan maken we weer... Een stukje groter. Ik denk dat ik hem zelfs twee laagjes groter kan maken. Zo. Hoppakee. Kijk eens aan. Zo. Het ding is, omdat hij zo breed is, is het eigenlijk, wordt hij niet snel veel groter. Of veel langer. Laat ik het daarop houden. Maar nee, dat is zo. Maar ja, je moet het allebei hebben. Een beetje breed, een beetje lengte. Ja, dat is zeker waar. Want anders val ik er waarschijnlijk vanaf. Ja, dat ook. Maar als je een mooi huis wil hebben, dan heb je het allebei nodig. Hè? Het zou wel zijn als je gewoon één lang huis hebt. Weet je wat het is? We zijn eigenlijk al best lang bezig. En ik denk dat ik het beste gewoon in de volgende video mijn huisje kan maken. Ik denk dat dat het beste is. Dan kan ik in de volgende video eerst nog even mijn eiland een stuk groter maken. En dan kan ik daarna mijn huis erop bouwen. En al in de hoop dat ik ook in de volgende video wat schapen kan fixen. Hey, pro-speler, ik wil je sowieso nog een keer uitnodigen om langs te komen. Zodat jij dan het huis kan bouwen. Ik ga al mijn spulletjes hier in de kist doen. Ja, dat is heel erg fijn. Heel erg bedankt voor het meedoen. Welkom bij aflevering 3 van OneBlock. En vandaag hebben we de gast. Hij zit achter de boom. Kom maar tevoorschijn. Oh, hallo, Mac. Santino. Hallo. Ja, jij zit vandaag een half uur met mij op deze OneBlock. Oh, oké. Okay. Ik ben ontzettend benieuwd. Je bent in ieder geval wel ver gekomen. Ja, zeker, zeker. De OneBlock is al best wel groot. Het is pas aflevering 3, hè. En vandaag heb ik op de planning staan. Ik heb alvast een klein beetje voorbereid wat we vandaag gaan doen. Ja. We gaan ten eerste, één van ons moet telkens deze OneBlock hakken. Dat is gewoon slim. Ja. Oké, okay, ja. We moeten een huis vandaag gaan bouwen. En ik wil best een groot huis. Een huis, oké. Okay. Ja. Heb je er ook nog specifieke doeleindes mee? Groot, klein, nou, mijn lelijk? Idee is uiteindelijk dat iedereen die meedoet in mijn OneBlock-serie, dat die een kamer krijgt in het huis. Dus het moet uiteindelijk wel een groot huis zijn. Kijk, nu is valt het nog mee. Nu heb jij dan een kamer. En pro-speler krijgt een kamer. Dus we moeten nu een huis maken met minimaal 3 kamers. 3 kamers. Maar dan moeten we slaapkamer echt nog groter maken hier, man. Ja, dat is dus ook het doel. Daarom moeten we die OneBlock gaan hakken. En als je trouwens vergeet waar de OneBlock ligt, we hebben er 4 bloemetjes omheen gezet. Ik zie het inderdaad. Ja, dat is slim, hè? Dat komt goed. Dat is wel slim inderdaad. Slim, wacht. Kijk, weet je wat ik met pro deed? Kijk, nee. Jij gaat gewoon de hele tijd dit hakken. Ja. En, en dan geef je mij bijvoorbeeld de dirt en zo. En dan bouw ik hem groter. Oké, dat is goed. Dat gaan we doen. Zo, oké. Dan ga ik maken. Ja, precies. Ga maar lekker wat hakken. Wat is dit voor spul? Mut. Oh, wacht. Wil je modder hebben? Hier, alsjeblieft. Nee. Blijf maar gewoon lekker hakken. Ja, maar dat is een soort aarde. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Misschien kunnen we... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik op dit moment gewoon dat modder. Dat vind ik een beetje... Ja, vind ik een beetje vies om daar mijn huis op te plaatsen. Ah, zo. Ik snap je. Nee, komt goed. Oké, wacht even. Even een crafting tabletje maken. Zo, nou, zolang jij niet hakt, hak ik wel even hoor. Ja, ik moet even tools maken, maat. Ik ben net op het eiland. Je mag gewoon die chest leeg pleuren, hè? Ja, daar ben ik mee bezig. Maar je had nog geen crafting table. Ik snap ook niet waarom jij nog geen crafting table had. Hier staat er een, toch? Ja, die heb ik net gemaakt. Oh, ik had er gewoon één in mijn inventory. Maar er liggen best wel tools. Er lagen hier ook wel tools in, als je tools nodig had. Okay. I got it. So, Oké, nou ga jij lekker even door. Dan ga ik ondertussen dit alvast wat groter maken. En dan heb ik eigenlijk... Kijk, jij nu zegt van... Mick, ik heb... Heb je al wat dirt? Nee, ik heb echt letterlijk alleen nog maar... Hier, mosblokken. Oh, 2 dirt, alsjeblieft. Oh. Nice, 2 dirt. Het duurt een beetje lang voordat ik dirt krijg. Ja, dat is dus het ding. Oh ja,
ik ben jou helemaal dingen aan het vergeten te vertellen. Kijk, normaal staan er ook villagers op deze wandblok, maar die zijn nu gedespawned. Maar als jij deze wandblok blijft hakken, op een gegeven moment krijgen we een soort van pling en dan komen er villagers. En wat kunnen we van die villagers krijgen dan? Daarmee kan je ruilen, dus dan kan het opeens zijn dat je voor 60 dirt en diamond krijgt bijvoorbeeld, of weet ik veel. Deze wandblok werkt met levels. Dus wanneer, dus wanneer je hem blijft hakken, zeg maar, dan gaat die levels omhoog. En dan wanneer de one block levels omhoog gaat, dan kunnen we bijvoorbeeld betere dingen krijgen. Dus nu is het volgens mij level iron of zo. Maar het kan zijn dat we dadelijk bijvoorbeeld gewoon een keer een diamond krijgen, omdat die dan level omhoog is gegaan. Dat is top. Dan ben ik echt heel erg benieuwd wat we hieruit kunnen krijgen, man. Dat is een beetje het ding. We moeten gewoon die one block trainen, dat die beter wordt. Hey, kijk, een appel! Een appel? Hier, alsjeblieft. Okay. Nou, kijk. Nee, maar een appel is wel iets waarmee die villagers vaak willen trainen. Oh, kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Kijk, ik heb trouwens ook deze farm al gemaakt, maar hij groeit niet echt super snel. Dat is een beetje jammer. Ja, dat maakt niet uit. We kunnen deze ook nog eventjes wat beter maken als je wilt. Ik heb hier nog wel wat extra seeds. Wacht, hier, kijk. Ik heb hier nog wat aardemiksa's. Zo, alsjeblieft. Oh, kijk eens aan. Hoppakee. Ja, ik ga even eten fixen, want ik heb best wel wat bone meal, gelukkig. Oh, mooi, mooi. Zo. Ja, wat je kan doen, is je kunt ook eventjes misschien gras van maken. En dan kunnen we meer zaadjes planten. Ja, maar je krijgt ook zaadjes als ik dit gewoon doe. Oh ja, dat is... Oh mijn god, dat is waar. Ja, jemig. Dan heb ik eten en zaadjes. Haha, lekker jongen. Ja, ik krijg slim, meer iron dan gras, man. Ja, nou ja, niet klagen. Eigenlijk ook dikke prima. Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar we moeten uitbouwen. Ja, we moeten ook echt wel uitbreiden. Uitbreiden. Oké, even kijken. Zo, ik ga deze hier helemaal doen. Maar het kan ook goed zijn dat je... Wat ook volgens mij een keer was, is dat een villager dus bijvoorbeeld voor steen dirt wil. Nou ja, normaal zou je dat nooit doen. Maar in one block is dirt gewoon echt heel erg chill. Het is gewoon een must, man. Het is gewoon een must. Ja, ik zeg heel eerlijk. Wanneer zijn wortels klaar? Zijn deze wortels klaar? Wacht, laat eens kijken. Deze wortels, zijn die klaar? Deze zijn klaar, toch? Ja, toch? Ja, ik weet... Nee, je krijgt er maar één. Nee, ik krijg er maar één. Oepsie! Oké, nu ben ik wel benieuwd hoe ze er klaar uitzien. Ik doe nooit wortels. Oké, zo zien ze er dus uit. Dat verschil is echt minimaal eigenlijk. Oh, je hebt je boomiel ervoor gebruikt. Ja, ik had nog boomiel. Wacht, ik ga even een betere inventory chest dingen voor je maken ook. Want dit is een beetje te... Het is wel een beetje rommel in mijn chest. Even kijken, we gaan even alle dingen die we nodig hebben. Kijk eens, 17 dirt heb ik. Oh, dat gaat nog best wel snel. Zo, hoppakee. En dan dat daarin en dit hierin. Wat is het doel? Zouden we even een doel maken, hoeveel groter die moet? Zullen we dit zeggen? Ja, als jij, want ik weet niet hoeveel mensen je even plan met een slaapkamer te geven, maar ik denk dat mooi is. We kunnen in de hoogte natuurlijk ook gaan bouwen. Oh ja, dat is waar. We maken wel een groot appartement. Jij had trouwens één dirt opgepakt. Geef me dirt terug. Heb ik? Ik heb twee dirt opgepakt. Ja, die is nog met dirt. Dan heb je weer met dirt. Alsjeblieft. Ik kan alle dirt gebruiken. Ook nog klei, alsjeblieft. Blijf hakken! Ja, we zijn bezig, jongen! Ik wil die villages. Zo. Ja, ik wil een keer level up. Ik ben benieuwd wat voor levels we kunnen krijgen. Oh. Weet je waar ik aan ga beginnen? Ik ga al gewoon even beginnen aan het begin van het huis. En we gaan sowieso een houten huis maken, want we hebben zoveel hout. Ja, dat is echt... Ik heb trouwens al het hout in die dubbelkist gedaan voor je. Ja, nou ja, precies. Even kijken. Ik denk dat we gewoon hier zo en dan helemaal tot hier. Is dat een mooie grote? Ik ben heel even tactisch aan het instellen. Wat? Zo daar tot daar. Ja, toch? Oh, dit is wel heel groot, ja. Dit gaat wel een hele grote worden. En dan gaan we zo een beetje in de hoogte. Maar kijk, als er meer mensen komen wonen, dan kan ik hem ook steeds hoger maken. Dat is een beetje het idee, denk ik dan. Oeh, dat is wel zo inderdaad. En we hebben ook heel veel... Jij bent zo slim bezig, jij, Mac. Ja, dat weet je, Dick. We hebben ook cobblestone, dus die kunnen we ook gebruiken. Hey, een villager! Hé, hey, kijk eens! Even kijken, wat heeft hij? Hij heeft eigenlijk niet echt iets chills. Ja, kijk maar. Oh, nee. Wat heb jij, vriend? Wat doe jij anders hier? Oké, even kijken. Het is niet dat hij... Ik wil eigenlijk een villager die dirt geeft. Het is heel stom, maar... Oh, mijn god. Dit is echt heel erg slecht, inderdaad. Ja, hè? Nee, ik vind het ook een beetje matig. Ik moet even nadenken wat voor een huis ik ga maken. Want ik ben nu een beetje zonder plan aan het beginnen. Maakt niet uit. Dat is meestal de beste manier om te beginnen aan een huis. Ja, zonder plan.
Ja, dan maak je er altijd wel wat van. Hey, kun jij even weg, villager? Je bent helemaal niet welkom. Mag ik... Oh. Oh ja, je kan hier ook hey, onder wacht, wat de is dit? Ja, we hebben een manier dat je ook een beetje onder kan. Ah, nou, oké, okay, ik denk kijk, al. Kijk, weet je wat het dus is? We hadden een probleem. Als je soms op de one block stond, dan kon je er doorheen vallen. Oh, ja, dat is logisch. En nu kan dat niet, ja. Chill, dat hebben jullie mooi opgelost, jongens. Ja, toch? Dat vind ik ook. Zo, okay, zo, ik ga weer verder. Oké, okay, en dan... Heb je trouwens... Wacht, ik ga het ook even... Je hebt zo weinig licht heb jij hier, zo hop. Ja. Gaan we meteen even een beetje leuk maken hier, zo hoppa. Ja, precies. Ja, hier, aan zo... de andere kant dachten wij ook van, als hij nou monsters spannen, dan kunnen we meer boommeel krijgen. Oh. Maar, ja, maar dat kan misschien hieronder dan. Maar er spannen nog steeds geen normale dieren. Dus ik denk dat het platform ook gewoon groter moet. Volgens mij moet het best groot zijn voor dieren. Oké. Dan weten we dat. Oké. Okay. Dan ga ik weer even verder. Dan hoop ik tenminste dat ik zo snel als mogelijk op een nieuw level zit. Dat we ook diamonds kunnen krijgen. Want ik hou van diamonds. Ik hou ook van diamonds. Oké, die wil ik wel recht hebben. Zo. Heb jij nog dirt nodig? Ik heb er 4. Ja, kijk, weet je wat het is? We hebben ook nog geen ramen. Dus dit ziet er een beetje... heel Nou, dat maakt niet uit. Dan hak je de gaten in of zo. Ja, nou ja, toch? Ik dacht... Op een gegeven moment moet jij glas krijgen. Dat is wel een mooi doel, dat er op een gegeven moment zand komt. Maar ik denk zand, dat hij dan level up moet. Ja, ik denk dat je dan bij de zee of zo, of een strandlevel of zoiets moet zijn. Ja, precies. Hey. Kijk, dit is versie 1. Dit huis kan steeds mooier worden. Precies. Hey, kunnen we niet even die villager ergens instoppen of zo? Hij is heel irritant. Nou, het ding is, er kunnen maar 2 villagers in totaal zijn. Ja. Dus wanneer 1 villager weggaat, Of wanneer er dadelijk een tweede village komt en dan een derde village, dan despant er weer 1 village daarvan, snap je? Dus er kunnen 2 villagers in totaal zijn. Oké. Maar als wij dus dan de betere villager elke keer bewaren, dan blijft hij. Nou, we kunnen niet kiezen. Hij gaat gewoon weg. Dus jeetje, wat is dat nou weer? Ja, dus we moeten wel op tijd treden, laat ik het zo zeggen. Want anders zijn we het kwijt. Dat is de massie. Ja, op tijd treden. Zo, ik ga even eten. En we hebben ook schapen nodig, want we kunnen nu niet slapen in de nacht. Dat is ook vervelend. Ja, nee, dat is wel een beetje irritant. Heb jij weer dirt? Ik heb maar 7 dirt. Het gaat wel soms goed en soms niet goed. Wacht, ik heb ook nog hout voor, alsjeblieft. Ja, doe dat maar in die chest. Okay. Want ik wil eigenlijk de platform eerst groter maken voordat ik het huis af ga maken. Of de breedte. Ik wil hem eigenlijk helemaal tot daar doen. Qua breedte. Snap hem. Deze villager heeft echt helemaal niks. Kijk, zoiets als Rotten Flash. Ja, en dan moeten er wel zombies spannen. Maar er zijn geen zombies. Nee, dat is wel een dingetje inderdaad. Dat moeten we eigenlijk ook eventjes fixen. En ook geen skeletons voor boommeel of iets. Wat doe je daar aan die botten? Ja, daar heb ik dus getraind. Daar zijn die villagers voor. Dat is het chillen. Ja, oké. Ik snap hem. Ja, dat is zo goed idee. Ik zit nog een beetje te denken. Heb jij nog een tip hoe dit huis misschien nog iets leuker kunnen maken? Laat mij eens eventjes inspecteren. Even van binnen kijken. Ja, het huis zou een stuk leuker zijn als je nog 3 andere muren erbij doet. Nee, ik bedoel de voorkant. Je kunt het met slabs leuker maken. Wacht. Ja, we hebben niet echt blokken. Weet je, jij bent best wel goed in bouwen. Ga jij maar even dat doen. Dan ga ik even die one block hakken. Ja, doe jij dat, oké? Dan maak ik het even wat mooier. Ik heb sowieso super veel geluk, dus dan gaat hij meteen upgraden. Mooi, dat wil ik horen. Daar hou ik van. Ja, wacht. Oké, waar heb jij jouw tools? Want mijn tools zijn echt bijna kapot. Ja, 1 en 2, alsjeblieft. Kijk eens aan. Kijk, hoppakee. Ik heb nog wat meer hout nodig. Gaan we even trappen maken. Heb jij geen pickaxe? Of een axe. Oh, die heb je ook. Zeker. Top. Kijk, dan heb ik alles. Kijk, dan maak ik even een nieuwe. Zo, op. Even kijken. Ik ben aan het speedrunnen hier. Speedrunnen, zo, mak. Bam. Ik moet op tijd, ik moet goed switchen. Dit moet weg. Oh, kijk eens. Nieuwe villager. Hey! En we kunnen een netherportaal maken. Serieus? Ja, kijk maar. Oh, wacht, even kijken. Hij heeft 8 iron. En we hebben echt lijf veel iron. Oeh, jeetje. Maar dan hebben we wel echt, we moeten wel heel veel inleveren hoor. Ja, maar we hebben echt veel iron, hè. Ik heb een stack iron in mijn handen. Oké. En volgens mij, ik denk dat jij heel veel raw iron ook hebt van het hakken. Ja, ik heb 20 trouwens. Wacht, dat ga ik ook even inzetten. Kijk eens aan, doen we zo. En dan boom. En kijk eens. Okay, ik heb al 1 obsidian. Nee! Hij wil niet meer. Hè? Wilt hij? Nee, dan moet hij. Hij moet slapen dan. Ja, we hebben geen bed, jongen. Ja, dat is vervelend. Ja, oké. We hebben wel al 3 obsidian. Joepie. Joepie, oké. Oh, wacht, ik heb hier nog 1. Dan hebben we er 4. Als er nou eens even een schaap komt of zo. Schaapie. Wacht, ik ben nu ook even aan het kijken. Ik heb even een story in mijn hoofd. Story in je hoofd. Is dit mooi? Dat is niet goed.
Ja, we hebben echt weinig blokken, dus het is een beetje moeilijk. Zo. Dit kan nog wel. Even kijken. Kijk, dit is al een stuk beter. Daar ben jij voor vandaag. Voor dit soort dingen. Alleen dit is niet zo mooi, denk ik. Of wel? Kijk eens even naar links. Dit is... Het is heel druk. Oh, ja, sorry. Au. Ik wou de one block hakken. Jij stond op de one block. Oké, wacht. Dit halen we dan weg. Zo, hop. Dat ziet er niet zo mooi uit. Jij gaat gewoon dit doen en dan blijf ik hier gewoon lekker spammen. En dan kan ik op een slokje van mijn koffie nemen. Hé, hey, neem jij even... koffie. Hey, redstone. Dat hebben we nog niet gehad. Hey. Huh? Wat? Oké. Okay. Zijn we al level omhoog dan? Ik heb geen flauw idee. Normaal krijg je dan een achievement. Of ik heb het helemaal over het hoofd gezien. Oh, nee. Maak, dat kan niet. Oh, ja. Ik denk het wel, want we krijgen nu ook koper. Ja, oké. We zijn level... Maar daar hebben we ook helemaal gereed aan redstone. Nee, maar... Ja, nee, dat klopt. Nee. Je moet altijd onthouden dat die villagers natuurlijk kunnen traden. Ja, maar dan moeten er wel leuke villagers komen. Ik vind dat vervelende villagers. Ja, dat is zeker waar. Want, ja, en we hebben ook geen bed voor ze. Dus je kan eigenlijk ook niet heel veel met ze traden. Deze kan wel beetroot seeds. Maar ja, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Nee, het kan zijn dat we straks een villager hebben die bijvoorbeeld heel goed in koper is. Oké. Dat die koper wil en dat we dan, bijvoorbeeld voor 3 koper bijvoorbeeld iets krijgen wat we wel nodig hebben. Hé, hey, we krijgen ook goud. Ik zweer het je, het gaat handig zijn. Als villagers dadelijk goede dingen gaan geven. Ja, dat goud sowieso. Wacht, ik ga heel even die... Oh mijn god, ik viel bijna. Echt jongen, maar kunnen er ook even dieren spannen? Dat zou gewoon lekker zijn. Ja, ik denk dus dat je daar ook een soort met of level voor nodig hebt, of niet? Ja, het kan zo'n zeker. Gevoel heb ik. Het kan. Dat het je kan, misschien een spawn egg krijgt of zoiets. Of dat je een spawn egg kan kopen van zo'n villager. Dat zou chill zijn. Dat zou heel chill zijn. Dat zou heel erg leuk zijn. Hey! Wat? Dat betekent een villager. Nieuwe villager naar boven. Nieuwe villager? Oh, jeetje, wat zit hij daar? Niet! Oh, hier. Oké. En? Kijk maar. Veel dingen. Wel veel dingen. Ja. Ja, zand! Maar... Ja! Hebben we zand? Lekker. Ja, lekker, we lekker. Kunnen zand. Waar? Als jij dat even doet met cobblestone. Oké, wacht. Waar is hij? Dan kunnen we ramen maken. Let's go! Oké, ik heb 32 zand. Ja, dat is helemaal prima. Man. Dan kan je daar even laten smelten. Waar is die crafting table nou weer? Crafting table, die heb ik... Heb ik die zelf? Ik heb er één in mijn inventory, maar hier, zo. Huh? Alsjeblieft. Oh, ja, ik heb geen idee waar die andere is, maar... Nee. Oh, die heb ik gewoon zelf. Mijn god, hé. Ja, dat zal wel weer. Kijk, zo. Oké, zand zet erin. Hoppa. Kijk, ik ben zo goed in die one block hakken. Er gebeuren allemaal positieve dingen. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Alleen maar positiviteit in het leven, maak. Maar we moeten wel snel treden, hè? Want anders krijgen we straks weer een nieuwe. Oh, hebben we er nu 3 op dit moment? Nee, hè? Nee, die andere is weg. Precies wat ik zei. Wacht, daar hebben we er 1. Ja, we hebben er 2. We hebben 2. Wacht, zit die andere niet gewoon beneden? Nee, die spant. Daar kunnen er maar 2. Dat zie ik nog tegen. Ja, klopt. Oh jee, ik heb hier op ongeluk een blokje. Ik heb trouwens ook... vet veel dirt. Oh, nice. Als je dat aan mij kan geven, dan maak ik het even mooi. Nou, dan mag jij een keertje een grote maken. Oké, leuk. Zo, hoeveel dirt hebben we? 26. Zo, koekoe. Ja, dat is veel, hè. Even kijken. ga je dat even lekker groter maken. En ik ga hopen dat we... Weet je, ik denk gewoon oprecht... Misschien moet je hem ook wat breder maken. Nog breder, ja? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb gewoon het gevoel dat het platform gewoon heel groot moet zijn... zodat de dieren kunnen spannen. Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat maakt hem breder. Ja, je mag hem ook langer maken. Eigenlijk, maak hem maar eerst langer. Zodat het huis, zeg maar, hier kan blijven. Goed kan staan. Ja, is goed. Want, even kijken, want... Ik viel door de one block. Oh, wat ben ik blij dat ik dat heb gebouwd. Oei. Oh. Oei, dat scheelde heel weinig, vriend. Precies wat ik zei, hè, dat kon gebeuren. Ja, het is ook wel goed dat jullie dan een platform eronder hebben gebouwd. Ja, echt, hè. Zo, hop en hop. Anders was ik nu echt alles kwijt en dat is wel zonde. Wart. Ik gooi deze chest weer even vol. 29 redstone erbij. Koper. Lekker. Weer iron erbij. Die iron kan denk ik gelijk in de... Oven, ja, hoppakee. En dan gaan heb we weer eten voor mij trouwens? Ja. Oh, een appeltje, lekker. Nee, ja, doe maar geen appel eten. Oh, oei, dat is heel weinig. Die villagers zijn best wel verliefd op appels soms. Oh ja, dat is waar ook. Hier, kijk eens, dit geeft ook een broodje, lekker. Ja, dat geeft ook veel meer, een appel, ja. Ja. Ja, zand. Glas. Hatsa. Wil je glass panels of wil je echt glasblokken erin hebben? Panels zijn wel mooier, toch? Ja, vind ik ook. Zo. Oké, ik heb alweer best...
Ik heb hier, ik heb alweer 11 dirt. Dat geef ik je ook alvast. Zo. Ja. Hoppakee. Oh, dankjewel. En dan gaan we weer door met de one block. De pickaxe is wel bijna kapot, maar we hebben genoeg iron, dus dat komt helemaal goed. Ja, en dan heb ik... Oh jeetje, er is een grote spruceboom hier gespand. Kom dat op. Moet ik niet hebben. Je moet weer even level up gaan, one block. Gewoon even ja, dat gaat denk ik nog wel even duren, vriend. Ja, dat kan wel even duren, dat klopt. Oh, dat klopt zeker. Of gewoon even weer iets laten spawnen. Misschien spawnt hij wel opeens een in plaats van een villager, een varkentje. Een wat? Een varken? Varkentje. Oh, varken. Ja. Oeh, dat zou wel echt heel erg ideaal zijn. Ik heb trouwens ook heel veel klei. Ik weet niet of je daar wat aan hebt, maar... Ja, daar kun je denk ik niet heel erg veel mee doen. Ik weet eigenlijk niet wat je heel erg goed met klei kan doen om heel erg te zijn. Nee, persoonlijk... volgens mij kan je er gewoon kleiblokken mee maken, toch? Ja, toch? Dat is ja, ik weet niet waarvoor ze nuttig zijn. Nee, ja, ik ook niet. Ze zijn nuttig om lekker mee te kleien. Ja, ik denk oprecht dat het gewoon is om je huis of zo. Ja, denk het ook, hoor. Maar ja, het is... Oh, jee, joh. Zo, oh! Zo, ik valt hij weer, hoor, de man. Ja, ik schrik er gewoon van. Hoppakee. Ik ben willen we nog meer de lengte in met dit huis? Of is dit goed, deze lengte? Even kijken. Of wil je nog een muur erbij zo? Ja, laten we er gewoon nog één doen, joh. Oké, omdat het kan natuurlijk. Weet je, ik zet jou gewoon lekker aan het werk. Ja, vind ik leuk. Zo, hop, 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 hop. Ik heb meteen allemaal leuke ideeën hiervoor. Zo. Ik probeer weer even geluk te hebben. We moeten echt schapen hebben, jongen. Ja, ik heb nog nooit zo graag een schaap gewild. Ja, gewoon dat we een bed kunnen maken. Dan kunnen we gewoon een netherportaal maken, want dan kan die villager slapen. Dan kunnen wij slapen. Dan, ja. Ja, maar waarvoor wil je zo nodig een netherportaal? Dat gaat alleen maar moeilijkheid in ede brengen. Ja, dat is wel waar. Maar het is wel cool om te hebben. Ja, dat wel. Ja, kun je wel zeggen, hey jongens, we hebben een netherportaal, toch? Ja, precies. Hey, ik heb nog 12 dirt. Hoe dan? Dat is gewoon handig om te hebben. Precies. Ik weet niet waarvoor heel erg handig is, maar het maakt niet uit. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld, hoe heet het ook weer, die witte blokken? Ik kom even niet op de naam, maar die zijn mooi voor je huis. Ja, bijvoorbeeld. Oh, dat is vet. Dat is en gaaf, als ik ooit echt deze one block wil uitspelen, ja, netherite zou wel de eindbasis zijn, toch? Dat is zeer zeker waar. Even kijken. Kom. Hebben we string nodig of bamboe? Weet je wat? Ik ga gewoon één bamboe kopen, zo op. Jij gaat gewoon lekker traden met de villager. Ja, want bamboe is mooi om te hebben op je one block. Dus ik heb gewoon 6 iron ook gewoon ingeruild voor één bamboe stok. Wat? Nou ja, oké, we hebben echt heel veel iron, dus maakt ook niet uit. Ja, maar dat moet ik niet te vaak willen doen, hoor, dit. Ik heb iets heel leuks voor jou, alsjeblieft. Oh. Kijk eens. Oh, ducht. Ducht. Ja, vandaag zijn we echt fan van ducht. Ik ben heel erg fan van ducht. Oh. Ik merk wel dat we minder iron krijgen. Oh, dat is niet goed. Ja, ik denk naarmate we meer dingen kunnen krijgen, inderdaad. Dan wordt het lastiger om een bepaald specifiek ding te krijgen. Wat ook wel logisch is, eigenlijk. Ik merk wel eigenlijk dat we een soort van meer dirt krijgen van deze level 1 blok. Hey, helemaal prima. Ik kan niet genoeg dirt krijgen, hoor. Nee, precies. Elk dirt wordt ons platformpje voor wat groter. Het is bijna geen 1 blok meer. Het is zo'n eiland. Ja, technisch gezien is het ook geen 1 blok meer. Nee, het begon met dit blokje. En kijk hoe gigantisch mooi het nu al is. Het huis ziet er ook echt leuk uit. Ja, toch? Ja, ik ben trots op je, Santi. Mooi, dankjewel. I like it. Ik heb de perfecte persoon meegenomen voor het huis bouwen. Haha! Alleen, nou moeten we weer nog een knoop doorhakken. Willen we nog verder de lengte heen. Bro! Ik besef me nu... Nee. Ik denk dat dit... Nou, trouwens, nog één keer dan. Maar ik besef me... Ik heb een idee. Want al dit dirt kan natuurlijk straks bijvoorbeeld hout worden. Dus je kan dit dirt weghakken en dan kan je daarmee het platform groter maken. Ja, maar dan moet ik wel het platform daaronder ook even groot maken, want anders kan ik dat dirt niet maar veilig pakken. Ja, dat is wel een probleempje. Ik heb een idee. We hebben zoveel hout, daar ga ik houten slabs van maken. Dat kan... Oh ja. Dat kan je ook natuurlijk doen. Oh, echt jongen. Ik ben on a roll vandaag, man. Ik ben on fire. Zo, hop. Zo, deze one block moet gehakt worden. Oké, dan ga ik heel eventjes snel eerst even dan naar beneden even wat groter maken, hoor. Ja, doe dat. Zodat niet al dirt naar beneden valt. Ik schrik me dood, jongen. Ik dacht, er valt iets door de grond heen. Maar dat is natuurlijk die one block. Ah. Waar liggen daar spullen van de one block? Nee, maar ik zag in één keer dirt naar beneden vallen. Ah. Zeg maar van die kleine pixels. En toen dacht ik, wat gebeurt hier nou weer? Maar Ja, ik ben aan het hakken. Dat is zeker waar. Zo, op. Hey, trouwens, wat is die villager hier? Ga weg. Zo. Als jij trouwens, want ik heb mijn Minecraft geluid niet aanstaan, omdat ik jou goed wil horen. Maar als jij, als dat villager geluid komt, dan moet je dat even zeggen, want dat hoor ik dus niet. Ja, dat is goed. Ja, er schieten ook raketten in de lucht dan. Ja precies. Ja, maar ik zit zo naar die one block te kijken. Ja, snap ik. Ik ben zo geconcentreerd. Hey, ja, precies. Zo, hoppakee. Deze hakken dat we. Dat is zo weer fout. Ik heb alweer 16 dirt. Lekker, man.
Ja, en hoppakee, hier kunnen we iron. Yeah. Maar we kunnen hier gewoon een ondergrondse chestkamer van maken, weet je wel. Oh, een ondergrondse bunker. Een ondergrondse geheime bunker. Geheime bunker. Niemand weet van deze bunker af. Ja, behalve iedereen. Behalve, ja, dat is, oh, ja, dat is waar. Zo, hoppakee. Ik moet ook even die iron oppakken, dat is wel handig. Kijk eens. Hoe meer iron, hoe prettiger de... Ja, dat probeer ik te rijmen, maar ik weet niet hoe. Meer iron, hoe beter. Oké, kijk eens aan. Deze wanbel, ik krijg ook zoveel modder, jongen. Als ik één blok niet hoef, dan is het modder. Ja, maar ik denk dat we best wel vet... Kijk, als we op een gegeven moment de dingen willen decoreren... hier kunnen we modder heel erg leuk gebruiken om verschillende biomes te maken. Dat is zeker zo. Jij hebt echt plannen. Ja, maat, ja, tuurlijk. Hey, jij uitnodigt me hieruit. Ja, we gewoon een hele biome maken en zo. Dat wordt, ja, wel, dat wordt wel een stapje heftiger. Maar, hey, dan wordt het een stukje mooier. Dat is, ja, zeker wel. Laten we gewoon heel de wereld namaken. Nou, dat vind ik een goed idee. Gaan we dat doen? Ja, precies. We zijn nog wel even bezig, hoor, maat. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat deze video heel lang gaat duren dan. Eens even kijken. Ik ga wel hard met die one block, want alles is bijna mijn pickaxe. Dus ik hoef alleen maar mijn pickaxe gewoon te laten hakken. Oh, lekker. Ja, precies. Ah, ja, soms heb wel dirt, maar ja, die pickaxe kan dat ook snel genoeg. Ah, ja, joh. Zo. Ik moet hem wel wat breder maken hier beneden, dat is wel een ding. Hout. Ik hoef geen hout meer, denk ik. Ja, nee, jawel. Prima. Dat kunnen we gebruiken voor hieronder. Hebben we? Oh ja, voor de slabs natuurlijk. Maar we hebben echt veel hout, hè? Ja, precies. Maar hey, des te meer, of hoe meer, hoe beter, bedoel ik. Oh, villager! Hey. En stap 7. Dat betekent dat de one block wordt geüpgrade. En deze villager Laker. Kan ons een waterbucket geven voor 8 goud. En dat is wel heel erg wat chill. Een asset, zeg. Gadverdamme. Nee, maar dat is echt heel chill. Want we hebben, als we iets nodig hebben, is natuurlijk gewoon water. Zullen we ook een magma blok kopen, of niet? Dat kan je ook doen, ja. Als nee, maar dan hebben we rauw iron nodig. Dat hebben we niet. Als jij, graag een magma blok zou willen hebben, dan mag jij dat voor mij doen. Meest random maar ding dat betekent is, dus dat de one block is geüpgrade. Ja! Hey, kijk eens, we krijgen... Oeh, dit zijn mooie bouwblokken. We krijgen die deep slate. Oh, die kunnen we heel erg goed gebruiken. Ah, hallo, Santino. Ik ben weer door de wandblok gevallen. Oh, hallo, Maak. Hoe krijg jij dat voor elkaar, joh? Ja, erop staan. Ja, ik weet het niet. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat is eigenlijk best wel logisch. Ik ben heel benieuwd wat we nog meer krijgen. We krijgen deep slate coal, deep slate iron. Dat is eigenlijk irritant, want dat is lange hakken. Ik denk dat we dan ook, als ik me goed kan herinneren, misschien wel deep slate diamonds kunnen krijgen. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, nou ja, ja, dan moeten ze wel ertussen zitten. Ja, dat is wel zo. Deep slate diamonds bestaan, ja? Dat weet ik zeker. Ja, dat zeker. Ja, zekers! Zo, op. Zo, hier, heb ik hier weer iets? Oh, laat maar. Ik ga even dat doen. Ik, weet je wat? Ja. Ik ga even een platform groter maken met mijn gewilde dirt. Ga jij eens even de platform groter maken, jongen? Dan kunnen we straks... Oh, dat is echt chill inderdaad. Dan kunnen we straks alle dirt weghakken. Dan hebben we echt zoveel dirt over. Ja, toch? Ja, dat is echt heel relaxed. Boom, boom, boom. En dan maken we gewoon nog 2. Ja, nou, ik weet niet hoeveel blokken die dan wel weer groot kan. Ja, maar dat maakt niet uit. We kunnen ook in principe nu naar een bepaalde kant toe. We kunnen naar links toe, we kunnen naar rechts toe. Ja, het is ook wel chill als je een beetje... Want het huis wouden we nog 1 groter maken en dan... Ja. Ja. Dat komt heel goed. Dan is hij qua lengte, dan hebben we een goede keuken, dan hebben we een goede woonkamer waarschijnlijk, een paar goede kamers. Oké, kom op, geef me nou eens even wat nieuwe blokken. Iets leuk, kijk, die deep slate variant is eigenlijk gewoon een moeilijkere blok. Dat... Ja, dat klopt. En eigenlijk een irritantere blok ook. Ja, want het duurt gewoon langer om te hakken. Dus ik krijg nou dezelfde spullen van blokken die langer zijn om te hakken. Klopt, dat is heel irritant. Daarom willen we diamonds. Ja, daarom... Ik hoop diamonds. Ja, diamonds. Precies. Dan kan ik een diamond pickaxe maken. En dan gaat het pas snel, joh. Dat zeker, ja. Zo, hop. Oh, emerald. Emerald. Ja, maar daar hebben we ook bijna helemaal geen reet aan. Villagers, maat. Ja, maar je ziet het. Die villagers willen telkens allemaal troep hebben. Behalve emeralds. Ja, nou, je weet maar nooit. Hè. Daar krijgen we een villager die wel emeralds wil. Hé, hey, en ja, deze villager heeft korting. Hé, hey, korting? Of nee, trouwens. Hij wordt duurder. Waarom ben je duurder? Oh, ik heb je gewoon niet geslagen. Oeps. Ja. Dat kan je niet kopen in de winkel. Ja, de villager die stond op de... Moet ook echt even mijn inventory leven. Nee, die villager stond op de one block, dus ik sloeg hem per ongeluk. Ah, maar dat vindt hij ook niet leuk. Nee, en nu is hij duurder, blijkbaar. Zo, hoppa. Ik heb... ik ga alvast een beetje beginnen misschien. Nee, trouwens, dat ga ik... Ja, wel, hier, dat ga ik wel hier, doen. Hier, alsjeblieft. Hoep, 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 hoep. Wow, zoveel dacht. Vind ik zo lekker. Ja, je houdt van deugd, hè? Ik hou van deugd. Hey, we gaan wel heel snel door het hout heen, dat je het even weet. Ja, nou, dan moeten we eigenlijk gewoon meer bomen planten. Oké. Okay, en weet je wanneer we meer bomen kunnen planten? Nee. Als we meer dirt hebben. Aha! Oké, okay, dan moeten we... Diamond! Let's go! Heb je diamond? Diamond! Ja! Nog één! Wow!
Woehoe! Oh, let's go! Lekker man, lekker man. Oké, okay, oh, oh, oh. Ja, gooi eens mij in de chest. Oh, we krijgen gewoon diamonds. Jeetje. Oké, dat is snel. Dat is echt mooi. Hoppakee, let's go. Dit is wel even. We hebben een mooi huis straks. We hebben diamonds. Dit is wel een goede aflevering, hoor. Oh, ik ben zo blij. Ik ga er meteen een diamond schep van maken. Hoppakee, weer emeraldje erbij. Ja, wat boeit emerald nu? Ik wil alleen maar diamonds. Alleen, echt, hè? Volgens mij krijgen we niet heel snel diamonds. Kijk eens aan mijn blauwe schep. Oh, heb jij nou echt een... Oké, ik hoop echt dat... Ja, oké, we krijgen weer een diamond. Oké, mooi. Gelukkig. Niet dat diamonds super zeldzaam zijn dadelijk opeens. Dat zou wel heel vervelend zijn, hè? Dat jij ik denk het niet. Nee, ik denk het niet, hoor, Mark. Ik heb het met alle expertise heb ik het gedaan. Oké, dan is het goed. Omdat je expertise hebt gedaan. Oh, jongen, we hebben zoveel dirt nu, jongen. Kijk dan, ik hak dit allemaal weg, hè, nu. Ja, dit is wel nice. Dit is zeker nice. Oh, villager valt naar beneden. Hallo, villager. Kijk, maar dan kunnen we gelijk, wat ik dan even ga doen, zal ik hier gewoon ook planks voor gebruiken? Ja, wacht, hier. Ik heb hier slabs voor je. Slabs? Oh, dat kan. Ja, dan kunnen dan zijn we efficiënt. Oh. Dan zijn we efficiënter bezig. Ja, maat, ik heb echt... Ik heb 45 oak logs nog, hè? Maar... Ja, maar dat maakt niet uit. Oké. We can save that for the people. Maar met planks kan je niet dingen opzetten, toch? Jawel. Maar dan moeten ze wel op de goede hoogte zitten. Dus je moet ze aan de bovenkant zetten en niet aan de onderkant, zeg maar. Oké. Dan kan je dan gewoon een normaal bed? Oh ja. Wow, ik heb weer wat geleerd. Ja. Maar een deur kan je niet erop zetten, toch? Ja, wel. Ook. Oké. Okay, ja, ik hou mijn mond alweer. Zo, hoppakee. Kijk. Ja, I know my stuff, man. Kan gewoon, ja. Oké, dan ga ik dit even doen. Zo, hoppakee. En... dan kan jij ondertussen dirt weghakken. Hoeveel dirt heb je nu al niet? Goh, ik heb bijna gewoon een hele stack, maat. Dit is echt top. Die stack moeten we wel inderdaad even efficiënt gaan gebruiken. Wacht, ik moet één dirt rij terugzetten. Zo. Zo. Want dan wordt dit ook nog een muur. Dus vanaf hier... Ja, nou ja. In principe kan ik toch ook gewoon dit plaatsen. Je ziet het toch niet. Dat is waar. Ik kan het wel weghalen. Inderdaad. En dirt is zeldzamer. Graag genoeg is dirt zeldzamer een keer. Wacht, dan haal ik deze rij ook weg zo. Op. Zo. Oké, maar nou hebben we dus zoveel dirt. Nou moeten we eventjes gaan kijken waarvoor gaan we het gebruiken. Naar welke kant toe? Waar willen we heen? Ja, zeg jij het maar, maat. Ga jij er maar gewoon voor. Jij hebt zo je best gedaan. Ik denk dat als wij dat hier dan gaan uitbreiden... Ja. Dat wij dan uiteindelijk, als wij dieren kunnen krijgen, kunnen we een stal hier maken. Ik zal even gaan kijken, want ik zie niet wat je... Zo, even kijken. Ja, precies. Nee, eens. Klopt. Hop. Leuk. Ondertussen hebben we ook lekker bamboe. Dat is ook leuk. Ja, mooi, hè? Dat heeft ons wel even 6 iron gekost, maar het maakt niet uit. Nee, joh. Nee, ja, maar in principe, weet je, we krijgen best snel iron. Dus het is niet het grootste probleem. En we kunnen nu, als het goed is, als ik het omhak, inderdaad vermenigvuldigen. We hebben er nu 7. Kijk eens. Kunnen we het ook weer verkopen voor iron? Ja, precies, ja. En we kunnen er stokken van maken. Dus echt, jongen. Oh. Jij bent gewoon eigenlijk... Wat ben ik een Minecraft-nerd, zeg. Godverdamme. Zo, pakkee. En dan is kunnen we ook de farm een beetje uitbreiden. De vloer is af, eigenlijk. Kijk, lekker, hoor. Hoppakee. Kijk, dan ga ik ook even een beetje alvast de farm een beetje uitbreiden. Ga jij de farm uitbreiden? Dan ga ik even een diamond hoe maken. Een diamond hoe? Heel grapje. Dat is echt zonde. Ja, dat is echt wel heel erg zonde, ja. Ik zat niet eens te beseffen hoe zonde dat was. Oké, okay, even kijken. Dan kan dit nog. Zo, 3 blokken. Ik zit even jouw ding van jouw huis na te maken. Ja, dat is goed. Dit moet even, Even kijken. Dan moet ik even zaadjes hebben. Maar dit gaat natuurlijk niet weg, omdat het tegen het huis aan zit. Zo, doen we even dit. Nu gaat het wel weg. Hier omhoog. Wacht, geef mee zaadjes. We hebben best wel we hebben boommeel, oké? Ja, trouwens, misschien beter. Ja, ik doe het 1 of 2 keer, doe ik het. Zo. Oh, was dat zaad? Nee, het was geen zaadje. Zo. Ik snap niet wat je bedoelt dat hier nog een muur moet komen. Wat is het idee dan? Maar welke muur bedoel je? Ja, jij zei dat hier ook nog moest komen. Ja, als je zeg maar het wil afdingen ze, zeg maar. Dus als je zeg maar zegt van, hé, muur zo klaar. Of je wilt zeg maar zeggen van, we maken 1 gekke lange rij van. Dat kan ook. Maar je wilt hier een muur doen, maar dan moet het toch al hier komen, die muur? Ja. Waarom moest dit dan ook zeg maar... Nee, dat moest juist dirt. Maar toen zei je van, we doen het voor planks. Want je ziet het toch niet. Oh, ik dacht dat we er overheen gingen bouwen. Daarom, ik dacht dat we kunnen er overheen. Trouwens, we bouwen er overheen ook. Want we doen die planks nog aan de zijkanten. Dus dat maakt niet heel veel uit trouwens. Ah, kijk. Ik heb gewoon gelijk. Je hebt gewoon gelijk, jongen. Mijn god, hey, bam! Hoppakee. Dan gaan we deze weg. Zo. En dan zo.
En dan boom, boom, boom. En dan hier ook 3 omhoog. Oh, jeetje. Zo. Ik hoop eerlijk gezegd wel dat die farm wat sneller gaat groeien. Want ik heb nog maar 3 hongerbags. Ja, het is echt ongelooflijk. We hebben zo'n mooi huis. En we hebben geen... we hebben eigenlijk... We hebben echt gewoon 0 vergeten. Ja, het is eigenlijk best wel bizar. Oh, wacht even. Ik heb toch alweer wat weed bij gedaan. Zo, hop. Kijk eens aan. En dan hier weer dit. Zo, deze moet wel rechtop. Dan... Is hij helemaal prima. En als het goed is hier... Hey, ik ga even doorhakken. Zo, ga jij even lekker doorhakken, jongen. Ja, dan ben jij lekker bezig nu met het huis. Dus... Hey, diamond! Diamond! Diamonds! Ja, we krijgen best veel diamonds. Het is echt bizar. Hey, raket! Raket, nieuwe villager. Raket, nieuwe villager. Oh, nee! Oh, hij valt. Wacht. Ik zit hij is op een platform gevallen. Oké, gelukkig, want ik zit nu nog in het menu. Ik kan nu nog dingen kopen als je wil. Nee, hij zit hier op een platform. Hij is gewoon beneden. Gelukkig. Hij is gewoon beneden. Oh, jij schrikt me dood, man. Ja, hij is gewoon hier beneden. Oh, gelukkig. Oké, we kunnen kool krijgen, maar dat hebben we niet nodig. Azalea. Wow, mag ik eens kijken? Ja, is goed. Kijken, we kunnen best wel wat dingetjes krijgen. Oh, maar... ja. 5 diamonds en Eye of Endur. Dat is wel... Glowstone. Is wel leuk. Glowstone kunnen we gebruiken. Alleen, ik heb liever een villager die gewoon zegt van... Hé, hier, kijk, ik heb eten voor je. Ja, dat snap ik. Ik heb glowstone gekocht. Oh, maat, we krijgen echt veel diamonds, man. Ja, het is echt bizar. Deze one block gunt gewoon. Lekker, man. Lekker. Hier, ik heb dit gekocht. Zo, dan hebben we mooie lampjes in het huis. Je hebt glowstone gehaald. Waarvoor heb je glowstone gehaald? Voor mooie lampjes. Ik dacht, dat kunnen we in het huis doen. Wacht, hebben we nog die villager die string verkoopt? Ja. Wat? Oh, haal string? Denk ik, weet ik niet. Ik zeg maar ja, nee. Maar... Nee, denk het niet dan. Ah, damn it. Daar, ik ben dus even nu. Daarvan hadden we misschien een blokje wol kunnen maken. Dat was eigenlijk best wel dom. Ja, ja. Hebben we hem nog? Nee, hij is weg. Jeetje, dat is wel echt besef ik me nu pas. Oké, als ik nog even wat glas pak, dan hebben we, als het goed is, de ramen. Ja, wat glas... Planes. Ja, die heb ik hier. Oh, je hebt het al. Oh, nog beter. Ja, zeker. Oh, jeetje, dan hoef ik niet eens uit de oven te pakken. Haha! Kijk eens aan, dan doen we zo. Hier gaan we even... dan vullen we deze hier. Dan vullen we deze. Hey, villager, ik begrijp, ik ben lekker. Maar je hoeft niet eten tegen naar me toe te komen lopen, hoor. Dan doen we deze zo. Ik ben eten, echt, man. Dat is eigenlijk veel leuker, namelijk. Oh, en dan zijn ze alweer op. Oké, dan moet ik even nieuwe maken. Zo. Ik hoor het alweer, je bent lekker bezig, jij. Ja, ik ben heel lekker bezig, Santino. Zo trots op je. Oh, ik heb ze niet in mijn inventory. Zo. Kom maar, geef mee een nieuw level. Mag jij die nieuwe glasspings hebben? Kan ik dit doen? Oh, dankjewel. Ja, dit kan. Oh, chill. Oh, jeetje. Oh, dit is heel zonde. Ik heb glas verkeerd gezet. Oepsie. Hé, we zitten in een diamond crisis. We zitten in een diamond crisis. Ja, ik krijg de laatste tijd geen diamonds meer. Oh, nou, ik denk dat we al blij moeten zijn hoeveel diamonds we hebben gekregen. Ja, dat wou ik net zeggen. Zo, hoppakee. En kijk dan, het huis is gewoon... Dit ziet er echt wel heel ziek uit, hoor. Kijk, hatsa, lekker hoor, hé. Ik denk alleen dat we dit hier... Dit wil ik eigenlijk ook een ander blokje hebben nog. Kan ik hier omhoog doen? Doe maar lekker wat je wilt. Zo. Zo. Ja, kijk eens aan. En dan, boom, let's go. En dan moeten dit ook slappy stop worden. Ja, aan de zijkant. Of kijk maar eigenlijk wat je wilt. Ja. Ik denk dat het wel mooi is. Ik ga het gewoon een patroon door laten zetten. Want ja, het is mooi als het één groot geheel is. Dat is zeker waar. Wacht, ik heb nog dirt voor als je wilt. Heb je nog dirt voor me? Nou, plaats zelf maar, maat. Oh mijn god, wacht, laat maar. Ik heb een stack dirt. Heb jij een stack dirt? Hé, hoe kom ik aan een stack dirt? Nou, ik klaag niet. Ga jij maar gewoon lekker plaatsen dan. Oké. Huh? Nou, ik sta echt met mijn mond vol tanden. Even kijken. Dat weg. Hoe hebben we dit gedaan? Arm erin. Je gaat gewoon die slaps door, dus blijkbaar. Zo. Ik dacht dat is best wel mooi. Ja, dan hoef je ook niet altijd die trapjes te doen. Dat is ook een stukje chiller. Maat, ik sta echt voor een raadsel. Ik snap niet hoe ik aan een stack dirt kom. Ja, ik klaag niet. Nee, ik ook niet. Nou dan, klaag niet dan. Oké, sorry meneer. Speet me, baas. Ja, precies. Niet klagen. Ik denk dat die wortels... Er zijn een paar wortels ook al klaar. Ja. Een paar woorden zijn klaar. Lekker. Oh, we hebben eten back. Eten. Lekker, maar, man. Oké, nu mag jij de keuze maken. Of we maken gouden wortels. Oh. Of we eten normale wortels. Gouden wortels. Natuurlijk, dat zijn gele wortels. Oké, dan gaan we dat doen. Kijk dan dit huisje. Hij ziet er echt wel heel cute uit. Echt zo kawaii.
Kijk, ja. Dat gaan we opnieuw planten. Hop. En ik denk eigenlijk dat we dan wel zo goed als klaar zijn, Stino. Nou, denk het ook. Ziet er, goed uit. Misschien moet je nog een keer meedoen en dan kunnen we echt jouw kamer maken. Want we zijn al zo lang bezig. Ik vind het een goed idee. Ja, hè? Maar hé, we maken er even die gouden wortels. Oh ja, gewoon de wortels schik maken. Dat was de bedoeling. Je bent alweer vergeten. Ja, ik was namelijk aan het eten. Oké, nou heb je al het goud. Hier, mag je weer de wortels. Wacht, hoe maak ik die dingen ook weer? Oh, wacht, ik weet het al. Is dat niet net als een... Is dat... Oh, oké. Ja, carrot. En dan een karrot. Zo, hop. En dan... Hop. Ja hoor, alsjeblieft. Lekker, kijk eens aan. Hoppakee. Ja, kunnen we lekker chappen. Zo, en dan geven ze ook meer eten geven ze. Dus dat is mooi. Dat mag ik hopen. Zo. Ja, dat doen ze zeker. Hartstikke idee. Hey, Satino, we hebben diamonds, we hebben een huisje. We hebben echt een veel groter dirt platform. Het belangrijkste is nog een bed en zo. Dat hebben we nog nodig. Maar hey, dat kan ik misschien in de volgende video. Satino, ik wil je bedanken. Ja, zeker. Dankjewel dat ik mee mocht doen. En ik denk dat ik je nog wel voor een tweede keer zie. Ja, zin in. Ja, dames en heren. Ik sta hier weer op mijn OneBlock. Of ja, OneBlock. Het is... Alex? Wat doe jij hier? Ik kom ineens uit de lucht gevallen hier, zo Mick. Wat? Oké, dat is heel toevallig. Want heb jij toevallig een appeltje voor mij? Heb ik een appel? Kan ik je niet iets anders geven? Want een appel is best zeldzaam op OneBlock. Een appel is zeldzaam. Geef me 1 seconde. Huh? Hier, oké. Hier, je krijgt een appel. Ik heb het je al gegeven. Dankjewel. Ja, maar appels zijn echt wel heel zeldzaam. Oké, weet je Alex, we gaan vandaag OneBlock spelen, ja? Maar er staan veel meer dan 1 blokken. Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Het is niet meer echt een OneBlock, maar zie je deze speciale blok die hier om deze bloemetjes heen staat? Blauwe bloemen! Ja, blauwe bloemen en gele bloemen natuurlijk ook. Maar kijk, als je de bloemetjes staan er met een reden, Alex. Wat kijk, is de reden? Nou, omdat de blok in het midden, dat is de OneBlock. En als je die weghakt, kijk. Boom. Wow. Ja, dat is vet, hè? En vandaag moeten we deze blok weer heel veel gaan hakken. Want als je deze blok hakt, dan spannen er villagers. Okay, dus als ik deze nu hak en deze nu hak en die... Ja. Daar kunnen... Geef me wat voor. Ja, een klein momentje. Ik heb je een pickaxe. Er bijna. Ik heb je een pickaxe gegeven. Alsjeblieft. Met de pickaxe. Ik heb je een pickaxe gegeven. Dan dat gaat het sneller. Ja. Nou, kijk eens aan. Als je die OneBlock hebt gehakt, ja, dan komen er allemaal leuke dingen. Maar deze OneBlock, des te meer je hem hakt, des te beter die wordt. Dus dat is leuk. Oké, dus ik kan er ook een diamant uit krijgen. Ja, dat kan al letterlijk. Zo hoog is hij al. Hij is volgens mij nu level 7 of zo. What? Dus kijk eens. Een diamond. Diamant, kijk eens. Ik heb een diamant. Ja, ik heb een diamant. Ik heb Oh, nee. Oh, nu ben ik ook mijn pickaxe kwijt. Waar is die nu? Hij is nog steeds een doodgaan, denk ik. Oké, gelukkig hebben we hier nog een extra pickaxe. Ik denk dat ik beter zelf... Oké, daar ben je weer. Alex! Mag ik je pickaxe even lenen? Ik wil niet dat je opnieuw doodgaat met de pickaxe. Dat zou je wordt met mijne kwijt. Ja, oké. Weet je, je mag deze wel gebruiken. Oké. Deze keer moet je wel even op... Oké, hier dan. Hier, alsjeblieft. Dankjewel. Deze keer moet je wel even opletten dat je niet weer er al springt, als dat kan. Waar is mijn diamant gebleven? Ja, je bent dood gegaan, dan raak je je spullen kwijt. Hoe lang speel je nou al Minecraft? Ja, maar ben je een noobspeler of zo? Wat is dit nou? Ik dacht dat jij pro was, Alex. Nee, dat tegen mij zegt. Ik dacht dat jij de pro was. Dat ben ik ook weer niet, maar ik ben ook zeker niet een noob. Nou, dan moet je niet van een OneBlock afvallen. Dat vind ik wel een noobactie, hoor. Oké. Okay, bij deze beloofd dat ik er nooit meer van afval. Ja, en zeker als je een diamond hebt, dan moet je er al helemaal niet afvallen. Ja, maar die maar helemaal niet. Wat ik je wil uitleggen, als je deze OneBlock... Nee, die heb je niet meer. Dus als je er weer in hebt, dan moet je niet er afvallen, snap je? Oké. Kijk, Alex, ik zal het even 1 keer uitleggen hoe het dus werkt. Je hakt de blok. De blok gaat level up en wordt zo steeds beter. Maar als je de blok ook blijft hakken... Kijk, dan krijg je... Maar als je nog meer blijft hakken, komen er nog meer diamonds. En als je, zeg maar, de blok blijft hakken, dan kunnen er ook dingen spawnen. Zoals villagers. En daarmee kan je dan traden. Wacht eens even. Dus dan kan ik nieuwe vrienden maken dus. Ja, en daarom is die appel heel zeldzaam. Want villagers willen wel eens dingen geven voor een appel. Maar ik heb al best wel veel emeralds. En de meeste villagers, die houden meer van emeralds. Ja, maar dit zijn bijzondere emeralds. Nog meer diamonds! Kijk, jij gaat dit doen. En wat mijn plan is vandaag, is om het huis af te maken, Alex. Dus, weet je, blijf jij maar lekker hakken. Dan ga ik er ondertussen even, überhaupt het dak erop doen. Dat is wel fijn. En het zou echt nice zijn als we vandaag schapen kunnen krijgen of zo. Zodat we ons eerste bed maar kunnen schapen maken. Kunnen hier dan ook daadwerkelijk
eigenlijk uitkomen? Ik heb echt geen flauw idee, maar ik dacht, hè, misschien kan je een spawn egg ruilen met zo'n villager. Hmm, dat is misschien wel een goed idee. Staan er al villagers op het eiland? Nee, daarvoor moet jij die one block blijven hakken. Dan spant er opeens één en dan komt er allemaal vuurwerk tegelijkertijd. Mick, dat is een probleempje. Wat is het probleem? Kijk eens achter je. En dan weer voor je. En dan weer achter je. En dan weer voor en dan weer achter je. Het wordt donker. Nee, achter je blijven kijken nu. Ja, oké. Het wordt nacht. Ja, één klein niet-probleempje is dat er nog geen monsters op dit eiland spawnen. Dus dat is wel fijn. Het is volgens mij nog geen monsters? Nee, hoe kan dat nou weer? Volgens mij is het nog niet groot genoeg daarvoor. Oké, dat is op zich wel prima. En er staan overal torches. Het huis is wel heel donker. Ja, dat moet... Kijk, dan wou ik vandaag... Ja, ik denk dat ik dat wel even kan doen. Kunnen we niet een paar stokjes maken van dit bamboe hier zo? Weet je, doe lekker je ding, joh. Dan kunnen we daarmee namelijk torches maken. Ja, doe jij lekker... Je weet dat je ook gewoon hier bomen hebt, hè? Ja, maar ik dacht ik wil je bomen niet ommaken voor twee takken. Ja, maar je weet ook dat we echt mega veel hout hebben. Dat wist ik niet. Maar ik heb de torches! Oké, nou, Peep, laat jij even lekker de torches. Kijk, ze wel op de mooie plekjes plaatsen, hè? Ja, precies. Ja, het hout. Hier kan je er ook wel eentje plaatsen. Weet je, ik heb trouwens ook nog torches gewoon in mijn inventory. Daar en daar. Kijk, dit ziet er al prachtig uit. Dat is allemaal wel zo'n beetje. Maar het huis is nu verlicht. Ja, ik heb alleen nog geen wol. We hebben echt schapen nodig, zodat we wat bedden kunnen maken. Ja, precies. Dus hey, ga jij lekker die one block hakken. Misschien komen er dan goed. Wat schapen. Ai, ai, kapitein! Lekker bezig. Dan ga ik namelijk een dak erop gooien. En we gaan gewoon een simpel dak doen. Zo, en ik denk dat we gewoon lekker planks gaan gebruiken. Gewoon van die slabs bedoel ik. Maar lekker simpel. Vind je dat een goed idee? Slabs dakkie? Dat is wel wat goedkoper inderdaad. Ja toch? Ja. Dat ik zou dat wel doen ja. Ja en het ziet er ook mooier uit denk ik. Dan normale blokken. Zo hoppakee. Ik heb zoveel ores die ik al aan het hakken ben de hele tijd. Maar ik denk dat de pickaxe wel zo'n beetje op is. Wou je hem nog terug? Je kan gewoon een nieuwe maken. We hebben echt mega veel iron. Oké, dan doe ik dat. Kijk, nog een diamond! Kijk, ik gooi... Kijk, villager! Nee! Oh! Waar is een villager, Alex? Je moet wel opletten. Oh, dit is emerald. Waar is een villager? Ja, hier. Kijk. Kijk, wat heeft hij? Ja, kijk, hij wil dirt en iron en... Ja, hier, kijk jij maar even. Hier, ik heb wel dirt en iron. Ja, nou ja, hij heeft niet echt... De spullen die we nodig hebben. Jawel, we kunnen meloenzaadjes bij hem kopen. En dan kunnen we heel veel eten maken. Ja, maar dirt is heel zeldzaam, Alex. We kunnen beter het eiland groter maken. Ik heb hem net al heel veel dirt gegeten. Oké. Weet je, ik vergeef je. Ik had het eerder moeten zeggen. We kunnen hem ook gewoon wat iron geven. Ik heb daar best wel veel van. Ik doe er wel wat bij in de oven. Ga maar lekker. Doe maar gewoon je ding. Ik ben hiermee bezig. Want ik... Oké, zal ik nog zorgen dat we meloenzaadjes krijgen? Meneer! Meneer de villager! Kom eens van dat dak af! Hallo! Kom van dat dak af! Hé! Hey. Oké, ja, je kan hem gewoon eraf duwen. Zo, hoppa. Kijk. Au. Nee, we hebben wel echt dirt nodig trouwens, al willen we de meloenzaadjes hebben. Dus dan doe ik die terug en dan doe ik het dirt. Ja, yeah, ja. Dan moet je heel veel het one blokje hakken. Dan krijg je namelijk meer... Ik heb ze! Ja, oh, ja. Hoeveel dirt heb je hiervoor gebruikt? Een stuk of 40. Oké. Okay. Maar we hebben nu wel twee meloenzaadjes. Jee, yeah, joepie. En wat hebben we aan meloen dat we niet aan brood hebben? Watermeloen is lekker en het is maar rood. We hadden ook al wortels lekker. En zo. Kijk maar naast je. Wat is er naast me? Wortels hadden we ook al. Oké, nou ja, ik dacht misschien kunnen we betere dirt gebruiken voor andere dingen. Maar ik zei net al, ik laat je gewoon lekker je ding doen. Dus stap 1 om een villager een beetje klandizie te geven soms, hè? Ja. Een heel moeilijk woord gebruik je daar opeens, Alex. Ik weet het. Nog meer diamonds! Nog meer diamonds, kijk eens aan. Oké, dit dak gaat trouwens echt heel erg sloom. Zeker als die villager er overheen aan het lopen is. Nog meer diamonds? Ja, hoeveel diamonds heb je al? Ik vind zoveel diamonds de hele tijd. Er is gewoon meer diamonds dan iron, zowat. Het is niet normaal. Hoeveel diamonds heb je al? De pickaxe is kapot. En hoeveel diamonds heb je? Ik heb er 7. Misschien kan je wel een diamond pickaxe maken. Dat is best wel veel. In de kist liggen er ook nog 5. Ik heb ze erbij gelegd. Maak maar een diamond pickaxe, Alex. Je hebt het verdiend. Oké. Zo, hoppakee. Ik maak het dak nog steeds af. Heb jij ook al een diamond pickaxe? Of ben ik de eerste? Jij bent de allereerste met een diamond pickaxe. Ik kan nu zo snel hakken! Ik ben nog steeds het dak aan het maken. Dit is geweldig. Ik heb niet eens een normale axe. Je hebt alles voor mij. Ja, maar ik ben wel gewoon de diamonds hier aan het zoeken. Dat is zeker waar. En het kan ook zijn dat er eigenlijk weer... Wat? Meer diamonds?
Aha. Oké, weet je waar ik niet op kan wachten? Diamonds! Oké, ik hoop op... Ik hoop dat er gewoon een keer een varken of zo eruit komt. Of een schaap. Ja, ik zag dat helemaal niet. Ik zag dat ook niet bij de villager. Ik heb ook een sapling gekregen. Oké, ja. Volgens mij hebben we ook al best wel veel saplings en zo. We hebben... Zeg maar... Misschien hebben we er niet superveel aan. Het grootste probleem is eigenlijk... gewoon een bed. Ik wil gewoon een bed hebben. Maar daar komen geen dieren uit. We krijgen de hele tijd alleen maar spullen die je eventueel in een cave kan vinden. Ja, maar ik heb gewoon al zo lang niet geslapen, Alex. Ik wil gewoon een bed. Ik zie het aan je ogen. Zijn een beetje... Ja, je denkt bijna dat ik de zombie ben. Nou, daar ging ik al van. Ja, wees maar bang voor mij. Hey, maar we hebben wel 3 bedden nodig, hè? 3 bedden voor de villager, zeker. Eentje voor jou, eentje voor mij en eentje voor Bobby. Bobby, wie is Bobby? De villager. De villager heeft nu een... Oké, ik moet je teleurstellen, Alex, want er kunnen maar 2 villagers zijn. Dat is een beetje de regel. Bobby en Freddy. Ja, maar wanneer er dus een derde villager komt, dan verdwijnt er één, snap je? Automatisch. Dus dat betekent dat als we het blok nog verder gaan hakken, dat Bobby misschien weggaat? Op dit moment niet, want hij is nog alleen, toch? Dus, ja, maar Bobby mag nooit weg. Nee, dan moet je op een gegeven moment ophouden. Oké, dan gaan we nog een klein beetje graven. Totdat we Freddy hebben gevonden. En als Freddy er is, dan laten we ze gewoon lang en gelukkig lukken. Ik ga waarschijnlijk wel door dan alsnog, maar ik heb niet zoveel waarde. Ik ga er bedrock op zetten dan. Maar je hebt geen bedrock. Dat zoek ik wel. Oké, en als je het hebt gevonden, hoe ga je het hakken dan? Ik ben gewoon heel benieuwd nu. Met een hand, denk ik. Met een hand, oké. Hoe hak je anders bedrock? Kijk eens aan, hoppakee, het dak is af. Een leuk punt dak, kijk hoe leuk, kijk hoe schattig. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt een schattig huisje. En Alex, als jij vandaag erg je best doet, dan mag jij hier een kamer in krijgen. Oh, die kan ik toch ook gewoon zelf wel bouwen? Kijk, als ik nou gewoon hier denk van, dit vind ik een mooie hoek. En dan zeg ik zo, daar neer. En toevallig heb ik al heel wat cobblestone, dus die doe ik dan daar. En dan maak ik hier gewoon mijn eigen slaapkamer van. Ja, ik vind het helemaal prima. Hey, ik ga ondertussen wel even die one block hakken. Ik denk dat ik wel heel veel geluk heb. Nou, dat denk ik niet zo zeker. Dat one block houdt van mij. Ja, we zullen zien, Even kijken, ik ga ook een diamond pickaxe maken. Dan ben jij niet meer de enige met een diamond pickaxe, want ik heb er nu ook één. En weet je wat ik zelfs ga maken? Een diamond axe. Want ik ben gewoon heel cool. En wat heeft je axe hier nou weer mee te maken? Nee, een diamond axe! Ik heb helemaal geen axe, Alex. Oh. Nee, ik kijk, zo eentje. Deze, zie je deze? Nee, ik ben nu een, ik ben nu. Het is mijn beurt. Ja, ga jij maar het huis inrichten. Waar is mijn appel gebleven? Weet ik veel waar je appel is. Jij bent natuurlijk weer dood. Ben ik naar beneden gesprongen natuurlijk. Ja, dat is echt je eigen schuld. Hier, weet je wat trouwens ook is? Wortels. Kijk eens wat hier... Kijk, je hebt hieronder ook een mooie ingang. Hier kan je ook naar beneden. Heb je dat al gezien? Wat is daar dan? Ja, daar is helemaal niks. Helemaal Diamond! Niks. Let's go! Hoppakee. Ja, mooi hè? Ja, kijk, ja, Oké, zal ik je vertellen waarom we dat hebben gemaakt? Wil je weten wat we niet doen, Alex? Weet je waarom we dit hebben gemaakt? Nou? Omdat je soms door de one block heen viel. Oh, dat is super handig eigenlijk. Ja, dus nu kan je niet meer vallen. En dan kan je hier gewoon weer omhoog komen. Ja, precies. Kijk, ja, precies. Slim van ons, hè? Dat is toch zo. Dat gele bloemetje, die is weg. Hoe kan dat nou weer? Ja, jij hebt die weggehakt net van onder. En je hebt hem ook... Oh, wacht, heb ik die? Ik heb hem. Jij hebt hem ook opgepakt, ja. Eventjes terugzetten, alstublieft. Ik wil gewoon... Kijk, om het huis helemaal goed in te richten, hebben we gewoon bedden nodig. Dus geef me gewoon even een schaap. We hebben ook best wel veel redstone dust. Is er iets wat je daarmee wil doen? Ja, wat... Nou, ik weet niet eens wat eigenlijk. Diamond! Hoppa, let's go. Je kan er niet echt heel veel mee maken, denk ik. Hoe heb je het trouwens ingericht nu? Heb je al iets... Nee, nog niet. Ik moet nog een deur hebben voor mijn kamer. Beetje privacy. Ja, plaats die deur erin. En je moet misschien nog een sign maken. Je hebt nog best wel wat te doen. Oh ja, dat is ook een goed idee inderdaad. Een sign. Ja. Zodat niemand zomaar binnen gaat komen. Nee, precies. Want ik kan nu... Ik moet wel weten dat het Alex zijn huis is natuurlijk. Kijk eens aan. Dan ga ik die one block hakken. En ik hoop gewoon dat hij even binnenkort level up gaat. Want dan kunnen we weer nieuwe dingen krijgen. Dat zou toch fantastisch zijn. En ik vind het ook ongelooflijk hoeveel diamonds je ervan krijgt. Zo, hoppakee. Hier weer hout. Hier weer emerald. Ik vind het ook heel jammer, Alex, dat ik altijd villagers krijg die helemaal geen emeralds willen. Ik heb zoveel emeralds nu. Oh, is hier al een tweede villager? Of is het nog steeds de enige? Nee, je bent nog steeds dezelfde. Wat ben je allemaal aan het doen? Alex zijn kamer. Oké, nee, dat mag. Ja, en ook verder niks. Verder
Dan is het helemaal goed, Alex. Ik vertrouw jou. Dat is goed. Ja, hè? Dat zou ik ook doen. Ik vertrouw jou 110%. Oké, als jij gewoon lekker naar de grond... Oh, wow! Wat was dat? Wat? Hé, hey, weer een nieuwe villager! Is dit dezelfde? Is dit een nieuwe? Want deze kan je een... Oh my god, oh my god. Ik heb één diamond nodig. Oh, jij wil een... Freddy, ik heb een axolotl! Waar ga je die plaatsen? In mijn kamer. Oké, weet je, omdat we zoveel diamonds krijgen, accepteer ik dit allemaal. Heb je al genoeg glas? Kan ik daar een klein aquarium mee maken? Ja, we hebben gewoon glas hier in deze kist. Oké, dan ga ik daarmee een klein hokje maken. We krijgen nu alweer een diamond. Het is al ongelooflijk hoeveel diamonds je krijgt. Waarmee kan ik het best een hok maken? Ik denk van de stenen die ik nu heb. Dan doe ik daar wat muurtjes mee maken. Kijk, als de one block trouwens upgrade, dan komt er ook rechtsboven te staan dat volgens mij is hij op dit moment level 7. Dus hij wordt dan level 8. En ik ben heel benieuwd wat hij dan gaat geven. Besef hoeveel diamonds hij nu al geeft. Dan geeft hij misschien dadelijk gewoon alleen maar diamonds. Ik weet niet of dat zo werkt, maar laat het hopen. Of hij geeft schapen. Kan dat? Ik had nooit verwacht dat een schaap zeldzamer werd dan een diamond. Nee, ik ook niet echt, nee. Ik heb nog nooit, zeg maar, ik kan nog eerder volledig diamond setje hebben dan überhaupt een bed. Weer een diamond. Echt, het is ongelooflijk. Geen baronnen schaap. Heb je ooit gehad dat je, zeg maar, gewoon klaar was met diamonds krijgen? Nee, want nu kan je er hele coole huisdiertjes mee kopen. Ja, maar waarom kan je alles van mee kopen behalve schapen? Die daar en... Oké, weer een diamond. Weer een diamond. Daar. Het is echt ongelofelijk. Geef me maar gewoon even die melding dat je gewoon even een level omhoog gaat. Ik krijg ook enorm veel dirt trouwens. Dat is wel fijn. Ik kan de one block weer wat groter maken. Ik hoop dan gewoon dat op een gegeven moment gewoon schapen gewoon op mijn eiland komen. Hebben we al genoeg water? Een infinite water source? Nee. Nee, dat hebben we ook nog niet. Hoe kan het dat er zo weinig water is? Omdat het een one block is, Alex. Ja, dat kan misschien wel kloppen, inderdaad. Dan is er meestal, weet je wel, dan hebben we... Ja, water is een probleem dan. Net zoals schapen. Hoppakee, ik heb gewoon letterlijk al 8 diamonds. We hebben gewoon 15 diamonds al in totaal. Het is echt dat is echt heel veel. Stel, hè, ik leg deze emmer water hier met de axolotl. Dan hebben we nu oneindig veel water. Ja. Dan pak ik deze erbij en dan doe ik jou er weer in. Kijk, het is gelukt. Is het gelukt? Oh, je bent toch geen noob. Ik neem mijn woorden terug. Ik weet het. Ik wist het al lang. Ja, dat is waar. Kijk hoor. Jij mag daar zwemmen. Tijd om meer water te halen. Het is dat ik deze one block aan het hakken ben. Maar ik ben echt wel heel benieuwd wat je allemaal aan het doen bent op dit moment. Oké, meneer de axolotl. Jij mag daar en daar moet water. Ik zweer het je. Dit huis is echt... Ik moest het misschien... Waarom staat hier een sign? Je mocht een kamer krijgen, niet helemaal huis. Het wordt een aquarium voor in het huis. Ja, kijk, Freddy komt ook gelijk kijken. Nee, dat snap ik. Maar Alex, wat is dit? Dat wordt mijn aquarium. Nee, hier, boven de deur. Dat is mijn huisbordje, zodat iedereen weet dat dit mijn huis is. Ja, maar dit is jouw huis, snap je? Jouw huis zit in mijn huis. Nee, maar en de rest van het huis dan? Weet je, ik haal hem wel weg als jij weg bent. Kijk, dit wordt Axolotl. Doe je ding, Alex. Ik fix het wel in de volgende aflevering. Ik ga deze one block even lekker hakken. Dat is mijn plan vandaag. Ik denk dat ik niet heel veel werk anders af kan krijgen. Zo, hoppakee. Ik wil gewoon dat hij op zijn minst 1 level omhoog gaat. Dat zou gewoon heel fijn zijn. En jij bent, ook lekker bezig. Goed bezig, Alex. Dankjewel. Ja, van mijn kamer. Wordt het een beetje mooi? En het hok van Axolotl staat er ook bij. Heb je zelfs dat beest een naam gegeven? Axolotl. Axolotl. Aha. Waarom niet gewoon Alex de Vis? Omdat het een Axolotl, Axolotl. Ja, ik vind het... creatief. Ja, hè? Applausje voor jou. Weet je, Alex, ik denk dat we eigenlijk wel gewoon ons doel hebben bereikt, toch? Dit is fantastisch. We hebben een huisdier. Ja, ik wil jou heel erg bedanken, Alex. Alsjeblieft. En voor mij mag je hier blijven wonen. Ja, dat was ook wel mijn bedoeling. Doei, Mick. Ja, doei.
doei, Alex. Welkom weer bij een nieuwe OneBlock. En de OneBlock gaat heel erg goed. En voor de mensen die de vorige OneBlock niet hebben gezien. Nou, Alex was er. En Alex die heeft hier een sign geplaatst. Alex zijn huis. Nou, die gaan we dus even weghalen. Want het is natuurlijk mijn huis. Dit is wel Alex zijn kamer. Die mag hij wel houden. En hij heeft dit leuke beestje. En die noemt hij de Axolotl. Hey, Mick. Hallo. Oh ja, ik was vergeten te vertellen. Vandaag is Giel te gast. Yay. Ja, Giel. En vandaag heb ik één doel. Oh, wat is jouw doel vandaag? Vertel het eens. Mijn doel vandaag is een bed. Ik wil een bed. Ik word knettergek. Ja. We moeten vandaag een schaap proberen te krijgen of iets in die richting. Mijn tweede doel is, het huis moet wat groter. Want ja, Alex's kamer is eigenlijk al bijna heel het huis. En ik wil dat iedereen een kamer krijgt. Dus jij ook, Giel. Dus het moet groter. Het huis moet groter. We moeten schapen proberen te krijgen op een manier. Ja, er is nog best wel veel te doen. En hier tussen de bloemen, deze blok zeg maar, dat is de OneBlock. Daarom hebben we de bloemen omheen gezet. Zie je dat? Oké, zoals je ziet, heb ik al gewoon diamonds en zo. Want deze OneBlock geeft best wel veel diamonds. Kijk maar in de chest. Ik zie het inderdaad, joh. Wat? Ja, diamonds komen best snel. Hier, let op. Ik denk dat ik oprecht... Hier, tel maar. Doe maar. 1, 2, let op. Ja, tel maar. Maar ik zie nog geen diamond. Nee, tel maar hoe snel ik diamond krijg. Oké. Ja? Is goed. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Niet zo snel tellen. 7. Niet acht, zo. Ja, slow. 9, 10. 11, 12, 13. Oké, dit duurt toch iets langer 14, dan ik. 10, 15. Nee, ja! Yay! Zag je dat hoe snel? Ja, dat gaat best wel snel, inderdaad. Ja, ja, gaat sneller dan in normaal Minecraft, laten we heel eerlijk zijn. Ja. Soms komen er ook gewoon 5 diamonds achter elkaar, dat heb je ook soms. Maar, kijk hier bijvoorbeeld nu alweer een diamond. En weer een, ja. Ja, maar deze OneBlock werkt op een andere manier dan jij misschien gewend bent. Of niet, trouwens. Het is een meer bijzondere OneBlock. Hij kan namelijk upgraden. Hij heeft levels. Hij is op dit moment volgens mij level 7. Maar als je hem dus blijft hakken, kan hij level 8 worden. En dan komen er weer andere dingen in de OneBlock die waarschijnlijk beter zijn. Plus, als je de OneBlock blijft hakken, dan kunnen er villagers spannen. En daarmee kan je traden. Oh, dat is heel erg nice, inderdaad. Ja, en dirt is het meest zeldzame wat er is op dit moment. En ik ga het weer wat groter maken. Want het huis... Zal ik dan maar even wat tools maken en verder gaan met het OneBlock hakken? Ik krijg een achievement dat ik veel dirt heb geplaatst. Ja, ga jij je ding doen. Doe je ding, joh. Ja. Oké. Komt goed. Zo. En ik denk dat we ook gewoon maar dit mosblokje gaan gebruiken. Want ja, we gaan hier toch het huis op plaatsen. Dat maakt allemaal niet uit. Zo. Ja, Giel, want ik wil het huis vandaag een stukje groter gaan maken, zodat jij ook een kamer kan krijgen. Oeh, ik wil wel een kamer, inderdaad. Ja, dat is wel fijn, hè? En een bed. Dat is vandaag ook heel belangrijk. Oh, een bed, inderdaad, ja. Dat is ook niet gek. Nee, dat is niet gek, hè? En lekker slapen. Ik heb al letterlijk, ik denk 4 dagen niet geslapen in deze OneBlock. Ik heb een diamond. Ja, diamonds zijn niet heel moeilijk, Giel. Dus ik zou er niet heel... En een emerald. En een emerald. Kijk eens aan. Ja, die heb ik ook al 1000. Dan stop ik met cool doen. Maar voor de rest, lekker bezig. Weet je, als je opeens een schaap ziet of een villager spant, dan mag je echt schreeuwen. Oké. Die zijn gewoon zeldzamer dan diamonds dus. Eigenlijk echt 10 keer zeldzamer. Oké. Nou, niet eens 10 keer. Ik denk oprecht 100 keer zeldzamer. Ik heb al zoiets van 30 diamonds. Misschien wel 40. Zelfs Alex heeft diamond tools gekregen van me. Ja, ik heb gewoon even wat iron tools gemaakt. Ik dacht, dat is wel prima. Ja, precies. Nou, wat je ook moet doen, dirt aan mij geven. Heb je weer wat dirt? Ik heb 5 dirt, maar het is in ieder geval iets. Ja, geef maar alvast. Wat ik ook even ga doen, ik ga even eten maken. Want ik heb veel honger. En gelukkig hebben we hier een mooie farmpie. Yes. Waar we gewoon eten van kunnen pakken. Kijk eens aan. En dan kan ik ook weer lekker terugplanten. Dat had ik van de pro-speler trouwens geleerd. Hoeveel één klein plasje water, hoeveel dat wel niet kan. Zeg. Ja, dat scheelt superveel. Dat kan zoveel geven. Dat gaat superveel sneller van groeien. Ja, maar ik had niet verwacht dat het zoveel kon, zeg maar. Heb je ook wat eten toevallig? Ja, daar ben ik letterlijk op dit moment aan het maken. Oh, lekker bezig. Ja, hè? Hier. Wil je brood? Nou, als je aandringt. Wacht, ik eet het even snel op en dan krijg jij de rest. Zo. Hoppakee. Ik denk niet dat jij zoveel honger hebt. Yes. Kijk eens, een villager. Hallo, meneer de villager. Oh, even dit is kijken. Top. Ja, en hij... Een disc fragment voor 4 diamonds? Hij wil strings. Bing, kijk! Wat? Hè? Ja! Oké, dit is echt fantastisch. Wacht, dit kan ik gelijk zo. Boep. Dit is super. Ja, wat pak wil even je? Wat weed, voordat ze daar van het eiland aflopen. Ja, ik ben bezig. Ik ga even een hokje maken, hoppa, snel, ja? Hoppa, hier. En
Nog een schaapje. Kom op. Yeah, let's go. Oh, wat? Dit had ik even niet verwacht. Ja, oh, dat betekent dat we eindelijk een... Ja, ja, ga jij trouwens een hok voor ze maken. Maar dat betekent dus dat we eindelijk een bed kunnen maken. We moeten wel eerst wat meer schapen hebben. Dit is ik zet hier wel eventjes het hok neer zo. Oké, ga jij dat doen? Wat ik dan gelijk ga doen, is het huis uitbreiden. Oh, wat? Ik heb hier ook een zombie villager. Oh, nee. Oh, oké. Oké. Ja, die kun je wel weer healen, dat die weer normaal wordt. Maar ik weet niet of dat... Ik zou hem ook killen, inderdaad. Ik heb hem al gekillt. Weet je, als je de one block blijft breken... Mick, je moet even via dit blokje de schapen erin loodsen. Ja, mag jij doen. Ik hak wel even de one block. Okay, dan ik vind het zo leuk hoe jij dat doet. Ik wil even die one block schapies upgraden. Schapies, hallo. Ja, Giel, jij brengt geluk, joh. Ja, ik weet het. Het is echt niet normaal. Waar is de andere schaap? Oh nee, volgens mij zijn we er al eentje kwijt. Nee, ik denk dat die binnen is, of niet? Nee, oké, dit is niet goed. We hebben nu weer twee schapen. Ik denk het. Hoe kan die nou eraf gelopen zijn? Of is die naar beneden gegaan? Dat kan natuurlijk. Ik weet het echt niet meer. Oh nee, maar er zijn hier wel allemaal monsters. Oh jeetje, waarom komen er opeens allemaal monsters? Oké, volgens mij is het eiland nu groot genoeg. Hé, en hier is nog een villager. Oh, dat is dezelfde villager. Ik dacht dat hij een zombie was geworden of zo. Dat is in principe fijn dat hij er in ieder geval... Wat is die andere villager? Is de enige villager die er was een zombie geworden nu? Zeg je dat? Nee, er is weer een nieuwe villager. Nee, er is een... Er was één zombie villager en één normale villager, blijkbaar. Ah, oké. Okay. Ja, je moet dus wel uitkijken. Die villager, die moet je ook eventjes vastzetten eigenlijk. Want als er een zombie komt en die eet de villager op, dan wordt het een zombie villager ook. Maar die zombie villager heb ik al gekillt. Ja, dat weet ik, maar dan kunnen we er toch meer spannen. Dat is zeker waar. Weet je wat? Giel, ik... ik heb je trouwens nog niet alles verteld. Als je dus de one block hakt, dan kunnen er villagers komen. Als er meer dan twee villagers zijn, dan despawnt er één als er een nieuwe komt. Dus, wat? Dus je kan maar één villager tegelijk? Nee, twee villagers tegelijk. Oh, je kan gewoon allemaal custom dingen traden met die... Ah, nu snap ik het. Ja, de villagers zijn een soort van optie om dingen te krijgen. Ah, oké. Okay. Je krijgt de hele tijd van elke andere villager wel andere spullen dan ofzo. Ja, precies. Dus één. Dit is fijn dat we nu schapen krijgen. Want ik zat de hele tijd te hopen dat de villager me een keer zo'n schapen ei zou geven. Maar nu hoeft dat niet meer. Of ja, we zijn wel één schaap kwijt. Nu moeten we wachten tot... Oh nee, je hebt ze wel allebei. Ja, ik heb die andere toen net daarachter gevonden. Oh. Helemaal vergeten te zeggen, maar die heb ik in ieder geval. Dat is super nice, dat is super nice. En als je deze one block blijft hakken, dan kan die als het goed is level up gaan. En hij is al heel lang niet level up gegaan, dus ik verwacht het eigenlijk ieder moment. Oeh, spannend. En dan kunnen we weer betere dingen krijgen. En als het goed is, staat het gewoon als... Het komt een beetje als een achievement, weet je wel. Weet je wat jij even kan doen trouwens? Je mag het huis wel wat breder maken. Hier liggen allemaal spullen. En eigenlijk moet je gewoon hetzelfde patroon doen. Ja. Ik ga er mee aan de gang. En ondertussen kan ik gelijk even achter jou helpen. Ik pak ook gelijk eventjes wat deur er weer bij. Ja, doe dat. Ik ga het platform hier kiksen. Hoppakee. Het moet namelijk groter worden. En hier kan ik toch mos gebruiken, want daar komt toch het huis op. Top. Ik heb bijna geen mos meer blijkbaar, dus ik gebruik wel dirt. Zo, hoppakee. Dit. Oh, ik heb hier... Ik kom hier één blokje tekort. Nee, dat is niet handig. Ik jatte me vier. Zo, hoppakee. Joe. En dan is hier... Hier heb je echt achter het huis... Nee, je moet gewoon het huis langer maken, joh. Doe het niet meer. Oh, aan de achterkant. Ja joh, kijk hoeveel ruimte ik daar al heb geregeld voor je. Oh, oké. Ja, daar is echt super veel ruimte. Ja, prima. Ga jij dat maar even doen. Dan ga ik hopen dat die one block maar even snel wat geeft. En, bro, zie je het rechtsboven die melding? Ja. Step 8. Oftewel, we zijn bij 8. En deze villager, die geeft mij terracotta. Hij kan mij een banner pattern geven. Hij kan mij een bucket of tadpole. Oké. En hij kan mij... allemaal moeilijke woorden. Ja, precies. Dat kwam er niet heel erg soepel uit, inderdaad. Mycelium voor 16 diamonds. Dat is dat, dat soort grijze dirtachtige. Ja. Maar waarom zou ik dat willen? Ben jij pro genoeg daarvoor om dat te weten? Dat betwijfel ik. Ja, misschien weet jij het. Hij wil er 16 diamonds voor. Ja, I don't know. Ja, het groeit Ik kom zo wel even kijken. Het groeit natuurlijk wel verder, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet pro genoeg ben om te weten wat überhaupt dat doet. Ja, ik zeg je, ik ben heel eerlijk. Hier heb ik pro-spelen normaal. Heb je nog wel blokjes zodat ik een platform nog een klein beetje groter kan maken? Dat betwijfel. Mos of dirt of zo? Oh, hier zit gewoon nog een stack dirt in de chest, joh. Je echt? Wat? Ja. Oké, dat was ik helemaal vergeten. Oké, nou ja, dan pak die stack dirt. Maar dat is sowieso een goede investering. Hoppakee. Maar
Krijg ik? Nou, niet. Nee, nee, dat is modder. Oké. Okay. Ik dacht dat ik dat mycelium of zoiets, dat ik dat al kreeg. En oh, we krijgen nu ook nether. Oh, we krijgen... Oh, Hugh. We krijgen nu ook nether quartz. Oh, oké. Okay. Dat is echt wat heel erg chill. Dus daar kan je nou echt vet mooi huis van maken. Dit wordt dus een soort van... Hij is nu gelevel-upped naar een soort... Hoe heet dat? Oh, jeetje. Er is een zombie. Ik bedoel, hij is gelevel-upped naar de nether... wereldachtig idee. Oké, dit is... Kan ik die twee schapen weer even laten, je weet wel? Wat? Die twee schaapjes, zouden die weer even kunnen... kan ik? Ja, misschien eten? Wel. Ik zou zeggen, probeer het. Oké, ja, eentje, die heeft wel eten gekregen nu van mij. Mijn inventory zit ook altijd veel te vol, joh. Echt heel irritant. Zo, en dan hebben we nu 4 schaapjes. Ja. Let's go. Oké, we moeten ook echt oppassen, Giel, want er komen ook allemaal zombies en zo. Oké, dan moeten we inderdaad echt oppassen. Ik ben ook eventjes aan het bedenken hoe dat we aan meer hout gaan komen. Want dat hebben we ook nog best... Oh, wacht, hier zit nog best wel wat in de chest. Bro, we hebben echt mega veel hout. Oké, weet je wat? Ik hak hier gelijk de boom ook nog even weg. En dan denk ik dat ik het al helemaal af kan maken met het hout. Dat zou mooi zijn in ieder geval. Ja, doe dat. Ik ga even kijken hoeveel nether quartz we ook krijgen. En ik krijg zelfs glowstone. Daar kunnen we een mooie verlichting mee maken. Oeh, yeah. Ja, kijk, nu krijg je opeens ook allemaal nieuwe spullen. En daarom vind ik het zo leuk dat die one block dat je niet kan upgraden. Want ik ben telkens benieuwd wanneer die weer upgrade en wanneer er weer nieuwe spullen komen. Ja, dat is ook echt nice. Maar nu er allemaal zombies spawnen, betekent dat ook misschien dat als het dag is straks, dat er weer nog meer schapen en zo kunnen spannen. Oh ja, inderdaad. Dat zou nog beter zijn. Oké, kijk eens aan. Hier deze weer. En dan die, en dan die, en dan die, en dan die. Er spannen nu zoveel verschillende blokken uit. Dat is echt absurd. En die diamonds, joh, die zijn ook... Ik heb echt... We hebben gewoon al 33 diamonds, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Die zijn wel echt heel OP. Ja, dat is echt niet normaal dat je er zoveel krijgt. Maar ja, wel handig, want daardoor kan ik deze diamond tools gebruiken. En dan gaat het een stukje sneller. Misschien krijg je wel op een gegeven moment gewoon netherite van die... van dit one block. Oh, Mick, trouwens, kan jij zo nog eventjes wat dingen plaatsen? Wat saplings? Saplings. Ja, als het goed is, hebben we ook wel best wel wat saplings. Vooral niet ook saplings. Ik heb spruce saplings. Ja, misschien red ik het net trouwens wel met het hout. Kijk, oh, er is hier ook weer een sapling gevallen. Ik heb trouwens ook soul sand. Soul sand. Ja, ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Maar daarmee kan je ook wel allemaal dingetjes, toch? Dat je heel snel kan gaan of zo. Nee. Daar kun je juist niet snel mee. Daar ga je heel slow op. Ja, oh. Ik dacht dat je het in het water of zoiets, maar dat is weer... Oh, je kan volgens mij daar een lift mee maken of zo. Ja, oké, dat dan. Oké. Even kijken. Deze one block. Ja, het is duidelijk. Hij zit nu in de nether fase. Oeh. Ja, echt super, super spannend. En de schapen, die... Ik heb er eigenlijk 2 volwassen schapen nu en 2 kleine schaapjes. En ik ben echt benieuwd wanneer ik ze weer eten kan geven. Maar dan moeten we weer even op wachten. En ik ben ook benieuwd of we nog even iets... Ja, of nu ook dieren gaan spawnen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik moet zeggen, Mick, het gaat goed met het huis, hoor. Ja, ben je met het uitbreiden? Rijden. Ja, en het gaat echt ongelooflijk. Wow, yo! Hij is echt een stuk langer nu, ja. Ja. Ik moet alleen nog even deze muren uithakken en... Oké, ik denk dat het huis wel lang genoeg is op deze manier. En dan ga ik wat meer... Ja, toch. Dan ga ik het gewoon wat meer aan de zijkant uitbreiden nu. Ja, groot gelijk. In plaats van aan de voorkant of aan de achterkant. Hier zo met dirt. Hoppakee. Dirt. Hier nog wat dirt. Ik denk net een noemspeler, joh. Ja, maar echt hoor. Op de one block ben ik echt verliefd op dirt. Maar ja, maar echt. Dat is inderdaad... Hier is het inderdaad echt een soort van... En nog zeldzamer dan diamonds. Ja, het is echt ongelooflijk. Nou ja, het is niet zeldzamer. Ja, nou ja, in principe... Je hebt gewoon veel meer dirt nodig. Dat is het probleem. Ja, dat is het. Diamonds zijn wel zeldzaam, maar met 3 diamonds kan je al heel veel. Met 3 dirt, ja, daar kan je gewoon bijna niks mee. Ja, klopt. Zo, ik heb, er staan best wel wat saplings ook nu. Ik hoop dat ik ze een beetje heb gezet dat ze kunnen groeien. Even kijken, ik kan hier nog 1 zetten. Zo, en dan hier nog een laatste. En dan kan het heel gezellig worden als die bomen allemaal even willen groeien. Ja. En Giel, dan mag jij ook je eigen kamertje maken. Ja, ik moet eerst even de dak even helemaal fixen, want dan moet ik even een stukje van het vorige dak afhalen. Oh ja, dat hebben we zodat natuurlijk het zo'n heel mooi groot dak wordt. Kan dit hier trouwens nou weer een nieuwe villager of ben je geen nieuwe? Er staat er hier 1 op het dak. Ja, dat moet dan... En eentje bij jou, zie ik. Ja, die van mij is niet de nieuwe in ieder geval. Oké. En Giel, wil jij ook een huisdier of zo? Of denk je van, nee, dat hoef ik niet. Een huisdier? Ja, Alex die heeft een huisdier gedaan. Maar hey, dat was... Ja, dus Alex blijft Alex natuurlijk, hè. Die doet... Ja, die wil huisdieren en zo. Je wilt gewoon huisdieren, ja. Nou, op zich... Ik wil daar best wel een schaapje adopteren. Oh, het is ook echt absurd, joh. Heel mijn inventory gaat ook vol. Ik denk dat we ook een hele chestenkamer op een gegeven moment moeten maken. Want dit is echt absurd. Dat denk ik ook inderdaad. Zo, hoppakee. Die one
wanblok, die is ook echt... Hij geeft nu, zeg maar, nu die level up is gegaan, je krijgt zoveel verschillende blokken. Het is gewoon, het is bijna, zeg maar, onoverzichtelijk aan het worden. Ja, het is erg absurd. Maar het is alleen maar goed, heb ik. Ja, het is ook goed, het is ook goed. En het zijn gelukkig niet troepblokken. Je krijgt wel veel blokken waar je ook wat aan hebt. Ja, 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 ja. Kijk, dat is ook... Maar mijn inventory zit al... Oh, Giel. Giel. Ik heb iets heel leuks. Oké, ik sta hierboven. Oh, Netherite, wat? Ja, precies. Wat? We krijgen het gewoon nu al. Dat kan ik hakken met... Dat kan... Ja, natuurlijk kan ik dat hakken. Ja, dat kan volgens mij. Ja, kijk, lekker hoor. Kijk eens aan. Oh, zo. Die gaat even lekker in mijn chest. Dan hebben we dus al gewoon Netherite. Dat is echt heel erg ziek. We hebben schapen, Netherite. Giel, jij mag vaker langskomen. Dankjewel. Ja, nee, ik kom zeker vaker langs. Ja, want jij brengt gewoon echt geluk blijkbaar. Ja, dat wist ik zelf natuurlijk ook al wel, maar... Ja, nou ja. Nou ja, ik wist niet dat je zoveel geluk bracht. En de schapen zijn ook wel weer wat ouder, dus dan kunnen we dit weer doen. En ik wacht eigenlijk op dat jij even groter wordt. Dat zou heel fijn zijn. Kan jij gewoon even groter worden? Oké, nu heb ik je al mijn eten gegeven. Dat was niet heel slim. Zo, hoppakee. Maar oh, dit begint er echt ziek uit te zien, Mick. Het dak zit er gewoon helemaal op. Ja? Ja. Nice. Super nice. Even kijken hoe breed, hoe groot... Oh, het is ook echt mega groot nu. En weet je wat het fijne nu is? Nu kunnen we deze dirt kunnen we allemaal weer weghalen voor gewoon ook planks. En dan, dan hebben we weer wat dirt extra. Dus dat kan jij wel even doen, tot je bezig bent, hè? Ja, komt helemaal goed. En dan hak ik deze one block nog even. En dan hopelijk krijgen we nog meer Netherite. Woehoe! En wat? Ik krijg alweer Netherite. Het is gewoon op het tweede Netherite blok. We hebben wel echt veel Netherite nodig om uiteindelijk, zeg maar, Netherite kleren en zo te maken. Maar dit is wel erg nice. Dit is lekker, Mick. Je bent goed bezig. Nou ja, ik hak gewoon die one blok. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je moet ook even zorgen dat je nog genoeg gold allemaal bewaart en zo. Ja, ja, ja. Hoezo? Ik heb ook genoeg gold. Dat heb je ook nodig om Netherite te maken. Ja, ja, maar ik heb er mega veel gold. Oeh. Ja, die geeft... Ja, hij is, deze one blok is niet zuinig. Laat ik het zo zeggen. Oh, nice, nice, nice. Ja, zeker nice. Hoppakee, kijk eens aan. Nou, hopelijk krijgen we nog meer Netherite. Ik heb hier een hele vloer erin gebouwd. Heb jij al een hele... Mag ik komen kijken? Ja hoor, dat mag. Ziet er wel leuk uit op zich. Ook met, met dat aquarium erin en zo. Ja, dit is heel nice. En kijk, hier heb ik wat dirt en wat mos. Zo, oké. Ja, mijn inventory zit echt helemaal vol. Dan leg ik het wel eventjes in de chest. Ja, leg het maar in de chest. Bouw me even snel een kamer voor jezelf, Giel. En dan is het eigenlijk wel prima zo. Ik denk ik ga zeker even een kamertje bouwen. Ik ga even kijken of hier deze schapen... Die ene schaap is nog steeds niet volwassen geworden. Kan ik jullie weer wat eten geven? Zo. Nee, dat gaat nog niet. Helaas. Als er nu nog, denk ik, extra schaap... Weet je wat het is? Ik wil die schapen wel killen voor een bed. Maar aan de andere kant, des te meer schapen, des te sneller het ook gaat. Dus dat is ook... Ja, dat is ook zo. Zo, hoppakee. Ik pak even dat dirt hier ook weer op. Ik heb namelijk zelf ook alweer gewoon een stack aan dirt. Het is echt absurd. Ik ga ook even het eiland weer wat groter maken. Zo, hoppakee. We plaatsen even deze 33 dirt. Oh ja, Mick, je kan de schapen ook gewoon scheren, hè? Dat is ook wel makkelijk om te weten. Oh... Bro, dat was ik echt vergeten. Ik dacht letterlijk, we moeten ze killen, maar... Ja, nee, Mick. Hé, waarom zou je dat doen? Ja, dat is eigenlijk ook wel heel dom. Weet je, ik maak even een schaartje. Ik plaats een schaartje maken? Nog even... Of jij maakt een schaartje ook prima. Ja, er ligt zoveel iron in die kist. Ik denk dat je daar wel één schaar van kan maken, want dat kost maar 3 iron. Oh, jee. Ja, en scheer ze maar dan. Doe het maar, doe je ding. Ik ga eventjes in het hok. Hoppa, hoppa, en hoppa. Kijk eens aan. Ik heb al 3 wol. Hoeveel heb jij er? Ik heb er 4. Hé, dan kunnen we gewoon al 2 bedden maken. Kijk eens aan. Dit is super nice. Oké, ik ga gelijk een bed maken. Boom, boom, boom. Dan hebben we wat oak planks. En dan doen we zo. En dan doen we zo en zo. En dan hebben we 2 bedden. 1 voor jou, Giel. En 1 voor mij. Hoppa. Hey, en Mick, je moet daar eens even komen kijken waar ik hem neer ga zetten. Want dat, ik heb natuurlijk een huisje gemaakt. Oh ja, heb je al je kamer af? Jazeker. Wajo. Oké. Weet je, ik het zet is klein hem nog fijn. Ik zet hem nog even tijdelijk hier neer. Want ik ga nog een hele mooie kamer maken tussen al jullie kamers heen. Maar dat ga ik nog in een andere video doen. Giel, dit is jouw huisje. Hier, kijk eens aan. Kijk eens hier. Kijk eens voor je neus. Ik heb hier wat neergelegd. Dan kan je even zeggen, Giel's kamer of zo, weet ik veel. Verzin er maar wat van, wat jij wilt. Giel zijn huis. Giel zijn huis. Het is eerder een kamer. Maar als jij het een huis wil noemen, nee, dit is het helemaal huis. Prima. Giel, ik vond het heel erg leuk dat jij hier was vandaag. Ik ook. Welkom weer bij een nieuwe OneBlock. En vandaag gaan we OneBlock spelen met iemand waarmee ik denk ik nog nooit Minecraft heb gespeeld volgens mij. Hij zit hier in het huisje en oh, wat is het spannend. Wie zou het zijn? Kom maar tevoorschijn! Hallo, hallo, hallo! Oh, nee, je moet door de deur komen. Kom maar.
Kom maar. Ja, oké. Okay. Ja, yay. Je had even moeite om de deur überhaupt open te doen. Ja, Tom, ja, ik, die speelt ik geen ga ervan uit dat er meestal zeg maar iets staat en dan gaat hij al open. Nee, deze deur, dan moet je zeg maar, we hebben geen pressure plate, nee. Handmatig, ik heb het door. Ja, deze deur is handmatig. Ja, Torben is echt de allergrootste Minecraft pro. Nou, ze noemen mij ook wel V-noob. Ja, ja, eigenlijk ben je in alles heel goed, behalve in Minecraft blijkbaar. Ja, nou, het is heel simpel. Je hebt hier één blok en als je die hakt, kijk, Mahi, zie je dat? Ik hoorde vuurwerk. Ja, hoorde je vuurwerk? Oh, dat betekent dat ergens een villager is. Oeh. Oh, wel? Ja, nee, ja, maar ja. Jij... Oh ja, daar staat hij, daarachter. Waar? Daar, wat? Kijk daar. Eens aan. Ja, en met die villager kan je dus dingen ruilen. Oh, dat gebeurt echt heel snel. Villager, wat heb jij te koop? Kijk, bij hem kan je bijvoorbeeld saplings kopen. Echt allemaal andere dingen. Ja, ja, maar hij heeft niet echt leuke dingen, maar... Oh. Ja, dat gebeurt dus ook. Als je de blok hakt, kunnen er ook villagers komen, ja. Was dit mijn luck, stiekem? Ja, dit was wel een beetje geluk hebben, ja. In ieder geval, eigenlijk als je deze blok blijft hakken, dan kan die dus upgraden. Ja. En dan kunnen er dus betere blokken in komen. Volgens mij is hij op dit moment level 8. En als je dus als je blijft hakken, kan die dus level 9 worden. En dan krijg je bijvoorbeeld meer diamonds of zo. Dat soort dingen. Maar die schaap. Dus... Ja, die schaap is wel irritant. Maak maar. Die schaap. Kill hem maar gewoon, hoppakee. Oh, je hebt hem gekild. En mijn doel, die kan ik hakken. Of het doel vandaag is dat jij een lekker huisje krijgt. Oeh. Want jij, kijk, iedereen heeft zijn eigen kamer hier. Alex heeft zijn kamer hier. Zie je dat? Oké, okay, ja. Mag ik even spieken? Ja, natuurlijk. Ja, je mag spieken. Dit is wel echt de meest... Dit was het begin. Eigenlijk alleen een aquarium. Ja, kijk. Hij heeft wel een aquarium als enige. Oh. Maar hij heeft geen bed. Ook een lijpe vis, jongen. Kan die vis iets cools? Of is ja, gewoon... dit is toch cool? Ja, maar kan die ook iets? Ja, zwemmen. Oké, okay, fair enough. Dat kan. Maar ook. Toen Alex er was, hadden we nog geen bedden en zo. Dus Alex heeft geen bed. Dat is eigenlijk een beetje de reden. Hier beneden, kijk, is de chest en pro-kamer. Oftewel, de pro woont hier beneden. En ook alle spullen die wij krijgen, zoals een diamond die ik net heb gekregen, die leggen wij in de chest. En bijvoorbeeld deze, die leg ik in deze chest. Ja, je snapt het wel. Dit is de pro's kamer. Ja, is dit van pro-speler? Ja, hier woont pro-speler. Ik had wel een diamond bed verwacht of zo. Ja, maar die bestaan niet, zeg maar. Oh. Maar wel blauwe bedden. Maar ja, we zijn nog niet zo pro in de One Block serie. Kijk, dit is de mooiste kamer die er is. Zie je dat? Mix en kamer. Ja, kijk eens aan. Oh, zo mooi. Wow. Ja. Wat een interieur. Ja, ja. Wauw. Ja, klopt. Ja, ik... Kijk, er zit niks in, Mick. Nee, er zit niks in. Ik heb iets in voor jou. Oh, kijk, ik heb er iets ingelegd. Dat heb ik net gekregen van... Oh, heel fijn, heel fijn. En hier hebben we Giel zijn kamer. Of huis, noemt Giel het. Die is net zo lelijk als jouw kamer. Nee, ik heb tenminste nog een chest erin staan. Ja, dat is waar. Dat is waar. En Torben, jij krijgt vandaag ook een plekje om te wonen. Oké. Okay. Maar waar? Ik heb, ja, jij mag zelf kiezen. Je zou hier een kamer kunnen bouwen, bijvoorbeeld. Nee, maar ik dacht, ik doe iets geks. Oh, jij gaat Want jullie zitten allemaal hier in een hokje. Ik wil daarboven kunnen slapen. Daar. Jij wil een soort zolderkamertje. Exactly. Okay. Mag dat? Ja. En weet je hoe je dat gaat doen of moet ik je helpen? Daar heb ik wel hulp voor nodig, want ik heb alleen een hand en een grey wool. Oké, waar. Laten we als eerst dan even ladders maken. Dat is wel handig. Ik heb hier wat hout in. Kijk, deze hout hier, zo. En dan moeten we even een crafting table. Die is boven, de crafting table. Oh, kan ik jou slaan met dit blokje of niet? Ja, dat kan. Oh, oeps, sorry. Ja, kijk, ik kan je ook slaan met dit blokje, zie je dat? Auw! Ja, echt ongelooflijk. Okay. Nou, in ieder geval met de oak logs maken we ook planks en we hadden ook complex maken we fantastische, veel geweldige sticks. En met de sticks kunnen we trappen maken. Het is echt zo makkelijk, hè? Het is zo makkelijk. Al die dieren die de hele tijd zitten te blaren ook. Ja, het is fijn dat we dieren hebben, Torben. Ik heb heel lang moeten wachten op dieren. Oké, kijk eens aan. Dan doen we hier zo'n mooi trappetje. En dan kan je naar boven. Nou, kijk, mijn kamer is al helemaal af, joh, gek. Ja. Weet je wat? Ik wil wel een bed. Ik heb een leuk idee. Als ik jou gewoon bouwmateriaal geef, dan kan jij lekker bouwen. Ja, dat is goed. En dan ga jij dadelijk denken van, hij is zo goed. Ja, hier, dit heb je alvast. Ik denk dat je wel wat meer nodig hebt. Weet je wat? Hier heb je beneden een chest. En hier ik zoek het uit. Ja, hier heb je een chest. Je mag gewoon hier blokken pakken. Oké. En als je blokken nodig hebt, die hier niet liggen. Ja. Ik zal alvast voor jou een bed regelen. Maar als je blokken nodig hebt...
moet je gewoon schreeuwen, ja? Ja. Ik heb als een bed regelen, dan heb ik even een schaar nodig. Ik ga dit zo mooi maken, Mick. Ja, ik ben er... denken, wat? Ik hoop het. Ik hoop het oprecht. Weet je, het begint al goed. Ik zie al dat... Je hebt wel een goed plekje gekozen, want ik denk wel dat je een hele grote kamer kan maken. Ik heb alleen een pickaxe nodig om steen hier weg te halen. Nou, weet je, omdat ik lief ben... Mick, ik moest schreeuwen als ik iets nodig had! Ja, hier, beneden ligt de pickaxe, beneden aan de trap. Yes. Je krijgt gewoon een diamond pickaxe, hè. Dat krijgt niet iedereen van mij. Mag ik hem dan ook houden? Nee, dat niet. Jawel. Van mij mag je hem ja? houden. Ja? Ja, zo lief ben ik. Even kijken. Ik... pak je even alle schapen, zo, hoppakee, dan kan ik voor jou een bed maken. Ik ga kijken of er accessoires zijn. Zo, hoppakee, 7 witte wol, dat moet genoeg zijn, dan kan ik voor jou een bed maken. Heb ik weer, jeetje, heb ik weer hout nodig. Heb jij water? Waarom wil je water? Ik wil, weet ik veel, iets van een accessoire hebben. Water? Je weet dat water alle kanten op stroomt, hè? Nee, ja, maar als je dit gewoon in een stukje doet, dan... Oké, ja, dat moet... Water is zeg maar heel zeldzaam, dus nee. Oh. Maar je hebt niet 2 stukken water dat je unlimited water hebt? Ik denk... Nou, ja, misschien hier, maar oké. Jeetje, kan je niet gewoon even makken? Oké, ik ga het proberen. Ga maar door. Ik probeer het te fixen. Ja. Ik ga eens even kijken wat ik allemaal kan maken. Ik ben benieuwd of dat unlimited nog werkt in deze versie. Dat is een beetje... Ik ben een beetje bang dat ze dat geüpdate hebben, maar dat weet ik niet meer zeker. Zo, even kijken. Hoe maak je een vaas? Een vaas. Brik voor nodig. Kijk, je kan die crafting boek gebruiken. Dan hoef ik niet alles uit te leggen. Hoe krijg ik een brickblok? Ja, dan moet je... Brickblok, welke is dat? Hoe ziet die eruit? Kijk, als je naar dat appeltje en lava gaat... Ja, je wil gewoon een brick... Gewoon letterlijk een brick. Zeg maar die met... Nee, een brickblok... Oh ja, brick. Ja, brick. Zo'n, net als een iron ingot, maar dan brick. Oké, je wil die bricks. Ja, volgens mij moet je dan letterlijk gewoon klei smelten. Hebben wij klei? Ja, we hebben klei. We hebben alles. Ik heb even stiekem een steen eruit gehaald uit jouw dingen. We hebben echt mega veel klei. Ik pak die wel even voor je. Oké. En dan hoef je het alleen hier in de oven zo te gooien. En volgens mij, als ik het goed weet... Krijg ik dan zo'n brick? Volgens mij wel. Ik doe dit ook even uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Ja. Kijk eens aan. Nou, dankjewel, Mac. Dankjewel. Alsjeblieft. Even kijken. Is het unlimited? Ja, dit is unlimited. Oké, nou, we hebben blijkbaar unlimited water hier. Kijk eens aan. Oké, hier heb je een ding. Hier, dan mag jij deze. Ja, moet ik die ook vullen voor je? Nee, hoeft niet. Dan maak ik gewoon mijn eigen jacuzzi. Nou, weet je, dan ga jij maar even lekker door. Ik moet een nieuwe pickaxe maken, want die heb ik niet meer. En dan ga ik even die one block hakken. En ik ga gewoon weer lekker een diamond pickaxe maken. Want diamonds hebben we best wel veel. Gek genoeg. Hij is gek, hè, deze kerel. Ja, we krijgen echt heel veel diamonds. Dat is wel heel fijn. Oké, dus even pakken. Ja, ga jij maar lekker. Ja. Als je hulp nodig hebt, moet je schreeuwen. Ja. Heb ik je al het bed? Oh, waar? Ik was een bed voor jou het bouwen. Ik word helemaal afgeleid. Ik wil eerst je bed afmaken. Jij mag eerst mijn bed afmaken. Ja, want ja, het is wel fijn toch als je een kamer hebt met een bed. Ja, precies. Nou, hak ik even deze boom weg. Dan heb ik gelijk hout. Hout is ook zeldzaam trouwens. Zeg maar dingen die je... Is hout zeldzaam? Nou, eigenlijk is het alles zeldzaamste op one block is dirt. Dat is echt heel gek, maar ja... Omdat, zeg maar, normaal is overal is dirt, maar op een one block is bijna nergens dirt. Hier is je bed. Alsjeblieft. Oh, dankjewel, meneer. Hier is uw bed, alsjeblieft. Hoe maak je dit allemaal, joh? Wat wil je nou weer maken? Nee, ik denk dat ik het allemaal wel gefixt krijg, hoor. Ik wil een slab of zoiets. Nou, ik ga deze one block lekker hakken. En als het goed is, krijgen we dan weer heel veel leuke blokken. Misschien wel zelfs diamonds. Nee, een ster. Oh, ik heb een bed. Dankjewel. Ja, die had ik je gegeven. Deze heb ik nodig. Zo. En niet dat plafond aanraken, hè? Wel een beetje de... Welk plafond? Nee. Het dak bedoel je. Ja, niet dat je het nog... dat je het dak helemaal gaat weghakken. Omdat je denkt, ik moet de kamer groter hebben. Nee. Dat zou ik echt nooit doen, Mac. Dat zou ik nooit doen. Oké, want we hebben heel erg ons best gedaan om hem zo mooi mogelijk huis te maken. En ik moet zeggen dat er al veel mensen wonen. Ik had niet verwacht dat er zoveel kamers in pasten. Mac, ik heb mezelf opgesloten. Hoe kan je nou... Wat? Nou ja, ik zou mezelf weg kunnen hakken, hoor. Maar ik had dus een leuk jacuzzi-idee, alleen ik kom er niet meer uit. Oké.
Ja, nu hebben we een probleem met Torben. Nee, want ik kan, dit doen. Kijk. Hier, kijk. En dan, kom maar snel. Ja, dankjewel. Ja, en dan, dan moet ik even nadenken hoe ik in mijn jacuzzi ga komen hier. Want ik denk dat het ja, je kan er niet eens in, hè? Jawel, je kan er wel in. Kijk, je moet hier bukken. Oké, laat ik het zo zeggen. Als je nou een slap maakt, is het wat makkelijker. Slap. Maar gaat het water niet daar overheen? Nee, kijk, als je dit nou allemaal weghaalt, zo. Ja. Je gaat slaps maken. Hier, ik leg het je wel even uit. Kom maar naar de crafting table. Ja. Je doet al... Ik heb alleen... Drie. Ik heb geen hout. Oké, waar hier. Kijk eens aan. Zo. Hoppakee. Die doe je zo. Zeg maar. De onderste drie. Okay, dat doe je zo. Onderste 1, drie. 2, 3. Oh, daar heb ik gelijk 6 slabs, gek. Ja, precies. Oké, nou. Die heb ik nodig. Ja, en kijk. Die ga je dan plaatsen daar. Ja. Die plaats je dan daar hoe je ze wilt. Plaats maar wat jij wilt. Dan zet ik het zo neer. Oké. Oké. Ja, en dan kan je nu... Nee, dan moet je, nee, moet je wel het water... Ja, precies. Kijk, prachtig. En als je dan precies hier... Kan ik er nou wel in? Ja, als je precies in het midden doet, wel. Ja, ik heb mijn eigen jacuzzi. Yeah. Hop. Maar wel, waar komt jouw bed en alles? Nou, dat is nog even de vraag. Ik denk dat ik hem gewoon hiernaast kan zetten. Wacht. Ja, oké. Kijk, Nee, en dan heb ik nog iets vets, hè? Ja. Zo. En dan moet ik even kijken hoe ik dit... Oh, hoe zit ik... Hoe ga ik naar mijn inventoris ook weer? Op E. E, ja. Oké. En dan doe ik dit. Ja, en dan ga je een bloem, die bloempot. Oh. Ja, die kan je... ja, dat is wel het probleem met slabs. Dat vliegt dan. Maar als je nou 2 slabs op elkaar zet... Maar ik heb er wel een bloemetje in. Ja, maar kijk. Ja, kijk. Nou, okay. Dit is toch prachtig? Het is wel dat als je hier eenmaal... Oké, dan moet je wel helemaal bukken, anders kan je hier niet uitkomen. Ik vind de jacuzzi dan... vind ik een beetje overdreven, Torben. Het is, ja, het is over de top, maar daar hou ik van. Maar kijk, wacht. Ik heb een idee. Wat misschien beter is, want dan heb je wat meer ruimte. Heb je die... pak eens dat water op. Boom. Kijk, als je nou in plaats van in het midden, hè? Als je nou... Ja. Als je nou gewoon zo doet, dan heb je veel meer ruimte, toch? Oh. Zo, zo. Oh, en dan moet ik hier... Oké, dan heb je veel meer ruimte. Dat is toch veel fijner? Ja, dat is waar. En zal ik dan misschien hier ook nog iets voor de symmetrie... Oh nee, trouwens, het ziet er mooi uit als het een beetje zo is. Ja, en dan moet ik je eigenlijk... Ik vind het prima. En dan, ik heb nog een bordje. Met slabs zou je dit ook vol kunnen bouwen, zie je dat? Dan kan je hier een muur maken. Naar die crafting table. Heb je wel een beetje privacy, is ook wel fijn, toch? Ja, inderdaad. En een crafting... Ja, je moet ook een bordje maken. Weet je hoe je een sign maakt? Die heb ik al, die heb ik al. Oh, die heb je al gemaakt, oké. Nou, ja, ik ga wel verder met de wombo. Maar ik moet even kijken waar ik hem neer ga zetten dan. Ja, dat is de vraag. Misschien gewoon naast de trap. Ik heb weer een diamond. Ik zet hem hier neer en dan... Ja, dan Torben's kamer, hè? Zo doet iedereen het. Hey, misschien kan je ook van die mooie streepjes doen, zoals de rest ook heeft. Streepjes? Ja, kijk maar die andere signs, hoe wij dat hebben gedaan. Dan zie je dat. Oh, jeetje. We hebben echt zo leuk versierd, zie je dat? Hoe doe ik hem opnieuw naam tikken? Moet gewoon hem hakken. Wegwerken? Gewoon hakken en opnieuw plaatsen. Oké. Oem, en dan... Hoppakee, nou, ik ga die woonblok lekker hakken. Ik denk ook dat er... Ik kan wel moeilijke dingen gaan bouwen, maar Torben... dan doe ik het toch al met mijn eentje. Dus ik denk dat dit wel het juiste is om te doen vandaag. Gewoon Torben maakt de kamer. Precies. En wel de mooiste van iedereen dan natuurlijk. Ja, hey, ik moet je... je bent vrij creatief. Daar ben ik ben verbaasd. Weet je, iedereen die doet gewoon normale kamer bouwen. En jij hebt een leuk zolderkamertje met een jacuzzi. Ik heb gewoon... Ik hou van een beetje luxe maak. Ja, nou ja, ik merk het. Ik merk het. Ja, luxe. Ik weet niet of het heel luxe is. Ik denk dat er veel spinnenwebben komen waar jij zit, maar... Oké, ik denk... Ja? Ja, hij is er denk ik af. Oké. Nee, ik moet alleen mezelf nog privacy geven. Oh, je hebt die blokken weggehakt. Je moet wel een... Oh, kijk eens aan. We krijgen netherite. Ken je wel, weet je wat netherite is? Dat kan je gebruiken om dikke vette armor te maken. Hé, dat klopt. Zo cool is netherite. Zelfs Stormen weet wat netherite is. Oké, en dan... Dit moet even hier. Ja. Ik heb nou alleen nog wat slabs nodig. Ja, je moet dus eigenlijk als je het mooi wil maken, moet je gewoon heel veel slabs gebruiken. Ja, dat gaan we even... Oh, auw, ik val weer bijna dood. Jij mag wel schreeuwen maar als het klaar is. Ik ga even mijn inventory Ja, is goed. Je bent nog heel veel klei nog steeds aan het maken, hè? Dat weet je. Ja joh, is wel handig. Oh, die villager staat hier in één keer binnen. Ja, dat mag. Van mij mag hij binnen gelaten, oké. Ik heb niks gedaan, maar hij mag van mij binnen zijn. Even al deze spullen hier weer terug. Oh, ik heb ook weer extra dirt. Dat is trouwens wel handig. Hoeveel ik wil dan alleen nog een torch van jou, als dat mag. En dan, je wil een torch? Oké, ja, want ik heb weinig licht hier. Oké, hier is een torch. Hier ligt een torch op de grond. Ik maak het eiland nog een beetje groter. Dankjewel. En die zetten we dan ik ga hem hier Ja, ik ben klaar hoor, Mick. Je bent helemaal klaar? Ja.
Oké, ik kom eraan, ja? Ik maak het eiland nog even iets groot, want ik heb weer heel veel dirt gekeken. Mag ik dan even op dat blokje hakken van jou? Welk blok? Oh ja, wil je geen rondtour geven? Of, Wat wil ik? Een house tour. Oh, ja. Ik wist niet of je al klaar was. Oké. Ja, ja, ik ben klaar. Nou, je komt dus zo naar binnen. Ja, dan heb je hier heb je twee kamers van vrienden van mij. Ja, ja, van mij bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. En dan denk je van, waar wil Torben? Zo. Oké. Je ziet gelijk van wie die is. Als je vindt Torbens kamer. Oh, ja. Mooi, hè? En, dan, en je mag wel even een plonsje wagen, hoor. Oké, dus hier heb je het zwembad. Ja. Het zwembad. De jacuzzi, zeggen we. Wat vindt hij dat lekker. Zo lekker warm ook. Het lijkt alsof iemand hierin geplast heeft. En doe eens ruiken. Ja, ruikt lekker hoor. Dat is echt een roos. Hopelijk ruikt je niet mijn bed, hè? Nee, dat toch niet. Een beetje. En dan hier, als je dan uit je bed gaat, dan stoot je gelijk je hoofd. Ja, maar dan ben je wel gelijk wakker. Dan ben je zeker gelijk wakker. Ja, ik vind je kamer wel leuk gelukt, Torben. Dankjewel. Kan ik eigenlijk wel in dat bed slapen? Nee, dan moet het wel nacht zijn. Ja. Het is op dit moment geen nacht. Nou ja, voor de verder... Een prachtige kamer. En je Minecraft skills zijn ook weer beter geworden. Ja, precies. Dankjewel. Deurtje dicht. Zoals je ziet heb ik hier het eiland weer een beetje groter gemaakt. Daarom is dirt zo zeldzaam. Soms krijg je dus dirt en daarmee kan je het eiland groter maken. Mag ik gewoon één keer naar beneden vallen? Als je die pickaxe geeft en al dat andere zeldzaam als je iets hebt. Is dit zeldzaam? Ja, nou, dan mag je wel naar beneden vallen. Hier, hoppakee. Laat maar naar beneden. Zo, hoppakee. En als het goed is, kom jij... waar ben je? Oké, ik zie je al niet meer. Als het goed is, kom je ik hier Ik heb wel een achievement. Je hebt een achievement dat je dood bent gevallen waarschijnlijk. Oh, nee, ik spaar bij mijn bed. Ja, je spant in je kamer. Ja, en mijn hoofd deed wel een beetje pijn, maar dat maakt niet uit. Ja, Tom, ik wil jou heel erg bedanken. Ik ben heel blij met jouw kamer en misschien zie ik je wel nog een keer. Moet je wel heel veel Minecraft oefenen, zodat je me kan helpen. Ja, welkom weer bij een nieuwe OneBlock en hier is voor de derde keer de pro-speler! Woehoe! Hallo! Hallo. Ja, je bent hier al voor de derde keer, hè? Je bent hier gewoon het vaakste te gast geweest. Ja, dat moet ook wel, Ja, nou ja, ik hoef jou niet meer uit te leggen hoe de OneBlock werkt. Je bent hier trouwens enige drie keer geweest. De rest is niet eens twee keer geweest. Maar dat komt omdat de kijkers maar blijven zeggen... Geef pro-speler, kom op, wij willen pro-speler. Dus, pro-speler is er. Yes, ik denk, Mick. Ja? Ik denk... dat ik niet meer mijn eigen kamertje moet hebben. Ik denk dat ik mijn eigen huis moet hebben. Je eigen huis? Jeetje. Nou, ik denk dat ik mijn eigen huis moet hebben. Heel toevallig, pro-speler, had ik een idee. En ik heb je ook een verrassing voor je. Ik ben namelijk al best wel een tijdje op deze OneBlock. En ik heb iets voor jou geregeld. Je hebt iets voor mij geregeld? Ja, wat dan? Aangezien de kijkers het zo leuk vinden dat jij er bent... dacht ik, pro-speler die moet zijn eigen OneBlock krijgen. Of eigenlijk zijn eigen eiland. Dus ga maar snel naar je kamer toe. Naar je kamer. Eigen eiland? Ja, daar ligt een cadeau. Een cadeautje voor jou. Ga maar eens kijken beneden. Een cadeautje? Een cadeautje, kijk maar. Deze kist heb ik hier niet neergezet. Nee, dat klopt. Kijk eens mijn. Kijk maar erin. Kijk maar wat erin ligt. Ja. Zo. Ja, ik denk dat je nog... Heb je lang over gedaan, of niet? Ja, nou ja, dirt is wel heel erg zeldzaam. op OneBlock. En hiermee kan jij je eigen eiland bouwen. En dan kan jij daarop je eigen huis bouwen. En dan bouwen we een leuke brug tussen onze eilanden. Dat leek me zo'n fantastisch idee. Oeh, daar heb ik zin in. Waar zal ik hem maken? Ja, nou ja, ga maar hier naar boven. Gewoon waar ik jou ook kan zien natuurlijk. Niet onder mijn eiland. Dit nou weer? Heb je hier nou een vleermuis? Kijk hier dan. Wat, een vleermuis? Oh, daar helemaal. Oké. Die zag jij goed. Appig. Die zie je bijna niet. Oké. Nee, inderdaad. Oké. Ja, eigenlijk gewoon... Kijk, als ik hier zo sta... Ergens... Deze kant op. Maak het... Of tegenover, of die kant. Ja, is het niet hier leuk? Oh mijn god, kijk op het dak van het huis. Wat is op het dak... Oh jeetje, een creeper. Oké, daar moeten we wel voor oppassen. Maar bro, is het niet gewoon leuk als je hier gewoon... Dat je echt tegenover mijn huis hebt? Dat kan ook. Ga ik een brug maken? Begin jij dan maar met een eiland maken? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe ik dit wil gaan beginnen. Ja, nou ja, eerst gewoon even... Ja, gewoon die kant op bouwen. Ik zat te denken, is het misschien ook niet... Ik had wel een gaaf idee, snap je? Zeg maar dat ik een eiland maak die iets hoger dan dit eiland staat. Ja. En daar komt dan water van af. En open op de creeper. Oh, jeetje. Oké, help! Ah! Oké, we moeten hem in het water krijgen. Dat is het makkelijkste. Oké, kom op. Ik pak hem wel. Haal maar in het water, creeper. Ik pak hem wel. Oké, pak jij hem maar. Jij bent de pro, hè? Oh, nee, mijn wortels! Oké, dat ging goed. Oké, mooi. Nou, een paar worteltjes minder. Oh, ik heb al honger trouwens. Oh, lekker. Oké, nee, jij wou een eiland hoger, maar weet je, doe lekker... Ja, ik vond het brugidee wel leuk eigenlijk. Daar heb ik ook wat te doen. Ja, een brug is ook inderdaad wel leuk. Ik zat te denken dus dat we een eiland iets hoger maken en dat we met water naar beneden laten lopen. En dat je dan met het water het eiland op kan komen. Ja,
Ja, maar een brug is toch veel leuker? Een brug. Oké, we doen een brug. We doen een brug. Zwemmen, word ik niet nat. Nee. Ik snap het. Ik moet eerst gewoon een lijn maken, denk ik. Ja, niet te ver, anders moeten we wel een hele grote brug. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even gewoon één stack dirt terug in de kist leggen hier ergens. Zodat als ik val, dan we in ieder geval nog een stack hebben. Ja, nou ja, ik zeg je heel eerlijk, bro. Ik heb jou niet al mijn dirt gegeven. Ik heb nog zelfs 2 stacks zelf over. Oh, jeetje, ik zie het, ja. Ja, het is echt ongelooflijk, hè. Kijk, want best dirt gaat best snel. Ik heb nu alweer 3 dirt. En weer wat diamonds. Diamonds krijg je ook echt enorm veel. Nou, ik ga in ieder geval... Ik ga deze bomen even hakken. Ik moet namelijk gewoon heel veel saplings krijgen. Want ik heb gewoon heel veel hout nodig voor die brug. Ik krijg een achievement dat ik hier ben. Oh, wat? Gewoon, kom hier eens heen gelopen. Krijg je hem dan ook? Oké, okay, ik ga het proberen. Nee? Wat? Ik kreeg een new journey. Oké. Nou ja, ik niet. Misschien heb ik die al gekregen. Dat kan natuurlijk. Ja, misschien wel. Even kijken. Ja, ik ga gewoon even heel veel hout regelen. Want ja, dat hebben we gewoon nodig. Ik wil die brug namelijk volledig maken van hout. Ja. Ik denk dat dat inderdaad het beste is. Hoe groot zou ik hem maken ongeveer? Zoiets? Zo. Oké. Ja, dat is wel leuk. En dan mag dat dirt dadelijk allemaal weg. Maar laat het nog even staan. Want dat is makkelijk ook voor mij voor de brug. Ja, precies. Zo, dan ga ik hier even naar boven. Want dit is weer zo'n gigantische boom. En die zijn heel fijn. Want je krijgt heel veel hout. Maar ze zijn ook heel irritant. Want ze zijn moeilijk te weg te hakken, zeg maar. En... Ik denk dat ik al precies weet wat voor huisje ik wil gaan maken. Maar wel, dat gaat denk ik niet zo in 1 aflevering lukken. Oh, moet je dan nog een keer langskomen? Oh, dan denk ik dat ik nog een keer langs moet komen. Misschien nog wel 2 keer. Wie weet. Nou ja, dat vindt denk ik niemand erg. Hey, pro, ik moet wel zeggen, je moet hem niet te groot maken, hè? Want ik weet niet of je daar... Nee, dat kan toch wel. Zeg maar, nou doe ik het hier connecten. Oké, nee, jij bent de pro. Ik pak gewoon dan wat extra dirt van jou nog, hè? Nou, dat kan wel, toch? Ja, joh. Erg, ja, wel, pak maar mijn dirt weer. Weet je, als jij een goed huis daar hebt en uiteindelijk ook heel veel spulletjes daar hebt, kan ik altijd even komen kijken of ik wat nodig heb. Ja, precies. Dit is geven en nemen. Ja, precies. En kijk, als jij een noob was, dan zou ik hier niet mee instemmen, maar met jou wil ik hier wel mee instemmen. Kijk, bij mij weet je dat het dirt gaat gebruikt worden. Ja, dat neem ik aan van wel, ja. Even kijken. Ik heb al 36 oak logs. Dat is al best veel. En ik heb volgens mij zelf ook al best wel veel in die chest hier liggen. En daarvan kan ik best wel veel planks maken. Even kijken. Het is wel spannend zo, hoor. In zo'n reeks lopen de hele tijd. Ja, dat snap ik. Daarom komt er een goede brug. Oh, ik heb helemaal geen... Oh, ik heb letterlijk helemaal geen logs meer. Ik heb alleen maar planks. Oh, wacht hier. Ik heb in totaal nu 53 oak logs. Ik denk dat dat wel genoeg moet zijn. Ik denk dat er genoeg moet zijn, maar ik heb er veel nodig. Ik heb alweer wat bomen geplant en jij bent nog wel even bezig. Ik ga deze wandblok even hakken. Ik kreeg gewoon weer een achievement. Ja, ik krijg weer een achievement. Weet je, ik ga eens even kijken, want ik word nu helemaal... Dat ik land had gevonden nou in één keer. Dat je land had gevonden. Oké, wacht. Als ik nu hierheen loop, krijg ik nou een achievement? Ik wil ook een achievement. Nee, ik krijg helemaal niks. Nee. Ik zal waarschijnlijk die achievements al gekregen hebben. Dat hoop ik tenminste. En als je een bed nodig hebt, dat kan nu ook, hè. We hebben ook schapen. Dus, ja, dat helpt sowieso wel. Een bed hebben we. Dat is ook wel fijn. Want jij had nog geen bed volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik had wel een bed. Wel. Oh, waar Alex was dan niet. Had ik niet van... Ik had volgens mij Giel zijn bed gestolen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, in ieder geval, we hebben gewoon scharen, zeg maar. En we hebben echt enorm veel schapen ook. Dus ja... Dat komt helemaal goed als je je eigen bed wil hebben. En ik neem aan als jij dadelijk je eigen eiland hebt, dat jouw kamer ook weg mag, toch? Ja, ja. Of die mag je niemand anders geven, maar ook. Ja, precies. Ja, of ik maak gewoon 1 mega grote chestenkamer. Dat kan ook. Ik ga die one block even lekker blijven hakken, want we krijgen er nog steeds heel veel spullen van. En soms krijg ik ook nog eens hout. En ja, hout ga ik gewoon heel veel nodig hebben. Ik heb ook alweer 10 dirt, dus dat is ook handig als jij straks dirt tekort komt. Nee, ik denk dat ik wel goed uitkom. Ik ben hem ook iets kleiner aan het maken alsnog. Oh, wel? Waarom? Dan? Ja. Ik dacht, omdat, nou, ik wilde het gewoon een beetje gelijk hebben. De kanten. En anders moest ik het weer aan de andere kant groter maken. En dan, het is wel goed zo. Het is nou 8 de ene kant op, 8 de andere kant op. Weet je wat ook wel fijn is? Als ik hier... Kijk, eigenlijk moet ik even wachten, pro. Want als dit gras nou doorgroeit, dan heb jij daar ook gras straks, snap je? Oeh, ja, dat is inderdaad... Eigenlijk ja, laten we daarmee wachten, inderdaad. Eigenlijk moet het gras gewoon helemaal doorgroeien, want dat is wel chill voor jou. En, wat joh, die bomen groeien snel. Er is hier alweer een nieuwe. Kijk eens aan. Dit is het eiland. Ik heb nog 1 stack dirt over. Maak hem maar groter, pro. Ik gun het je.
Doe maar. Het is wel goed zo, toch? Doe maar. Nee, ik wil naar een goed eiland kijken. Niet naar zo'n kleine. Oké. Jeetje, okay. Jij bent de pro, man. Ik rond hem wel een beetje af. Wat dacht je daarvan? Jij bent de pro. Jij moet toch het grootste eiland van de wereld hebben? Nee, dat is zo. Hoppakee. Ik heb ook echt... Oh, ik heb echt een hele inventory zitten vol. Het gaat zo snel met OneBlock. Je krijgt zoveel van die spullen. Ik krijg weer een achievement. Jeetje. Wat krijg je nu weer? Nou ben ik in één keer de bouwer. De bouwer. Oké. Ja, waarschijnlijk zijn het gewoon echt achievements die ik al gehad heb. Ja, ik maar, denk het ook. Je hebt namelijk al zat gebouwd. Ja, mij viel het misschien niet zo op als jou. Ja, misschien wel. Oh, wat ik ondertussen ga doen, is even wat eten fixen. Oh, we hebben trouwens ook bricks. Daar kan jij ook wel gebruiken als je een huis wil bouwen. Ja, komt toch goed. Ik denk dat ik het zo wel leuk genoeg vind. Leuk ik doe het denk ik allemaal gewoon met hout. Het meeste. Okay. Nou ja, dat mag je zelf eten. Dat is, gelukkig mag je dat. Gelukkig wel, ja. Ik ga even fixen dat we weer wat meer dieren hebben. Dat is ook wel fijn. Zo, hoppakee. En deze nemen we ook even mee. En dan... Doop. Kijk eens aan. Oh, ik krijg een achievement. Milky Way. Oh, jij ziet hem ook? Ja, ik zie hem ook. Oh, jeetje. Waarom zie ik jouw achievements niet dan? Dat weet ik niet. Heb je dat... Ja. Boom. Ja, ik zie mijn eigen wel, dus waarom ik die van jou niet zie? Oké, heb je misschien nog een klein beetje dirt voor me? Ja. Ik hoef echt nog maar iets van 10, 20 dirt of zo. Oké, nou wil die wel dirt, hè? Nou wil die wel dirt. Ja, nee, ik moest hem groter maken. Ja, dus dat nou is ben waar. Ik hem groter aan alsjeblieft. Ja, ik help wel met de diertjes ook eten geven. Ja, en nu gaan we een paar koeien slachten. Koetjes, ik heb Hagar. Zo, boom. Oké, dat is wel genoeg. Holy cow. Oh, dit is niet heel slim. Oh, nee. Wat heb je gedaan? Ik heb mezelf... Ben je aan het laten? Nee, ik heb mezelf opgesloten. Jezelf opgesloten? Ah, nee, dat is niet slim. Nee. Doe hem dicht. Koeien. Zo. Oké, die kunnen we eroverheen natuurlijk. Kijk, weet je wat? Ik help wel even. Nou zit ik. nou is het ding opgesloten. Ja, je kan hier toch uit? Wacht, heb je wol? Hier kan je toch uit? Oh, ja. Hier. Doe hem dicht. Zo, oké. Ja, maar hun kunnen daar ook gewoon uit, Mick. Hun kunnen daar opspringen, hè? Ja, maar er lag daar zo'n ding. Die heb jij denk ik opgepakt. Wat daar zo'n ding? Wat voor ding? Ja, zo'n hekje. Die heb jij denk ik opgepakt. Hier, die heb je vast. Oké. Dit wordt allemaal avondeten. Sla dit weg. Wat moet ik wegslaan? Ik ben even avondeten aan het fixen. Hey, kom eens hier. Snel, voordat er meer uitspringen. Rustig. Oké, daar gaan we dan. Bap. Hoppakee, kijk eens aan. Hé, en deze kan er ook gelijk in. Hup, erin. Zo, hoppa. Jeetje. En die kleine koetjes mogen hier wel rondlopen. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Ja. Oké, volgens mij heb jij ook best wel veel vlees opgepakt. Maar dat weet ik niet. Ja, hier, alsjeblieft. Kijk eens aan, hoppakee. Eindelijk eten. Ik heb echt de hele tijd honger in deze one block. Zo, hoppakee. Heb je misschien, als je twee wol hebt, heb je twee wol ergens misschien? Ik heb, bro, ik hier, kom. Hier, kijk eens aan. Ja, je hebt hier twee wol. Hier, ik heb hier een schaar voor je liggen en ik heb daar heel veel schapen, dus. Ja, maar je hebt hier ook twee wol. Kijk, weet je wat je wilt doen? Nou, dat is een kleine lifehack voor je. Ja, ik weet het, dan kan je op die dingen springen. Ja, precies. I know. En, lukt het? Maar dan moeten die koeien naar de kant. Oké, weet je, ga jij dat maar even doen. Ik ga alvast de planks regelen, zodat ik een mooie brug kan maken. Moet ik even mijn hele inventory leegmaken natuurlijk weer. Zo, hoppakee. En dan pak ik deze plankjes hier. Of ja, ik ga hier planks van maken. Zo. Boom. En dan... Heb je veel hout? Ik heb vrij veel hout, ja. Oké, want ik heb... Ik ga wel veel nodig hebben, denk ik, als ik een huisje wil maken. Oké, ja, ik heb nu alle planks gemaakt. Voor de brug natuurlijk, hè. Ja, maar die brug, gingen we toch nog mee wachten. Ik ga de brug maken. Ja, maar we moesten toch wachten voor dat gas? Voor dat gas? Oh ja, nee, dat is zeker waar. Maar dan kan ik toch alvast... Ik dacht, ik kan alvast de materialen fixen voor mezelf. Maar ja, pech, pro. Ja, blijkt. Ik ga wel even hout hakken. Ja, ga jij maar lekker hout hakken. Zo, ik heb denk ik wel erg veel nu. Is dat gras niet al bijna daar dan? Nee, dat duurt nog wel even. Dat duurt nog wel even. Dit gaat echt mega slow. En dat is altijd, hè? Hoe lang gaat dit... Weet je, waarom... Oké, wacht. Heb jij dirt nog? Nee. Heb ik nog dirt? Is alle dirt op? Misschien. Oh, jeetje. Dit is niet goed. Want ik dacht, anders kan ik... Ik kreeg zojuist 3 dirt achter elkaar. Ik kreeg zojuist 3 dirt. Oké, want ik dacht, misschien kan ik hem vanaf... Dat ik gewoon ergens anders een lijn maak, dat ik alvast kan beginnen aan die brug. Snap je? Ja, wacht. Dat kan denk ik wel. Ja, dus dat we gewoon, zeg maar, vanaf hier bijvoorbeeld een lijn maken naar daar. Dan groeit het gras ook verder. Want dit gaat echt veel te lang duren anders. Ik denk dat ik net niet genoeg ga hebben. Je gaat net niet genoeg hebben. Oké, dat is jammer. Maar dan kan je altijd nog hiervan pakken. Zo. Ja, als we die weghalen inderdaad. Kan ik dat? Ja, oké, dat is 1.
Er. Zo, zo. Ja, dat is 2. Oké, okay, hoeveel hebben we er nodig? Ja, dat lukt wel, komt goed. 3. Oh, 4. Oké, 4 is goed. Oh, wow. Oké, 4 is goed, zeg jij. Ik had de rest ook al weg. Ik denk dat we meer nodig hebben, hoor. Ja, maar ik ben de rest al aan het pakken. We hadden er 5 nodig. En kijk eens aan, ondertussen groeien de bomen, dus dan heb jij ook weer hout. Yes. En we kunnen ook de bomen op mijn eiland gaan groeien. Deze moeten niet weg. Kijk eens aan, en eentje laat ik hier. Nou, als jij de brug eens even gaat doen. Oh, villager! Waar? Op het dak. Oh, jeetje, oké. Okay. Wat geeft hij? Kijk maar. Even kijken. Oh, een deurbel kunnen we kopen bij hem. Dat is wel leuk. Voor wat? Voor 13 goud. Dat is op zich wel grappig. Goud gebruiken we toch niet, toch? Nee, precies. En voor de verder rest verkoopt hij ook scoot of zoiets. Ik weet niet wat we daar aan hebben. Zullen we voor ons allebei een deurbel halen? Ja, doe dat maar. Even kijken. Ik kan helemaal niet bij hem komen. Ik wil deze hebben. Zo, op een keer. Zo. Waarom valt die dirt nou weer naar me? Oké. Even kijken. We gaan hier... Oh, we moeten het smelten. Plaats. Ja, je moet wel het goud smelten. Dat klopt. Dan doen we zo. Volgens mij is dit precies het midden. En dan plaatsen we hier even wat oak slappies. Zo, voor de constructie. En dan gaan we zo. 1, 2, 3. En dan wil ik nog 1 omhoog. En dan vind ik het wel hoog genoeg. Boom, boom, boom. En dan doen we 1, 2, 3. En dan gaan we nu naar voren. Bang, bang, bang. Dit wordt echt gewoon fantastisch, bro. Dit is echt leuk. Ik vind het echt leuk dat jij je eigen eiland krijgt. Ja, het wordt wel een hele hoge brug, niet? Ja, dat is toch leuk, joh. Ja, oké. Zo, oppakken. Doe maar lekker. Boom, boom. Boom. Ja, anders vind ik het... Ja, een brug is hoog, toch? Dat weet ik niet, blijkbaar. Een brug gaat toch altijd in een leuk... Ja, dit is gewoon een bezienswaardigheid. Ik zou hem gewoon eentje lager doen. Nee, dat weet ik niet. Ik wil Sorry. Een hoge brug. Zo. We moeten een hoge brug. Ja, ik wil een hele hoge brug. Oh, wacht. We moeten wel gauw even wat toortjes neerzetten op dat eiland. Ja, joh. Dus is het ja. Een monster-eiland. Ja, dat is wel waar. Als je een torch plaatst, kan daaronder dan nog steeds gras groeien? Dan moet je wel mee opletten. Ja, als ze gewoon een paar plekjes toch doen op het eiland, moet het toch niet uitmaken? Ja, dat klopt natuurlijk wel. Kijk, komt uiteindelijk wel... Zo. En dan heb je een leuk bruggetje. Ik vind het wel erg schattig. Dat is trouwens wel een ding dat we kunnen doen later. Een extra eiland maken waar alleen monsters op kunnen komen. Dan wordt dat monster-eiland als je dingen nodig hebt voor monsters. Weet je wat we ook kunnen doen altijd nog? Water onder de brug. Dat is ook wel grappig, ook. Hè? Dat is ook een wel... zelfgemaakte rivier gaan maken. Ja, hey, weet je, nu we toch bezig zijn. Dit moet natuurlijk wel... Hier zou ik dan geen toortje op doen. Moet wel een beetje veilig zijn natuurlijk. Zo. En dan op de brug ook hier een toortje hebben. Gauw, zo. Boom, 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 boom. Even kijken. Want ik wil niet dat ik eraf kan lopen. Dus dan moet het nog één hoger. En dan klopt dit als het goed is. Zo. Ik hoor een zombie. Oh, mijn god. Jij hoort al een gouden zombie. Een gouden zombie. Wow. Zijn die niet heel zeldzaam? Ze zijn altijd ietsjes meer zeldzaam. Hoe meer armor en zo. Oh. Kijk eens aan. En dan. Dit is nee, de dierenmik. Wat? Oh, bro. Wat is dit nou weer? Oh, jeetje. Er komt... Oh, nee. Ze vallen er gewoon in. Nee. Help. Hekjes. Oh, mijn god. Waar komen die in één keer allemaal vandaan, zeg? Ja, dat weet ik ook niet. Ik dacht dat we wel mijn toortjes hadden geplaatst. Er wordt nog steeds monster-eiland. Au. Oh, deze is klein en is ook zo snel. Nee. Oh, jeetje. Ik ben dood. Oké, mijn spullen. Al je spullen liggen wel op de rug. Mijn spullen. Ik wil mijn spullen terug. Nee! Klein mormeljongen. Kom hier. Oké, hij is op jou geconcentreerd. Oké, nu is hij op mij geconcentreerd. Oké, hij is dood. Dat is fijn. Oké. Ik haat kleine zombies. Ja, ik dus ook echt. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Die zombies zijn echt heel irritant. Zo, hoppakee, jij ook. Wat zitten jullie in mijn eiland, jongen? Ik ben gewoon lekker vrolijk aan het bouwen. Oké, hier moeten we wel even zo... Ik ga wel lekker door met vrolijk bouwen. Boom, boom, boom. En dan doen we hier zo boom, 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 boom. En dan hier nog één hoger. Ja, of dit moet zelfs nog één hoger. En dan moet deze ook zo hoog, volgens mij. Ja, dat klopt. En dan kunnen we hier zo lekker doorbouwen naar de andere kant van het eiland. Of eigenlijk naar het nieuwe eiland. Het is niet eens de andere kant. Bro, wat ben je aan het doen? Ik ben boos. Waarom ben je... Oké, jij bent boos. Dat is... Ik ben heel erg boos. Als er nou nog monsters komen, dan ga ik ze echt helemaal kapot maken. Dat vind ik helemaal niet erg. Zo. Kijk, ik ben er zo klaar mee. Ik heb gewoon fully diamond gemaakt. Kijk eens aan. Hoppakee. Woe. Ik vind het echt een leuke brug, bro. Ja, ik vind hem ook leuk. Ik ga de schaapjes even terug in het ding doen. Nee, trouwens, ik ga eerst even genoeg dirt halen om en dat ding te repareren. Ik heb hem ook veilig genoeg gebouwd dat je niet eraf kan, ha? Ja, alleen... Oh, boy, yo. Oké, deze moet één hoger. Veilig genoeg, zei je? Ja, ik was even aan het testen de veiligheid. Maar hij is nu volgens mij... Ja, hij is wel veilig. Oké, misschien moet ik nog één hoger. Zo.
En dan is hij wel veilig genoeg, vind ik. Vind ik, hè? Ja, ja, ja. 2, 3, 4. En dan mag deze dus ook nog één breder. En dan zo, 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 zo. En dan... Villager, hey! Step 9! Wow! Step 9, dat betekent dus oh dat... Oh mijn god! One block is geüpgraded. Een trident verkoopt hij. Wat? Oké, okay, dat is wel heel we kunnen, cool. We kunnen hem alleen niet halen. Oh. Hoeveel kost die dan? Waar gaat die nou vluchten? We moeten oh. Nautilus wow. shells hebben. We moeten gaan vissen. Skulk sensor. Heb ik helemaal oh. niet over nagedacht. Een skulk sensor. Kan er dan een skulk spawnen? Die kan een blok geven, toch? Of zoiets? Ja, volgens mij wel. Je dat... kan dan die signalen geven aan dat ding. Dat is wel maar, cool. We krijgen nou... Wacht, krijgen we nou... Wat voor andere blokken krijgen we nou? Maar Mick, we moeten een vijvertje gaan maken. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Zo. We moeten gaan vissen. Zo. Ja, dit daar waar. Ik ben al bezig met de brug. En onder de brug gaan we toch een vijver maken, dus hey. Ja, dat klopt. We gaan wel heel veel dirt nodig hebben. Ja, we gaan echt heel veel dirt nodig hebben. En toevallig heb jij alle dirt net gebruikt, dus dat is lekker handig. Ja, dat heb ik zeker. Zo. Hoppakee, kijk eens aan. Oké, nu is de hele mooie brug is evenredig. En oeh, dan kunnen we krijgen de amethyst. Torches kunnen er ook bij. Zo, boom. Even kijken, wat is het midden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan is deze twee zijn het midden volgens mij. Denk ik tenminste. Zo, kijk eens aan. Wajo! Oké, ik ga de torches hier ook even cool zetten. Gewoon op de tweede hier zo. En aan de andere kant ook op de tweede plank. En dan is dit helemaal af. En dan in de volgende video, Pro, kan jij gewoon een leuk huisje gaan bouwen. Pro, pas op. Creeper achter je. Creeper, creeper. Oh, dat scheelde niks. Oh, hij was echt bijna dood. Dank je wel. Okay. Oh mijn god. Ja, gaan we naar... Kom maar, allemaal naar dit eiland. Oké, hoppakee, hij is dood, hij is dood. Oké, dat scheelde echt niks. Op het huis komen ze dus allemaal. Op het huis moeten we even toortjes plaatsen. Ja, maar weet je wat? Voordat we het beëindigen, zal ik dat wel even doen. Ja, ga jij boven op het dak even toortjes plaatsen. Welkom weer bij mijn One Block. En we hebben vandaag een speciale gast. En hij staat daar heel sneaky, maar ik zie je gewoon door het raam, Jesse. Ik zie je daar gewoon staan. Ik ben een Giel. Nee, jij bent niet Giel. Je hebt een J op je shirt. Hallo, dat is Spaans. Dat is Spaans voor Jule. Ja. Oké, ja, ik snap het. Nou, Jesse, welkom op mijn One Block. Wil je een house tour? Ja, ja, kom maar op. Nou, kom maar kijk, eigenlijk zeggen de bordjes heel veel. Dit is Alex, zijn kamer. Oh, lelijk. Ja, Alex was een van de eerste gasten. Toen hadden we nog geen bed. Dus daarom heeft Alex ook geen bed. Alex heeft wel een huisdier. Alex heeft eigenlijk gewoon een hok. Ja, met een huisdier. Hij is de enige met een huisdier. Oh. Ja, dat is leuk. Ik wil een konijn als huisdier. Ja, nou, ik heb nog geen konijnen gezien. Oké, okay, nou. Kijk, staan hier een trap omhoog. Hier heb je namelijk de kamer van... Torben. Dit is de wc, neem ik aan dan. Of, nee, hij noemt dit een jacuzzi. Oké, ja, laat... Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, Jesse, Torben is echt gewoon noob. Heel erg noob. Ja, ik weet het. Dit is mijn kamer. Oh, ja, dat is echt heel mooi. Kijk, en ik heb zelfs... En niet eens een geel bed. Ik heb een schaap. Oh, hallo schaap. Nee, we hebben nog geen Giel. We zijn skeer. Oh. Oké, en hier is Giel zijn huis, blijkbaar. Giel heeft een furnace en een bed. Mick, dit zijn letterlijk gevangenissen. Maar, nee, we zijn nog niet klaar. Hier, kijk eens aan, wat staat hier? Ik kan niet rennen, ik ga dood van honger. Oh, even, hier. Wat ben jij nou voor gastheer? Hier, jij bent toch konijn, alsjeblieft. Ja, lekker. Oh. Ja, dit is de chest en de pro-kamer. Dus we hebben ook een chestkamer. Hier kan je allemaal spullen pakken. Hier, kijk, dit is de chestkamer. En hier woont de pro. Pro, ja, het verbaast je niks. De pro heeft het gewoon, ja. Die heeft een mooi huis, daadwerkelijk. Ja, precies. Ja, dit is de onderverdieping van de One Block. Oh, kan ik diamonds stelen en netherite en... Ja, toen heb je dat allemaal al. Ja, dat geeft de One Block nu al. Hier, wacht. Oh, wat ziek? Ik geef je vast een pickaxe. Oeh. Maar vandaag is het doel eigenlijk om dit eiland een stuk groter te maken. Want de reden dat iedereen zo'n klein kamertje heeft... is eigenlijk gewoon van, ja, dit huis is gewoon te klein. En kijk eens hier trouwens, als we hier de brug overgaan. Dit wordt de pro zijn eiland. Oeh. Ja, de pro die hij is ziet, gewoon... Hij ziet er nog niet heel... uit of zo. Nee, hij komt nog een keer terug en dan gaat hij hier een huis opbouwen. Maar de pro die is dus zo pro dat hij gewoon eilanden maakt en ja... Ja, ik weet ook niet wat die jongen allemaal doet. In ieder geval... Krijg ik ook een huis of een kamer of een eiland? Of krijg ik alleen maar wortels? Je krijgt sowieso meer wortels. Hier, alsjeblieft. Kijk eens aan. En hier waar de vier bloemetjes omheen staat, dat is de One Block, zoals je ziet. Ja. Oh, meteen op... Hier, komt door mij, hè. Komt gewoon door mij. Ja, nee, ja. Ik zeg het je, die One Block geeft aardig veel. Hier, ga jij maar lekker hakken. Ik ga ondertussen dirt pakken. Ja. Want eigenlijk is het doel van deze video... het eiland groter maken. En Jesse dan
dan mag jij je eigen huisje bouwen, ja? Ja, is goed. Met hout of mag ik een diamond huis bouwen? Want dan krijg ik heel veel diamonds. Nou ja, als jij... Ja, dan wordt wel een klein huisje, denk ik, als je met diamonds moet bouwen. Ik denk niet dat je zoveel diamonds krijgt. Maar ik ben de pro. Ja, ook, ja, dat zou, ja, weet je, ja, als jij een diamond huis kan bouwen, dan mag jij een diamond huis bouwen voor mij. Maar dan moet je niet janken als je huis per ongeluk weg is gehakt opeens. Nee, ik heb wel, oh, je hebt natuurlijk ook geen blauw wol. Nou, laat maar. Nee. We hebben misschien boommeel, dan kan je bloemetjes krijgen. Even kijken, ik had boommeel, maar ik denk dat die op is. Oh, nou, je hebt hier gewoon gele bloemen, hè, Mick? Dus dan kan je gewoon een geel bed maken met je, ik heb geen geel. Ja, ik heb eigenlijk wel geel, kijk maar, pap. Nu is er echt vet veel geel. Zo, hoppakee, ja, ik ben gewoon lui, oké, laat mij lekker. Hier, jij kan een rood bed maken, zie je dat? Ja, top. Ben ik de eerste met een gekleurd bed? Ja, nee, dat wordt ik, oké. Nee. Al mijn schapen zijn trouwens ontsnapt, zie ik nu. Kunnen die op wol staan? Jesse? Op wat? Kunnen mijn schapen op wol staan? Nee. Hoe zijn mijn schapen... Oh, hè? Weet ik niet. Ik heb niks gedaan. Oké. Wat is dit? Wojo. Gekke paarse blok. Dit is... Dan gaat hij het voorlezen. Wat is dit nou weer? Ik weet het niet. Oké, ik ga het eiland groter maken, hè? Zodat jij een huis kan bouwen naast mijn huis. Ja, waar? Hier naast jouw huis? Ja, kijk dan. Hier mag jij gewoon zitten voor mij. Ah! Oké, maar dan moet ik wel even kijken wat ik ga doen. Ik wil een rood huis, denk ik. Je wil een rood huis. Zo, dan moet je veel schapen scheren. Ja, maar je hebt toch veel schapen? Je hebt je wheat. Oké, top. Ik ga gewoon die schapen allemaal breeden, ja? En dan... Ja, je mag de farm gebruiken, zolang je het maar weer terugplant. Waar is... Nee, ik val! Nee. Wat is er? Nee, ik ben gevallen. Oh. Hoe kan je vallen? Oh nee, ik had echt heel veel goede spullen. Elkaar. Nee, Jesse, ik had 3 stacks dirt. En dirt is zo zeldzaam. Serieus? Oké, misschien wordt het eiland toch niet heel veel groter. Oh nee, mijn diamond pickaxe. Oké, wacht. Oké. Zit hier dirt in? Please. Nee. Oké, ik ga met deze blok bouwen. Jij gaat je huis maar op iets lelijkers. Maar wacht, ik heb nog heel veel dirt. Ja, wat dan? Hoeveel? Dit. Alsjeblieft. Ja, dat dacht ik al. Oh, mijn diamond pick. Oké, diamond pick is boeit niet echt heel veel. Nee, wil je deze hebben? Nee, trouwens, ik moet hakken. Ik moet een huis bouwen. Ja, ga jij maar lekker een huis bouwen. Ja. Oké, ik ga, weet je, ga maar hier overheen bouwen. Want... Overheen bouwen? Wat? Ik heb, ik doe wel... Nee, laat maar. Ik doe dit gewoon als vloer. Dus laat dit weg. Dan doe ik hier hout. Ja. Hout kan je makkelijk krijgen. Nou, ik heb geen pickaxe, dus jij moet het weghakken. Oh, ja, is goed. Weet je, ik ga even nieuwe dingen maken. Hey, babyschaap. Hallo, babyschaap. Oké, ik ga even zo. En dan, weet je, ik maak de vloer wel gelijk van hout dan. Kijk eens. Een ex. Ik heb hier hout. Ik had een ex, maar ik ben nu doodgegaan, dus heb ik niet meer. Nee. Heb je sticks? Ja. Ja, ik maak er wel een, ja? Ja, ik ben ook al aan het maken. Zo, ik maak een pickaxe. Ik doe een iron ex gewoon maken. Ik ga niet je diamonds. Nee, want ik heb alle diamonds, dus dat zou ik niet kunnen. Ik heb er ook 5, hoor. Oh, heb je alweer nieuwe? Ja. Oké, nee, voor mij mag je... Ik heb zelf een diamond ex gemaakt. Nee, ik heb iron. Ik vind dat prima. Ga jij maar dat ding hakken, die one block. Dan hak ik dit wel. Oh, ik fix wel hout voor jou. Ja, is goed. Weet je, ik ben doodgegaan. Ik wil een mooie houten vloer. Ja, gewoon planks, toch? Ja. Ja. Of moet ik ze in vissengraat voor je leggen? Ja, doe maar. Ja, dat kan ik niet. Oké. Jawel. Hoe leg je vissengraat in Minecraft? Kijk, zo. Kijk, doe je die even weg. Ja. Moet je wel bewaren. Zo. Nee, en dan... Kijk, oké, dit is even een voorbeeld, maar dan met andere steen. Oké. Doe je dit... En dan doe je daarna weer hout. En dan doe je gewoon om en om een andere tint hout. Oh, dit noem jij vissengraat. Ja. Weet je krijgt gewoon een normale houten vloer. Kijk zo. Oké, je hebt nog geen andere bomen, zie ik. Nee, daarom. Oké, ja, is goed. Waarschijnlijk hebben we wel saplings, maar ik ben gewoon te lui, Jesse. Je krijgt al je eigen huis. Kijk wat de meeste mensen hebben. Die hebben een lelijke kamer. Ja, je hebt daar een groter huis dan ik. In mijn eigen one block. Ja, nee. Ik ga een heel klein huisje maken. Gewoon een klein, schattig huisje. Want anders moet ik een uur lang schapen scheren. En dat ga ik niet doen. Ah, oké. Dus deze vloer wordt veel te groot. Oh, ja. Oh, doe maar... Jij kan hier een huisje bouwen, dan kunnen we hier nog meer huis hier bouwen. Komt de deur en doe maar hier weer een muur. Dan gaan hier en dan hier een muur. Zo, dit wordt het. Dit. En dan, nou, dan komen hier, er gaan hier wel meerdere huizen komen, dus dat is wel handig. Ik wil geen buren. Je wil geen muren? Buren. Geen buren. Oh, dan heb je pech. Nou ja, ligt er aan wie. Niet Giel, want die stinkt.
Oké. Nee, Giel die heeft zijn eigen kamer al, hè? Oh ja. Maar misschien, misschien kom ik wel naast je wonen een keer. Woon je toch al? Ja, klopt. Oké, dat is waar. Ik indirect woon ik al naast je. Ja, klopt. Dan woon ik nog een keer naast je. Gewoon twee keer ben ik dan je buren. Ja. Oké. Komen er geen zombies en zo, want het wordt nacht? Jawel. Ja, daar moeten we voor opletten. Je weet dat ik dan dood ga, hè? Nou, dan moeten we gaan slapen. Heb je al een rood bed? Nee, maar ik slaap wel in het bed van... Van wie? Van Giel? Oh, nee, van Torben. Ik ga naar het bed van Torben. Nee, Giel stinkt. Nee, ja. Ik doe wel... Zo, ik heb een lekker bed gevonden. Oké, ik kom eraan. Ik heb je vloer afgemaakt. Ja. Zo, hoppakee. Ik ga lekker in mijn eigen bad. Zo. Nee, dat kan niet. Hé! Hey! Dat kan niet. Oké, dan ga ik wel in het bed van Torben. Zo. Hoppakee, kijk eens aan. Lekker slapen, welterusten. Ik heb een scheet gelaten. Oh nee, ik reuk het vanaf hier. In je bed. Oh jeetje. Oké, nou ja, ik heb villagers die verschonen. Oh, nice. Hier, ik weet niet, wat moet je nog meer hebben? Je moet meer rood. Moet je rood? Ik moet rood wol hebben, want daar, ik heb al 12. Ja, ik ben net... Kijk, ik ga uitleggen wat ik wil, ja? Ja, ga juist uitleggen wat je wilt. Kijk, ik wil dit als hoeken hebben. Oké. En dan dit zo als muren. Oké, dan moeten hier twee deuren, neem ik aan. Ja, en dan hier weer een hoek en dan met ramen. En dan eigenlijk ook zo min mogelijk rood wol te gebruiken, want dat is vervelend. Zo, en dan gewoon een plat dak met slabs. Want ik heb punt dit dak, voor je. Dat kan ik niet. Heb je hier wat aan deze dingen? Wat? Nee. Niet voor het dak. Oh, jawel. Ik vind deze ik heb meer rood wol nodig, maar die schapen zijn kou. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dan moet je meer schapen maken. Ja, ben ik mee bezig. Wacht, ik heb hier schapen. Je weet wel dat je straks een eiland hebt vol met rode schapen, hè? Ja, joh, die maken wel weer geel. Ja, is goed. Kan ik die schapen niet gewoon boomwiel geven? Dat zou pas handig zijn. Echt, hè? Dat zou echt heel handig zijn. Hier, kijk, nog meer schapen. Je hebt nu al 1, 2, 3. Je hebt al 5 rode schapen. Oh, zo gezellig. Ja, deze koeien vind ik vervelend. Ik maak voor jou alvast 2 deuren, ja? Ja. En wat top. Dan ga ik, ik wil hout hakken, maar je hebt geen bomen meer. Maar ik heb wel boommeel. Kijk eens. Ja, wel. Ik ga gewoon wat bomen planten. Ik heb 8 saplings. Oh, en dan groeien ze vanzelf al. Had ik ook. Zo. Ik heb echt kapot veel saplings trouwens. Zo. Ga gewoon het eiland van de pro helemaal vol gooien. En dan kan je misschien dat ook weer gebruiken om te bouwen. Ja, doe dat. Zo. Even kijken. Ja, ik vind jouw huisje wel leuk. Ik denk dat jij een leuk huisje krijgt. Ik, toch? Ik zie de potentie. Ja, toch? En dan moeten we hem ook nog even inrichten op een leuke manier. En dan uiteindelijk heb ik straks gewoon een mooi huis. Kijk eens, zo. Hoppakee. Boom, boom. Nee, je doet het verkeerd. Wel, je hebt 2 deuren. Ja, ze moeten naar binnen. Mooi, we moeten hier staan. Nee. Hier heb je nog een deur. Ik heb niks aan nog een deur. Dus weet je wat ik daarmee doe? Nee. Alles, sorry. Hier, Mick. Nee. Deur is zo zeldzaam. Nee. Ik wil je eraf slaan, maar dan ben ik ook alles kwijt. Dus dat is ook niet slim. Ik ga gewoon niet kijken, dan heb je er geen plezier aan. Oké, ik ga deze boom hakken. Inderdaad, dat is slim. Nu ga ik het niet doen. Zo, ik ga even kijken of ik weer wat dirt kan krijgen. Want het doodvallen was toch misschien niet heel slim. Hey, obsidian. Oh, ik heb net ook al een paar keer obsidian. Ja, ik wil heel graag een netherportaal. Want dan kan ik tenminste een beetje rondlopen. Kijk. Ik heb hier 2. Oh. Ja, ik moet echt een netherportaal binnenkort hebben. Het zou echt wel heel chill zijn als ik gewoon naar de nether kan. Dan kan ik heel veel blokken krijgen. En dan kan ik gewoon... Dan heb ik gewoon een normale wereld. Tenzij de nether dadelijk ook een wanblok is. Dat zou wel een beetje anticlimax zijn. Dat zou wel leuk zijn, toch? Ja, aan de andere kant ook weer wel. Ik krijg weer obsidian. Dan heb ik er al 4. Hoeveel heb je er nodig? 9 of zo? Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 3 onder, 2 onder, 3 onder. Nee, 3 onder en dan 4 omhoog. Dus 12, toch? Nou, 4 om... Ja, oké, want je kan... Ja, klopt. Ik vind het moeilijk uitleggen. Dus 12. Kijk, deze villager. Wat doet hij? Wat? Is er een nieuwe villager? Met villagers kan je ruilen. Waarom staat hij op een boom? Dat scheelt er bijna niks. Oh, even kijken wat we bij hem kunnen halen. We kunnen bij hem ijs halen, shrinks. Spannen die, op dat blok, of? Ja, die spannen. Oh. Maar volgens mij is er ook niks voor jouw huis, hoor, dat hij heeft. Nee. Die schapen doen echt slow met groeien. Ja, het spijt me, Jassie. Waar zijn ze überhaupt? Vallen ze naar beneden of zo? Nee, ik zie hier... Oh, die is klein, laat maar. Ik zie er hier weer 1. Heb ik weer... Krijg ik precies ook bij 1 blokje wol van. Ja, maar jij moet weer echt slow... Waarom kan je niet gewoon een normaal huis bouwen? Waarom moet het weer rood zijn? Ja, maar zoveel wol heb ik niet nodig. Maar blijkbaar ook er wel. Nee, ik heb die ook... schapen gaan ook voor die wanblok staan. Ze staren hem ook allemaal aan. Ik heb ook wat hout Stomme nodig. Rode Huis schapen. Ook. Zo, hoppakken. Ik heb gewoon al 6 obsidian. Ik ga een plekje... Oh, netherite! Zo mooi! Netherite. Ik ga een plekje maken waar... Oh, ik denk dat... Oh, dat is leuk om naast jouw huis te doen.
Wat? Er komt een portaal. Pap, 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 pap. Pap, pap, pap. 1, 2, 3. En dan poep. En dan 1, 2, 3. Kijk eens aan. Het begin staat al. Zo. Zo mooi. Ja. Dit is het begin. Oh, dan moeten we ook een flint en steel uiteindelijk. Maar dat is wel te doen, volgens mij. Hé! Hey, het schaap eet gras, maar hij groeit niet. Zorg toch meteen te groeien? Schaap eet toch altijd gewoon gras voor de grap? Oh, echt? Groeien ze dan automatisch als ze één keer gras... Echt? Dat wist ik niet. Ja, ze groeien door te eten, volgens mij. Ja, maar is dat instant? Is dat gewoon gras? Ja, pap? Nou, dat weet ik niet. Blijkbaar niet. Nee, blijkbaar niet. Ik wil ook nog een visvijver, Jesse. Dat is ook nog een doel van mij. Visvijver? Ja, dat ik daar kan vissen. Heb je überhaupt water of niet? Ja, ja, ik heb hier water. Hier zo, in de farm. Heb je, dan kun je toch... Heb je... Ik heb infinite bom, ja. Ik moet het gewoon nog bouwen. Ik ben... Oh, traag. Je kan wel al vissen dus. Ja, maar ik wil gewoon een leuk vijvertje. Ik ondertussen... Hé, hey, zit een gat in jou. Kan dat nou? Een gat in mijn... Ik ga nou ondertussen ga ik denk ik alvast een beetje een crafting table maken, want ik heb wil je nou gewoon mijn hout genakt? Nee! Oh jeetje, Jesse, ik heb gewoon hout in mijn inventory, zeg dat dan. Oh, waarom laat je mij dan hakken? Zo, zo. Dat was ook alles, ik had er maar drie. Omdat, oh, hier is weer een rode schaap. Hier is weer een rode schaap, kom maar. Ik ga hem scheren. Zo, schaap, 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 schaap. Hop. Oh, ik sloeg hem. Dat is niet de bedoeling. Let op, hè. Ik ga flexen. Oeh, weer obsidian. Jij gaat flexen. Is je huis al? Nee, nog niet. Maar let op. Ik heb weer obsidian. Die mag weer bij de obsidian ding. Hier is trouwens hout, Jesse. Ik zal het wel alvast hakken voor je. Boom, boom. Nee, ik heb boom. Het niet meer nodig, denk ik. Oh, fijn. Dan kan ik mijn huis weer heel maken. Ja, doe dat. Zo, en dan boom. Jesse. Kijk staan. Hoppakee. Jeetje, dit is wel echt een flex, ja. Gaat hij een diamond blok hier gewoon neerzetten? Kees. Oké, hier mijn huisje. Dit is, mooi dit is Kees. Zo. En OW als die gehakt wordt. Ik zweer het je, dan word ik echt boos. Maar, oh, je hoeft nog maar één rood bol. Wat? Hoef je nog maar één? Nee, ik heb... heb je trouwens ramen? Hier, rood wol. Oh. Moet wel aan mij vragen, dan had ik je wel al eerder gegeven. Oh. Heb jij glas voor mij? Misschien ligt er in de chest wat glas. Ik weet niet zeker. We hebben een keer zand gekocht. En toen hadden we daarmee glas gemaakt. Alleen, ja. Nee, ik heb geen zand. En geen glas. Dat had ik bij een villager een keer gekocht. Serieus? Ja, deze village verkoopt niet, of wel? Nee. Dan moet je even een huis zonder ramen. Maar als ik ramen heb, dan zal ik ze gelijk bij erin zetten. Ja, is goed. Dan ga ik het gewoon... dat vind ik niet erg. Lekker airco, gratis. Ja joh, zomer. Kan gewoon. Ja, daarop. Gratis airco. Ja, gratis airco. Klopt. Helemaal. Een mooie tropisch eiland. Ik zou wel een dak bouwen als ik jou was. Ja, kom je nu mee, nu het regent. Ja, ja, ja. Dat is zeker waar. We kunnen even snel gaan slapen, zodat het niet meer regent. Oh, nog meer wol. Ja. Wacht, waar is mijn wol? Jij hebt mijn wol? Ja, klopt. Hier, alsjeblieft. Je had toch genoeg wol? Nee. Kijk, ik moet hier nog een tweede laag bouwen. En dan wil ik daartussen allemaal ramen hebben. Okay. En dan daarbovenop doe ik een dak. Oh, hier ligt nog meer... Oh nee, hier is weer een schaap, Jesse. Hier, kijk. Schaapie. Oh. Schaap. Ja, wacht, hier zijn er ook weer meer. Hoppakee, en ik krijg weer netherite. Het is wel bizar eigenlijk dat rode wol gewoon zeldzamer is dan netherite. Echt, hè? Had je die gewoon redstone blocks kunnen gebruiken? Ik heb zoveel redstone. Ja, daar zat ik ook aan te denken, maar dat vind ik toch minder mooi. Ja, dat snap ik. Dat is niet zo maar mooi. Ik heb er inmiddels over 6, dus kom maar goed. Of netherite blocks, ook rood. Nee. Dat zou dat had nog wel gekund. Dat zou echt een flex zijn. Echt, hè? Maar dan had ik waarschijnlijk op een gegeven moment heel je huis weggehakt. Nee. Als je van netherite gebouwd had wel, denk ik, hoor. Maar dat is niet rood. Dan moet ik netherrack doen. Ah, oh ja, nee, die had ik niet weggehakt. Maar die is wel lelijk. Kijk eens aan. Okay. Ja, het begint al leuk te worden. Ja, toch? Ja, ik vind hem heel schattig. Zo, ik dacht ik doe die hoeken doe ik gewoon nog met hout. Want anders heb ik nog meer wol nodig. Ja, ja. Daar heb ik geen zin in. Trouwens, en ik ga dat op die manier ook een beetje afmaken. Want anders... Nee, dit vind ik niet mooi. Nee, dat ga ik toch wel echt wol doen. Okay. Zo. Ik zie geen schapen hier meer voor jou. Ze staan wel allemaal bij jou. Ze zien jouw rode huis en ze denken daar willen we bij staan. Ik ben een rode god. Jij bent hun papa. Ik ben een papa. Maar ik... Het duurt lang voordat ik ze weer kan breeden. Ja, dat is zo. Oh, ik heb er weer één. Kijk, ik heb ook deze blok voor je. Kijk, deze. Welke? Zo, nee, die vind ik ook lelijk. Mooi rood, Jesse. Nee, dat is niet mooi rood. Kan je het dak van maken? Ik heb een vet idee. Okay. Of het mooi gaat worden daar... ik moet trouwens uitkijken, niet naar beneden. Kijk uit! Ah! Ja, maar dit doe jij ook expres. Niet! Jawel. Niet, jawel. Kijk. Ja, ik beam, snap... Beam. Ja, het is op zich wel oké. Ik vind het niet lelijk. Maar vind je het mooi?
Ja, prachtig, prachtig. Prachtig! Ik vind het heel mooi. Ik ga gewoon weer lekker verder met deze one blok hakken. Maar ik heb meer nodig. Ik heb nog 2 van die blokken nodig. Heb je dat? Ik heb het niet in mijn inventory, maar misschien ligt het in de chestkamer. Ja, ga maar kijken. Die villager wil ook naar beneden trouwens. Als je trouwens deze one blok blijft hakken, dan kan die ook level up gaan. En dan krijg je betere spullen. Cool, hè? Ja, super. Ja, hij is nu level 9. Maar als ik blijf hakken, kan die misschien nog in deze video level 10 worden. Al denk ik wel dat het moeilijk wordt. Want het is nu echt... Van level 8 naar level 9 was ook echt gigantisch moeilijk. Oh, ik heb weer zo'n blokje gekregen. Zo'n netherrack. Ja, ik heb er heel veel. Oh, laag er veel in de inventory? Of ja, de chest? Rond een zwarte stack of zo. Oh, nou, heel chill. Dan kan je het helemaal afmaken, je vloer. Ja, toch? Dan heb je toch die vissen graad, hè? Nou, ik kan nog niet helemaal... Kijk wat ik heb. Ik weet niet of je het ergens voor nodig had, maar... Wat heb je? Wat heb je gepakt? Wat? Nee. Wat is het? Dat... Oh! Nee, die mag je wel gebruiken. Oké, top. Ja. Hé, ik ben het kwijt trouwens. Ik had het net mee... Ik heb het helemaal niet meegenomen. Ik ben het vergeten mee te nemen. Oh jeetje, yes. Hoe kan je dat nou vergeten? Oh, en dat mijn hele inventory vol zit en zo. Dat gaat echt snel. Ja, klopt. Dat gaat heel snel. Ik heb weer obsidian. Het is toch best wel slow hoe snel ik obsidian krijg. Zo. Ik heb sowieso denk ik wel genoeg wol. Ik heb nu... Hier, ik heb er weer 10. Nou, kan je het helemaal afmaken, juistie. Zo. En dan hier nog. Hier nog. Het is een scheldige. Hier nog. Oh, hier. Perfect! Ja. Hoppakee. En dan nu een dak. Ja, dat ga ik nu doen. Okay, maar ik moet eerst dat andere spul weer hebben. Dat netherrack. Dat van mij? Nee, ik heb het al. Maar die ben je weer vergeten te pakken. Nee, ik heb het al, ik heb het al. Oké. Ondertussen heb ik gewoon weer bijna... Ik heb 31 dirt, dus ik... Ja, het is wel heel zonde dat ik ben gevallen. Want ik had mijn eiland echt een stuk groter kunnen maken. Ik had iets van 150 dirt en ik ben gewoon gevallen. Dus dat is wel zonde. Maar hey, dit wordt echt het mooiste rode huis, hoor. Het mooiste rode huis van dit hele eiland. Het is ook het enige rode huis, dus dat is wel handig. Nee, niet het hele eiland, van iedereen. Oh, oké. Ja, ik ken niet zoveel rode huizen, dus... Kijk, eerlijk, die vloer is nu wel leuk. Ik ga eens kijken. Ja. Oh! Je hebt hem helemaal rood. Ah, en één deur laat je laat één deur vallen. Maar gelukkig heb ik je een deur gegeven. Zo, kijk. Ja, en dan met de kippie er al bij. Nee, ik hoef geen kip. Oh, oké. Wat wil je dan? En schapen. Heb je trouwens dirt voor mij? Ik heb dirt voor jou. Kijk uit! Oh. Jeetje, Jesse, jongen. Ja, ik wil hier dirt hebben. Oké, waarom wil je daar dirt? Omdat dat dan gras weer wordt en dan ziet het er mooier uit. En nu ben ik een deur kwijt. Oké, hier heb je deur. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Oké, kijk eens aan. En dan nog je dak. Nee, eerst een crafting table. Ja, en dan ga je... En dan maak ik een mooie furnace. Oké, ja. Wat kan ik nog meer maken wat leuk is? Wacht, ik ga even kijken. Een trap zo, kan je een stoel maken. Oh ja, een stoel. Dat ga ik maken. Nou ja, zie, ik vind het echt prachtig. Het is niet normaal. De rode schapen lopen hier ook allemaal rond. Ik ga ze even maken. Ja, maar die heb ik niet meer nodig nu. Jij gaat geel worden. Boom, let's go, gele schaap. Yeah. Mag ik een schaar die jij gebruikt? Ja. Geef maar aan. Alsjeblieft. Kan ik eindelijk een geel bed maken? Dat is ook veel leuker. Hoppakee. En kijk eens aan, ik krijg in één keer 3 wol. Dat is top. En dan gaan we zo. En dan doe ik zo. En dan zo. En dan hebben we een mooi geel bed in plaats van dat witte bed. Want die is echt lelijk. Zo. Kijk eens aan. Dan is ook gelijk dat bed waar jij een scheet in hebt gelaten weg, Jesse. Oeh, nee, dat is lekker. Nee, dat vond ik niet zo lekker. Dit is veel beter. Zo. Heb jij smoothstone? Nee. Wegblijven. Je hebt al genoeg gepakt. Nee, ik wil... Nee. Je hebt toch ook... Dan ga ik het maken. Nee, oké. Okay. Ja, ik hier, alsjeblieft. Heb je letterlijk alleen maar cobblestone voor nodig? Dat maakt toch niet uit? Ja, hier, alsjeblieft. Heb je het al? Ik heb het in de oven gedaan voor je. Nee, maar ik heb het zelf al gedaan. Ik heb jouw hulp niet nodig. Ik heb die vele gedaan, weet je wel. Oh ja, top. Zo. Oké. Nou, dan ga ik weer lekker door met hakken. Jij hebt echt een heel plan voor je huis. Hè? Waarom heb je nou weer smoothstone nodig? Omdat ik een armor stand ga maken met diamond armor. Jeetje. Waar haal je die diamonds vandaan dan? Uit de chest. Welke chest? Nee, ik doe iron armor dan. Oké. Okay. Nee, precies. Ja, ik kan ook leather maken, maar dat is nog zeldzamer. En daar wil je voor enchanting tafel gebruiken. Ja, dus doe maar. Ik doe jou een gunst. Ja, doe maar de iron armor. Want ik heb zelf nog niet eens diamond armor. Misschien ook omdat ik gewoon bang ben dat ik van de one block afval. Even kijken. Zo, hoppakee. Ik ben ook benieuwd hoe dat gras ervoor staat bij de pro's in eiland. Volgens mij gaat dat echt heel snel. Ja, het is bijna helemaal volgroeid met gras. Dat was ook een dingetje. Ja, ik heb een cadeautje voor je. Oké. Geef maar aan mij. Je kan je gebruiken om je huis in te richten, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Daar ga ik diamond armor omheen doen. Nee. Nee, dat is een grapje.
Zo, ja. Boom. Kijk eens aan. Zo, hij staat er heel leuk, Jesse. Kijk, en weet je wat ik dan doe? Ja, dit is dan zeg maar mijn armor. En dan elke keer als ik hier ben. Ja, dan pak je vanaf daar je arm. Ja. En waar gaat je dak van? Planks, gewoon. Ja, okay, maar dat doe ik later, want dat vind ik minder leuk. Of nee, dat ga ik nu wel doen, maar ja, ga ik nu doen. Oké, ik dacht al, wat wil je nog meer doen? Zo groot is je huis ook weer niet. Oké, ik pak dit hier nog even allemaal mee. En dan heb ik gewoon alweer 5 van die netherite blokken. Ancient debris. Hoeveel heb ik er nu in totaal? 14. Dat is op zich echt wel nice. Maar hoezo maak je dan niet meteen netherite armor en zo? Daar heb je echt veel voor nodig, volgens mij hoor. Echt? Ja. Ja, daar schrok ik laatst van. Hoeveel je daarvoor nodig hebt? Je hebt nu toch al genoeg daarvoor, of niet? Nee, want volgens mij heb je 9 blokken nodig voor 1 ingot. Kan dat niet? Is het niet gewoon 1 per 1? Jawel, want als je... Nee, dat dacht ik ook. Maar als je... Ja, maar ik kan ze wel even smelten. Dan krijg je volgens mij scrap. En 9 scrap is 1 ingot. Ah. Ja, het is echt... Het is dramatisch hoeveel je moet hebben. Maar hey, we gaan eens kijken. Seth, wij spelen zoveel Minecraft en we snappen er dus nog helemaal niks van. Hey, ik zit jou uit te leggen. Dus ja, maar jij snapte het er... Buiten. Dat is ook niet. Nee, klopt. Dat is zeker waar. Maar ik heb wel gelijk. Ik krijg netherite scrap en daar heb je er 9. Nee, daar heb je er 4 van nodig trouwens. Denk ik nu. Heb jij nog hout? Nee. Oh nee, ja, je hebt 4 nodig en 4 gouden blokken. Ik heb hout, ja, alsjeblieft hier. Kijk, ik heb nog mijn slabs nodig. Yes, zo, dan kan je wel genoeg slabs maken, denk ik. Ja, 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 ja. Zo, en dan krijg ik weer een lekkere ancient debris. In plaats van netherite blok, zo moet ik het eigenlijk noemen. Ancient debris. En ik krijg weer obsidian. Ik ga gewoon in de volgende video een nether portaal kunnen maken. Pakkie, die wil ik hebben. Kom op, waarom duurt het al zo lang om die dingen te hakken? Zo. Dit mag weg. En dan doe ik deze weer even zo hierin. Boom. En dan ga ik even kijken bij je huisje. Kijk dan. Ja, ja ik toch. Vind het hij is letterlijk. Hij is gewoon af. Ik moet nog 1. Ik vind ik heb per ongeluk 48 torches gemaakt. Ik ga. Oh, nou, ik wil een cadeautje voor je meenemen. Maar. Kijk, kan ik het zo doen? Ja, zo. En dan zo. Ik heb een cadeautje voor je. Ik heb een cadeautje voor je. Wat voor cadeautje? Kijk eens hier. Zo, alsjeblieft. Oh! Dat is zo mooi. Ik weet niet hier, waar je dan het krijg jij dit van mij. Ja, mijn inventory zit vol. Maar dankjewel. Ik weet niet waar je het krijgt. Waar ga ik... Oh, ik weet het al, ik weet het al. Je kan het op een stick doen of zo. Oh! Wat? Ik ben alleen... Au. Zo. Wat ga je doen? Let op. Ik heb een idee. Ik moet wel alles hebben, anders valt het naar beneden. Heb ik alles? Kijk, en dan... Ja. Ja, ik vind het slim. Heel erg toch? Heb je nou die iron armor laten vallen? Oh nee. Nee. Kijk eens. Nee, dat had ik dus wel bijna gedaan. Want dan valt die armorstand natuurlijk. Ja, dan kan die lelijke torch weg. Zo. Ja, nou, en dan. Jesse, ik vind het een prachtig huis. Ja, Jesse, zijn diamond blokje genaamd Kees. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zal er vanaf blijven. Jesse, ja, het is een prachtig huis. Ik denk dat je wel de mooiste plek nu hebt. Maar in de volgende video gaat de pro aan zijn huis beginnen. Dus dat wordt wel goede concurrentie, denk ik. Mijn is mooier. Ja, die van jou is rood. Die van de pro gaat denk ik blauw worden. Je moet wel even nog ramen erin zetten. Ja, ik ga dat voor jou doen. Ik zorg ervoor dat jouw airco niet te koud is. Ja, is goed. Welkom weer bij OneBlock. En zoals je ziet, hebben we letterlijk bijen. Ja, ik kwam op de server en er zijn gewoon bijen. Deze boom is dus gegroeid en er is een bijenkorf erbij, zeg maar. Dus nu hebben we bijen erbij. En weet je wie we ook erbij hebben? Nou, ik zal even naar zijn eigen eiland lopen. Namelijk... Waar is die dan? Is die verstopt? Pro-speler! En vandaag, pro-speler, wij een huisje voor jou bouwen op dit fantastische eiland. Ja. Maar dan moeten eerst dan moeten eerst die bomen weg. Ja, ik heb hier trouwens even wat bomen geplant, want ik had wat meer hout nodig. Ja, inderdaad. Vooral voor mijn huisje. Je weet hoe mijn huisje er altijd uitziet. Ik moet een hele hoop logs hebben. Ja, precies. Nou, gelukkig hebben we echt meer dan genoeg hout. Zoals je ziet, heb ik echt heel veel bomen geplant. Ja, ik ga ze gewoon echt allemaal omhangen. Ja, maar die met de bijen, kan je die laten staan? Nee, die laat ik staan. Ja, dat, want die vind ik wel eigenlijk leuk. De bijen zijn namelijk geel. En zoals je weet, bro, ik hou van geel. Is dat zo? Ja, heb je nooit opgevallen, hè? Nee, dat is echt nieuws van mij eigenlijk. Nou ja, in ieder geval, in de vorige video was Jesse er. En ik moet jou trouwens... Kijk, daar rechts heb je Jesse's huis. Zie je dat rode huis? Die wil ik wel even bekijken. Ja, dat is het huis van Jesse. Nou, ik ga eventjes kijken. Dan ga jij eens lekker kijken. Oh, ik vind het zo... Kijk, ik vind die grote bomen zijn eigenlijk wel weer fijn, want je krijgt heel veel hout ervan. Maar aan de andere kant vind ik ze ook weer heel irritant. Het is zo moeilijk om ze om te hakken. Waarom heeft hij een diamond blok genaamd Kees in zijn... Ja, ik stel geen vragen, Ja, en ik ben hier trouwens ook bezig met een nether portaal, dus dan kunnen we binnenkort ook naar de nether. Hoe ziet de nether eruit op een one block? Hé, dat vroeg ik me dus ook af. En hier is echt een mega grote boom gegroeid. Damn. Oké, die gaan we ook zo opbeginnen. Dan ga ik hier even omhoog bouwen. En lol, nou, weet je wat, ik daar kan erbij. Vast aan de gang, aan het huisje. Ja, begin jij alvast aan het huisje, dat is wel handig, ja. Ik ga even... Ik heb trouwens al meer dan 29
25 hout. Dus ik ga je dadelijk al het hout geven die ik heb. Zodat jij genoeg bouwmaterialen hebt voor jouw huis. Want ik ben heel benieuwd wat voor huis jij gaat bouwen. Uiteindelijk wordt jouw huis een beetje mijn uitzicht. Ja, ik ga gewoon voor een... Ja, voor een... Ik denk een redelijk simpel iets. Ja, ik denk dat met hout, hoop ik dan tenminste. Ja, tuurlijk met hout. Ja, want anders heb ik echt de verkeerde blok verzameld voor je. Nee, hout is helemaal goed. Oké, kijk eens aan. Er staan zoveel bomen hier. Het is echt niet normaal. Hoppakee, deze willen we ook weghakken. En volgens mij staan er daarachter nog meer bomen. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, kijk eens aan. Hier is ook weer een boom. Hoppakee, dit ook even weghakken. En dan moet ik hier ook de bladeren weghakken. Anders blijven die staan, want die gaan tegen dit hout aan. En anders verdwijnen ze niet. En dat is lelijk. Zo, hoppakee. Pakkie. En dan gaan we... Nou hebben we alle bomen weggehakt. Ik heb 50 hout voor jou, bro. 50 hout? Nou, daar moeten we toch wel een stukje verder mee komen. Logs, hè? Nu is de vraag of we er ver genoeg mee gaan komen. Ja, 50 logs. Dus dat is echt gigantisch veel. Hier, alsjeblieft, bro. Hier. Kijk eens aan. Een cadeautje van mij. Stop. En zoals je ziet hebben we ook enorm veel schapen. Alle schapen zijn ontsnapt. Ja, heel erg naar. Maar ik... Dat was mijn fout. Ja, nou ja, klopt. Maar ik vind het eigenlijk wel gezellig. Oké, mooi zo. Nou, in dat geval... Ik weet trouwens dat de dieren ontsnapt zijn, maar ik dacht dat alleen de koeien... Of ik wist niet dat alleen de schapen ontsnapt waren. Ik dacht dat er ook wat koeien ontsnapt waren, maar die staan hier blijkbaar wel gewoon. Één kant van het hek was opgeblazen toen. Nou, ik ga jou eens even helpen, want ik heb hier weer 5 hout. Boom. Oh mijn god, ik sprong hem. Zo, kijk. En dan, boom. Dan is weer al mijn hout op. Ja, dit wordt wel een mooi huisje. Ik denk dat jij... Kijk, ik vond op dit moment... Als ik dan al mijn gasten hun plekjes moet beoordelen, vind ik op dit moment Jessie's huis het mooiste. Okay. Maar dat is ook eigenlijk omdat het enige huis is. Maar ik denk dat jij Jessie wel gaat overtreffen. Zeker met, zeg maar, de grootte die jouw huis gaat worden. Ik ga mijn best doen, maar ik moet wel redelijk wat cobblestone hebben. Hopelijk hebben we daar... Kregen we een beetje... Ik heb... ik ga voor jou We hebben echt heel weinig cobblestone eigenlijk, maar... Echt? We hebben een heleboel normaal steen, maar dat vind ik zo zonde om weg te gooien. Of te gebruiken. Normaal? Ah, misschien heb ik het allemaal gesmolten in de oven trouwens. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... ja, klopt. Ik heb hier ook nog 23 normaal steen. Zal ik dat gewoon kapot slaan een keer en dan cobblestone? Ja, mag. Je kan ook... Het is wel zonde, vind ik. Ja, het is niet... Kijk, ik wil wel graag voor je minen nu, maar het gaat niet zo snel. Precies. Ja, ik moet me ook even bij nadenken van... Oké, waar wil jij überhaupt stone voor gebruiken, dat gesmolten steen? Ja, nou ja, dat weet ik ook nog niet. Wat mijn doel is, terwijl jij een huis aan het bouwen bent, is om even die netherportaal af te gaan maken. Want die is bijna af. Oh, en ik heb hier een heks. Oh nee. Meneer de heks, wil je mij hier bij doen? Hij doet het niet lief. Laat maar. Ik ga je killen. Zo, hoppakee. Ik heb hem gekilled. Let's go. En auw. Oké, maar je kan niet doodgaan, hè? Nee, je kan niet doodgaan volgens mij. Nee. Je houdt half een hartje. Hé, kom eens hier. Daarom. Zou jij dit voor mij willen kapot slaan? Dit moet ik... letterlijk mijn taak is om dit kapot te slaan. Ja, dat is je taak. Het is heel lijkt op de one block, maar ja, dan net iets anders. Ja, oké. Nou ja, ik ga het voor jou kapot slaan. Zo, ja, ik moet hetzelfde doen. Ik ga eerst even alles plaatsen. Dat is wel handig. En dan kan ik het in één keer dadelijk kapot slaan. Zo. Maakt een hele minigame van jij. Ja, eigenlijk had ik veel beter gewoon naar boven kunnen bouwen. Dat ging veel sneller. Maar nu heb, nu heb ik mezelf echt een stukje lastig gemaakt. Nu moet je erbij rondlopen. Ja, dat is zeker waar. Oh, pro, kan je ook snel een bed maken, zodat we gewoon kunnen slapen wanneer het regent en donker is? Ik heb toch nog gewoon een bed? Oh, dan kunnen we... Zullen we even snel gaan slapen dan? Want ik vind dit echt... Ja, laten we dat even gauw doen. Ja, zo, oké. Dan, je hebt natuurlijk wel gewoon een kamer al natuurlijk. Ja, deze kamer. Ik heb daar gewoon twee huizen. Nee, ik denk dat ik van jouw kamer een gigantische chestenkamer ga maken dan. Nou, oké dan. Maar wil je die niet bewaren voor als er een andere gast komt? Nee. Weet je, eigenlijk zijn bijna alle gasten al langsgekomen. Ik weet bijna niet meer wie ik moet uitnodigen. Dus dames en heren, als jij nou zegt van, hey, die moet je uitnodigen. Laat het weten in de reacties. Misschien doet hij dan wel mee in de volgende video. Maar ik heb het gevoel dat bijna elke YouTuber er al is geweest. Oh. Spant in één keer een boom in het midden van mijn huis. Oh, dan moet je die even... Ja, dan moet je geen sapling hebben daar. Nee. Klopt. Goed punt. Maar die heb jij volgens mij nog geplant. Ik weet het niet. Of dat heb ik... Ja, ik weet het niet meer. Misschien heb ik dat wel gedaan. Nou ja, het kan goed zijn dat ik hem de vorige video heb geplant. Maar ik weet het ook niet. Hoppakee. Ik heb volgens mij alle cobblestone gehakt. Jazeker. Oh, deze moet nog. Ja. Ik heb ze allemaal gehakt. Ik heb een beetje lag. Het is echt heel irritant. Ik versta jou goed. Maar dan weten jullie dat ik een beetje lag heb, blijkbaar. Oké, pro. Hier is de cobblestone. Boom.
Alsjeblieft. Dank u zeer, dank u zeer. Daar moet ik wel, daar moet wel mee lukken, denk ik. Oh, daar komt nog een boom. Ik ga al die saplings hier even heel gauw weghalen, hoor, want dit is irritant. Ik zal die one block gaan hakken en misschien kan ik meer cobblestone fixen. Maar, ja, helemaal goed. Ik denk dat ik moet wel genoeg hebben. Ik moet wel genoeg hebben hieraan. Jij want ik ga niet genoeg? Alles van cobblestone doen. Oké. Nou ja, ik krijg ook weer heel veel ancient debris. En ik wil proberen een netherportaal in deze video te maken. Dus netherportaals zijn ook heel erg fijn. Al zal ik nooit klagen met ancient debris. Want netherite kleren, dat zou ik wel op een dag willen hebben in de one block. Oeh, zeker, zeker. Hoppakee. Ja, het is echt ik moet wel zeggen, Mick. Ja? Die schapen zijn super leuk, maar ook super irritant wanneer je aan het bouwen bent. Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Ik heb trouwens ook weer... Oeh, ik heb 37 dirt. Ik ga het eiland weer wat groter maken. Oeh. Zo, hoppakee. Hier anders maak mijn eiland even wat groter, hè? Nee, dat hoeft dan ook niet. Oké. Ik ga dit hier even wat groter maken. Het eiland... Ik moet wel het grootste eiland blijven hebben. Ja, ik vraag ook niet of ik een groter eiland mag hebben. Ik zeg of is groter dan jouw eiland, maar gewoon groter in het algemeen. Ja, nee, maar ik vind mijn eiland nog niet groot genoeg. Ja, dat kan. Vind jij mijn eiland al groot genoeg dan? Nee, hij mag zeker wel groter. Ja, het is echt een klein eiland. Het is niet klein. Hij is op zich al best groot, klopt. Ik heb niks te klagen. Zo, ik krijg echt veel van dat ancient debris. Het is echt insane, ik krijg het nu weer. Ik heb het al zo wat 3-4 keer achter elkaar gekregen. Nou, als het goed is kun je gewoon al netherite maken hoor, als je wil. Nou, je hebt best veel nodig hoor, want je hebt 4 ancient debris nodig voor 1... Oh, wacht, ik heb al 15 scraps. Oké, ja, misschien kan ik het... Ja, ik kan al netherite maken, maar ik kan nog geen volledige netherite maken, laat ik het zo zeggen. Of nou, trouwens, jawel, want ik heb maar 1 ingot nodig. Ja, ik denk het wel. Ja, je hebt gewoon diamond armor nodig en dan 1 zo'n ding, hè. Ja, klopt. Maar heb ik een... Je moet zo'n table hebben, zo'n speciale crafting ding. Ja. Oh, jee. Oké, ja. En moet ik even uitzoeken hoe ik die ook weer maak, want dat ben ik vergeten. En ik val door de one block heen. Oh, jee. Oh, nee. Hoppakee, ga weer even naar boven. Dat vind ik toch wat fijner. Heb je toevallig wat zand? En glas? Nee. We hebben nog geen glas. Het is ongelooflijk. Oh, nee. Dan ga ik gewoon gaten in mijn muur doen, hoor. Ja, nou ja, je kan zien wat Jesse heeft gedaan. Jesse heeft letterlijk van die, ja, hoe heette dat? Ja, hekjes gedaan, zeg maar. Oh, ja, dat zou inderdaad wel kunnen, misschien. Maar liever doe ik dat niet, maar het kan misschien wel, maar liever ja, niet. Ja, maar we hebben nog geen glas, bro. Ja, oké. Oké, kijk eens aan. Dit gaan we allemaal hakken. Ik heb ondertussen heb ik al wat meer cobblestone voor jou. Ik heb 5 cobblestone alweer, dus dan weet je dat. 6 nu. Oeh, kijk eens 6 aan, kijk eens aan. Ik wel echt... hoe ga ik dit doen? Ik ga het denk ik zo doen. Ik ga denk ik met leuk 2 deurtjes in mijn huis doen. Je gaat gewoon 2 deuren in je huis doen. Jeetje. Ik ga gewoon 2 deuren in mijn huis doen. Mega veel lag. Dit is echt wel heel jammer. Zo, is het zo erg? Ja. Ik krijg ook helemaal geen... Oh, ik heb 1 obsidian weer. Oké, die gaan we ook plaatsen. Zo, ik ga die plaatsen. Kijk eens aan. Dan gaan we hierheen. Dan wil ik even kijken. Een random blok pak ik even om omhoog te bouwen. Zodat ik hem sowieso goed plaats. Boom, 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 boom. En dan doen we hier 1. En dan boom. Kijk eens aan. Dan hebben we nog 1 obsidian. Nodig, denk ik. Ja, nog 2 obsidian nodig. En dan is de portaal af. En dan zouden we in principe naar de nether kunnen als we een flint en steel hebben gemaakt. Oké. Oh, en ik krijg obsidian. Let's go. Nice. Hoppakee, die gaan we hakken. Mijn inventory zit natuurlijk vol. Maar dat gaat echt zo snel op one block, dames en heren. Het is echt een probleem. Zo, hoppakee, ik heb de obsidian nodig. Dankjewel. En dan gaan we weer door met minen. Je krijgt ook eigenlijk zoveel troep van die one block. Ja, dat hoort erbij, hè. Dat hoort erbij. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Dat klopt. Zo, dit willen we hebben. Dit willen we hebben. Maar ik merk één wel één dingetje, Mick. Ik weet niet of ik deze aflevering al mijn hele huis af ga kunnen krijgen. Want het is toch wel een redelijk taakje. Hoezo? Wat moet je nog allemaal doen dan? Ik moet nog meer dan genoeg doen. Oh, jeetje. Oké, nou, ik wil eigenlijk gewoon even die portaal afmaken. Ja, oké. Nou, dan laat dat de focus van de video zijn. En dan zorg ik dat dit huisje in de volgende aflevering wel afkomt wanneer ik er ben. Ja, nou ja, ik heb nog 1 obsidian nodig. Maar ja, dan zal je zien dat die laatste obsidian echt weer heel lang gaat duren. Ik krijg hem namelijk gewoon niet. Ik krijg wel diamonds. Dat is altijd zo, hè? Ik krijg wel diamonds. Dat is altijd zo. Diamonds wil je normaal veel liever dan obsidian. Maar ja. Deze keer niet. Nee, deze keer niet. Ik ben namelijk gewoon heel benieuwd hoe de... Kan jij voor mij alvast een hoe heet dat ook alweer? Een flint en steel maken. Dan. Flint en steel. Ja, dat kan. Dan moet ik even. Ik denk dat we wel de juiste materialen hebben in de inventory. Of in de chest bedoel ik. Ik denk dat, ja, inderdaad. Dan hebben we denk ik ook gewoon in de chest te liggen. Dan ga ik nog ondertussen door. In de hoop dat we een obsidiantje krijgen. Kom op, jongens. Kom op. Geef me nou eens die obsidian. Ik wil hem zo graag. Maar ik krijg echt
Nee, ik krijg dirt. En ik krijg goud. En ik krijg diamonds. En echt alles wat je eigenlijk wil hebben. Maar geen obsidian. Het zou ook handig zijn als ik gewoon lava had of zo. Dan kon ik mijn eigen obsidian maken. Ja, ja, ja. Maar net kreeg ik echt veel obsidian. Maar nu ik er nog maar één hoef. Of zijn het er twee trouwens? Ik weet het niet. Oh nee, ik heb er al één. Ja, dus ik heb er nog één nodig. Nu ik er nog maar één hoef, duurt het heel lang. Oké, dat is de flint. Jij hebt de flint en steel? Iron. Oh nee, je hebt flint. En iron is het flint en steel. Ja, en hey, precies op dat moment. Kijk eens aan. Dit is echt te toevallig. Kijk eens aan. Alsjeblieft, daar oppakee. Ligt die. Ja, neem jij maar mee. Neem jij maar mee. Mijn inventory is het vol. Zo, hoppakee. Kijk eens. En dan ga je... Ga je mee? Ja, ja, ik ga mee. Tuurlijk ga ik mee. Dan plaats ik deze twee hier. Boom. 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 En dan steek je hem aan. Ja, toch. Hoppakee. Je hebt hem wel erg raar gemaakt. Ja, hij is... Is hij één te breed? Ja. Ja. Maar, dat maakt niet uit. Ja, hij werkt, hè. Daar gaat het om. Hij werkt zeker. Kijk eens. Maar je had al lang klaar kunnen zijn. Ja, blijkbaar wel. Wow, wat? Oké. Wat is hier het punt van? Ik heb geen flauw idee. Wacht, ik ga eens even kijken. Dit is wel heel raar en cool tegelijk. Ja, kan je water plaatsen hier? Kan dat in de nether? Nee. In de nether gaat het water gelijk weg. Nee, dat is een probleem, ja. Durft dus niet? Doe dat wow. Alsjeblieft niet. Wow, ik ga al mijn spullen in de chest leggen en dan ga ik naar beneden vallen. Kijken of ik ergens kom. Oké. Ja, misschien is het... Misschien kom je wel nee, echt... Nee, het is het waard. Ik kreeg zo'n melding namelijk. Van to the deep of zoiets. Oh, dat is gewoon een achievement. We need to go deeper. Ja, maar misschien is dat een tip. Dat is gewoon de normale Minecraft... Ja, maar misschien is dit een one achievement block tip. Ja, wie weet. Misschien zit er hier in de verborgen... Ding achter. Ja, je weet het maar nooit. Ik verlies wel mijn 15 levels, maar boeien, die krijg ik wel weer terug. Oeh, ja, die wil je ook wel weer hebben voor enchanting. Ja, nee, doe maar gewoon. Ik wil testen. Ik wil dit testen, want ik ben nu veel te benieuwd. Oké, daar gaan we. Ik doe het enchanten wel dan. Ik zit op level 20. Daar gaan we dan. Ja! Oké, het ziet er naar uit. Nee, er is er helemaal niks. Ik heb mijn 15 levels verspeeld. Oké, maar hey, nu weten we het 100% zeker. Ja. Nou ja, dat is wel 15 levels weg inderdaad. Ja, dat is wel een beetje zonde. Welkom weer bij een splinternieuwe OneBlock. En zoals jullie al zien, pro-speler staat achter mij. Want vandaag is de dag dat wij jouw huis gaan afmaken. Jazeker, want hij is nou een beetje... Ja, het is een beetje een bouwval nou nog, hè? Ja, laten we even gaan kijken. Want voor de mensen die het niet weten, de pro die heeft zijn eigen eilandje gekregen. We hebben toevallig al een leuke brug gemaakt, zodat je makkelijk naar het eilandje toe kan. Alleen het huis, ja, is nog eigenlijk niet echt af. En pro, ik wil jou vandaag gaan helpen. Het lijkt mij het beste dat ik de vloer kan fixen, toch? Ja, dat lijkt mij ook zo. Heb je dit allemaal al klaargemaakt? Ik wou het als verrassing houden, maar ja, klopt. Ik heb dit voor jou geregeld. Ik dacht, dan gaat het een stukje sneller. Oh, dat is echt top. Dit is echt alles wat ik nodig heb. Ja, toch? Nou, helemaal toppie. De vloer van die birch planks doen dan, denk ik? Ja, doe jij dat, maar dan ga ik... Ik ga buiten aan de slag dan. Oké, nou, ik ga gelijk een schep halen, want die heb ik wel nodig, want ik moet zeker wat dirt weghakken. Ja, en dan heeft de pro dus dadelijk ook gewoon zijn eigen huis. En dat betekent dat ik deze chest en pro-kamer dan in gewoon een grote chestenkamer kan veranderen. Dus dat is ook wel leuk voor mij. Dat vind ik wel leuk. Eens even kijken. Ik heb hier denk ik nog wel... ik dacht dat ik nog ergens een schep had liggen. Maar ik heb geen schep liggen. Laten we gewoon een diamanten schep maken. Want we hebben toch diamonds genoeg. Hoppakee. Doen we zo. En dan zo. En dan hebben we een diamanten scheppie. En dan wil ik hier ook even deze diamanten axe meenemen. En laten we ook een pickaxe meenemen. Want die gaan we waarschijnlijk ook nodig hebben. Kijk eens aan. Hartstikke idee. Oké, pro. Jij gaat dus het dak doen. Wat is een beetje jouw idee? Het is wel jammer trouwens dat we nog geen glas hebben. Ik heb nog steeds geen zand. Ik ga het dak nog niet doen. Ik ga eerst hier aan de buitenkant een paar kleine details doen. En daarna ga ik het dak doen. Oh, oké. Ik was even vergeten dat we natuurlijk niks hieronder hebben zitten. Dus ik moet wel een beetje oppassen. En hopelijk kan ik het meeste... Probeer ook het dirt allemaal te krijgen. Ja, ik probeer het. Maar het is lastiger dan je denkt. Ja, dat snap ik. Zo, nou ja, kijk. Hij pakt ze niet eens hier op. Oké, dat is een dirt. Dat is een dirt. Kom op, pak het dirt op. Dankjewel. En dan doen we weer birch planks. Hoppakee. Ik heb nog nooit... het is gewoon gevaar. Gevaarlijk om jouw vloer te zetten, laat ik het zo zeggen. Ja, maar die schapen zijn wel een beetje vervelend hoor, moet ik zeggen. Ja. Maar het zijn wel lieve schapen. Oh, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat het geen lieve schapen zijn, maar ze lopen een beetje in de weg meer. Ja, misschien omdat ze rood zijn. Ik denk dat we ze gewoon blauw en geel moeten maken. Ja, dat is een hele goeie.
Ja, hè? Dan zijn dat is een hele, hele goeie. Dan worden ze misschien minder irritant. Ja, daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. Hoppakee. Ik ga aardig snel met jou vloer. Wat ben jij eigenlijk nu aan het doen? Jij was buiten aan het maken. Maar ik ga eens even kijken wat jij aan het doen bent. Ik ben buiten wat kleine details toe aan het doen. Die trapjes heb jij neergezet. Die trapjes en de slaps ben ik nou aan het doen, inderdaad. Lekker, lekker, lekker. Oké. Even kijken, dan halen we dit hier weer weg. Zo, en ik probeer het deurtrecht op te pakken. Maar ik moet zeggen dat dan denk ik de helft al naar beneden is gevallen. Oh jee, de helft? Ja. Maar het komt goed. Zo, hoppakee. Vanaf nu ga ik niks meer laten vallen. Kijk maar aan. Ja, doe dat maar. En gelijk valt er één. Hoe kan ik het nou niet oppakken? Ja, het is ook lastig af en toe. Ja, het valt... ik vind het heel vervelend, Mick, maar ik ga deze rode schaap gewoon even weghalen. Oké, prima, denk ik dan tenminste. We hebben genoeg schapen, dus dat komt goed. Ja, oh mijn god. Wat heb ik zo'n lok gestript met mijn ex. Oh nee, nou gelukkig hebben we genoeg hout. Nee. Zo. Ja, gelukkig wel inderdaad. Hoppakee. En dan weer birch plankies. Ja, ik laat nog steeds heel veel dirt vallen, maar het boeien ook. Ik heb helemaal geen zin meer om zo sloom te werken. Ik wil gewoon lekker door. Ik wil gewoon lekker snel. Hoppakee. We hebben jouw vloer al bijna af. En ik vind altijd een vloer doet zoveel. Ja, dat het ziet vind gelijk, ik ook. Het ziet er gelijk, gelijk gewoon, een heleboel toe. Ja, het ziet er gewoon gelijk een stuk beter uit. Hier, zal ik nog een schaap hier? Doe je schaap. Dat is echt heel gemeen. Ja, deze schaap is naar beneden gevallen. Had hij daar maar niet moeten staan. Hij liep in de weg. Ik zal ook, in plaats van ramen zal ik gewoon fences neerzetten. Ja, dat denk is wel even handig. Ik denk dat het nog wel even kan duren. Ik weet niet waarom zand zo zeldzaam is, maar zand is gewoon heel zeldzaam blijkbaar. Ja, het blijkt inderdaad. Oké, dan zet ik hier die torch even terug. Oké, pro. Laten we even een slaappauze doen. Ik heb hier voor jou alvast een bed. Kijk eens aan. Dan kan je in je eigen huis voor de eerste keer slapen. Hey, ga ik snel in mijn huis hebben. Ja, ga ik snel naar mijn eigen huis toe, want straks komen weer allemaal skeletons en zo en dat is gewoon niet handig als we aan het bouwen zijn. Dus welterusten, prootje. Welterusten. Hoppakee. Gaan we even lekker slapen. Dan kunnen we ook lekker in het licht gaan bouwen. Dat lijkt me ook veel relaxter. Nou, dat was een snelle avond, hè? Dat was een snelle nacht. Ja, dat was zeker rap. Ja, dat ging heel erg snel. Ging slapen, maar altijd zo. Gewoon rechtermuisje op, boom, en wakker. Oh, dat zal wel echt heel fijn zijn, inderdaad. Maar helaas. Oké, pro. De vloer zit erin. Kan ik nog wat doen voor jou eigenlijk? Wat een beetje handig is. Ja, van mij mag je ook wel aan het dak werken. Vind ik ook helemaal oké. Ja, jij bent hier. Ja, kijk, het is natuurlijk jouw huis. Ik weet niet. Ik vind wel leuk hoe je die deuren hebt gedaan. Ja, dankjewel. Beetje, niet twee deuren, maar echt zo twee ingangen eigenlijk. Ja. Ja, het kwam goed uit. Dus weet je wat, ik heb een leuk idee. Ik ga voor jou een blauw bed fixen, want het wit bed kan natuurlijk echt niet. Nee, mee eens. Oké, dus ik moet dan even een blauwe bloemen krijgen. Die heb ik nog niet. Maar dat kan ik wel fixen, want ik heb hier in een chest bone meal zitten. En als het goed is, kan ik daarmee dan blauwe bloemen fixen. Al weet ik even niet waar het bone meal ligt. Ik had bone meal, ik weet zeker. Oh nee, ben ik het bone meal kwijt? Mick? Ja. Ben toch niet het bone meal kwijt? Oh, ik heb hier blauwe bloemen. Oké, dat is wel fijn. Oh, kijk eens aan. Er lagen blauwe bloemen in de chest. Zo, hoppakee. Blue dye. Nou, dan geven we dat even op zo'n schaapie. Kijk eens aan. Niet de gele schaap, maar de rode schaap. Die maken we even blauw. Dan ga ik weer snel naar binnen. Want ik heb even een schaar nodig. Kijk eens aan. Dat kunnen we hier wel ergens fixen ook. Ja, hier heb ik een schaar liggen. Hatsitee. Nou, dan hopen we dat we in één keer. Want je kan van één schaap gelijk al drie wol krijgen. Nou, please, geen op me. En we krijgen het ook nog. Ik krijg gewoon in één keer drie keer blauwe wol. Dat is echt super chill. Hoppakee. En dan hebben we een blauw bed. Bro, dan heb je gewoon je eigen blauwe bed. Of wil je twee bedden? Of één? Één is wel genoeg, denk ik, voor nu. Oké. Zal ik hem hier ergens neerzetten? Ik zet hem wel hier even zo neer. Kijk eens aan. Oh, de buitenkant is helemaal klaar. Nu is het eigenlijk alleen nog maar het dakje. Ja, wat voor een dak willen we hebben? Dat is een goeie. Ik zal eerlijk zijn, ik heb geen zin om zo'n dak met stairs helemaal te gaan maken. Ik denk dat ik gewoon een beetje hetzelfde dak als jou maak. Beetje jouw idee. Dat is toch ook met stairs? Of, maar het is zeg maar, ik bedoel met zo'n puntdak. Dat ga ik niet doen. Oké. Ja, doe mij maar na. Ja. Ook prima. Nou, ik wil. Oké, dan doen we wel een puntdak. Ja, nee, dan zijn we alleen maar langer bezig. Helemaal goed, toch? Maar mij niet uit. Het is jouw huis. We moeten wel meer. Een heleboel meer stairs hebben dan eigenlijk. We hebben stone bricks hier zo. Wil je hiervan maken? Deze. Oh, daar gaan we de eerste laag van doen, zeg maar. Oké.
Okay, ik heb al een idee. Ik kan er wel meer fixen, want ik heb in de oven ligt nog steen, volgens mij. Ik heb liever hout nodig. Ik denk dat we hier wel genoeg steen aan hebben eigenlijk. Je hebt nog meer hout nodig? Ik had al zoveel gefixt. Okay, ik ga eens even kijken voor je. Weet je, ik hak wel even die boom hier weg. Dan hebben we sowieso wel genoeg hout. Dat wordt dan wel gewoon ook, ja? Dat moeten we juist hebben. Okay, nou helemaal prima. Hoppakee, hak ik hier. Even alle bomen weg. Behalve natuurlijk de boom met het bijen dingetje. Want ik hou van bijen. Wat ze zeggen, joh. Ja. Of ja, bijen in Minecraft vind ik leuk. Want ja, die worden alleen boos als je ze slaat. Maar een bijen in het echte leven, die vind ik maar niks. Nee, dat snap ik. Alhoewel, bijen in het echte leven, die steken ook niet echt. Nee, okay. En ze zijn, weet je, zonder bijen zouden we helemaal geen bloemetjes hebben en zo. En dan zou, nee, dan zou het wel lastig worden inderdaad. Volgens mij zou letterlijk de wereld niet kunnen bestaan zonder bijen. Er is iets of zoiets, iets mee. Ja, zoiets is het inderdaad. Dus we moeten goed zorgen voor de bijtjes. Ja, zeker. En ze zijn mooi geel. Dat maakt het ook wel extra handig. Hoppakee, kijk eens aan. Ik maak voor jou zo en dan zo en zo. Hoppakee. Ik heb 16 stersel en nu heb ik er 32. En nu heb ik er 40. 40, is dat genoeg? Waarschijnlijk. Ja, ik heb zelf trouwens ook al een heleboel sters. Ik heb er ook al... maar alles, al het hout dat we nog hadden, dat heb ik allemaal in sters veranderd. Okay, dus ik, weet je, ik misschien leg de, hebben we nou wel genoeg. Ik leg de sters hier in jouw chest. Helemaal goed. Even kijken. Misschien kan ik er nog wat meer regelen. Ik ga sowieso even die saplings weer allemaal plaatsen. Want ja, dat is wel nodig dat er weer nieuwe bomen ook komen. Boom. Hier zo. Die plaatsen we ook één. En dan plaatsen we hier één. Er zijn ook heel veel bomen niet gegroeid, zie ik nu. Zo, dat is ook wel een beetje dan? Jammer. Ja, dat weet ik ook niet. Er staan hier heel veel saplings nog die niet gegroeid zijn. Misschien heb ik ze niet goed neergezet of zo. In ieder geval, ik denk dat er nu wel weer genoeg bomen groeien. En met dat dirt dat ik allemaal van jou heb gekregen, 23 dirt, kan ik ook weer even een grote platform maken. Waardoor ik ook weer meer bomen kan planten, zodat we meer hout hebben. Want hout is gewoon heel zeldzaam. We gebruiken maar niet zo zeldzaam als dirt. Nee, niet zo zeldzaam als dirt. Nee, zeker niet. Maar je had ooit gedacht dat we dat zouden zeggen, hè? Ja, nou ja, dat had ik ook nooit verwacht. Maar we gebruiken gewoon zoveel hout, dat het gewoon handig is om extra veel bomen te hebben. En bomen zien er gewoon heel gezellig uit, laten we heel eerlijk zijn. Ja, dat is zo. Ik denk dat ik op zich wel uit ga komen. Zou je misschien kunnen regelen dat ik een stuk of 20 stone brick slabs heb? Stone brick slabs. Dat moet wel lukken. En dan, ik denk dat we dan klaar zijn. 20 stone brick slabs. Nou, als dat het enige is wat je nog nodig hebt, dan komt het helemaal goed. Ik heb hier, denk ik, heb ik hier? Okay, ik heb hier 17 cobblestone. En anders moet ik even de one block gaan hakken. Boom. Het dak maken is altijd zo vervelend. Dat is altijd het ergste aan een huis maken. Boom. Oh joh, ik heb zelfs 30 stone brick slabs. Kijk eens aan, dat is perfect. Ja, het dak maken is echt het minst leuke van een huis, hè? Ja, ik vind het zo vervelend altijd. Even kijken, kan ik zo op jouw dak springen? Nope. Okay. Waar kan ik het beste die stone brick slabs geven? Kom maar naar boven gebouwd. Wacht, kan ik niet vanaf hier zo gooien? Okay, nee, dat haal ik niet. Okay, ik kom wel van daarboven. Oh, ik kom denk ik echt net uit met de stairs. Ga ik het halen? Ik denk dat ik het net ga halen. Okay, kijk eens aan. Hier. Boom. Alsjeblieft. Nee. Mik. Je zegt stone brick slabs. Oh. Stone brick slabs. Oh, ik ben echt een sukkel. Okay, nee, dat kan ik ook fixen. Nu heb je ze allebei. Ja, je kan het. Super handig. Ja, dat zeker. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Sorry, het spijt me. Maakt niet uit. Kan er best over komen. En ik denk dat dit ook... Ja, nou ja, precies 36. Nou, dat is ook meer dan genoeg, toch? Ja, dat is perfect. Hoppakee, kijk eens aan. En dan moet ik hier weer even omhoog bouwen. Of je bent nu beneden. Okay, dat is ik handig. Ik ben nu beneden. Ik ben hier dit even aan het... Alsjeblieft. Dankjewel. En dan is het klaar. Ja, ik vind jouw huisje oprecht heel erg leuk geworden. Nou, dankjewel. We gaan eens even kijken van een afstandje. Kijk dus. Oh. Zou je zelfs zeggen dat het zo het mooiste huis op het eiland is? Het mooiste? Misschien... Ja. Ja. Nog net niet. Ik vind het persoonlijk... Kijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet per se mooier. Maar het is een beetje dezelfde stijl. En dat is wel nice. Daar houden we van, inderdaad. Ja. Het is gewoon net... Dat willen we natuurlijk wel hebben. Dat het een beetje allemaal met elkaar overloopt. Het is een zo. Beetje... En dat is het laatste blokje. Ja. En dat is het. Nee. Oeh, het is een beetje Japans zo met die uiteindes. Ja, gaaf, hè? Ja, ik vind het heel erg gaaf. Het enige wat je nog een beetje moet doen is inrichten. Maar dat doe je maar lekker in je eigen tijd. En ik heb hier één grasblok ben ik hier vergeten, zie ik trouwens. Maar dat kan jij ook wel zelf. Hey, Pro, veel plezier in je huis, hè? Doei. Dankjewel.
Doei! En ondertussen zijn die bomen hier ook weer gegroeid. Zo, deze boom is trouwens echt gigantisch geworden. Dan hebben we weer echt meer dan genoeg hout. Ik ga die wandblok hier nog even hakken, want ik heb weer heel veel blokken nodig. Want in de volgende video ga ik iets heel leuks doen. En dat wil je niet. Welkom weer bij een nieuwe wandblok. En ik ben vandaag helemaal alleen, dames en heren. Maar dat is omdat ik vandaag iets wil gaan doen, wat ook niemand mag weten. Ja, zoals jullie weten, komen op mijn wandblok heel veel YouTubers. En ik zie nu dat het nacht is en dat vind ik maar niks. Ik ga gelijk naar bed toe, want ik wil deze video in het daglicht maken. Ik wil dit niet in de nacht doen. Ik zie al creepers en zo en dadelijk gaat mijn eiland kapot. Dus laten we gelijk gaan slapen. En ondertussen dat we slapen, kan ik jou het idee vertellen. Ja, want er komen heel veel YouTubers op mijn wandblok. En die YouTubers die pakken nogal veel spullen. Ja, en aangezien ik nu netherite en diamonds en allemaal dat soort dingen heb, dacht ik dat het wel tijd was voor iets als een geheime bunker. Dus hey, het is weer daglicht. We zijn weer klaar bakken. En waar kan je nou het beste een geheime bunker bouwen? Nu denken jullie waarschijnlijk allemaal, Mick, dat kan je doen onder je platform. Ja, dat is echt een slim idee. Hier zo. Maar ik heb een nog slimmer idee. Ik weet niet of jullie dit dachten hoor. Misschien denken jullie hetzelfde als ik. In ieder geval, mijn idee is de Nether. De Nether. Dat is geniaal. Daar kan ik echt een fantastische geheime bunker maken. Namelijk, de Nether is best wel nutteloos in one block. Ik zal jullie even laten zien waarom. Als je naar de Nether gaat, ja, dan kom je eigenlijk gewoon, ja, op niks. Dit is de Nether. Ik weet niet wat de kip hier doet. Maar kip, ga maar weer snel terug. En schapen zijn hier ook. Waarom zijn jullie hier allemaal? Ga weer gewoon terug, joh. Waarom zou je in de Nether willen zijn? Hier, kom maar. Kom maar. Ik help jullie wel. Ga maar weer terug. Oh, oké. Okay. Gelukkig was die schaap niet geel. Oké, okay, kom op. Kip. Oké, okay, nou ja. Hij mag lekker in de Nether blijven. In ieder geval. De Nether is, ja, zoals je ziet, eigenlijk echt nutteloos. Totdat ik dacht van, hé, hier kan ik een geheime bunker maken. Dit is de perfecte plek om een geheime bunker te maken. Want niemand gaat hier ooit komen. Ik weet het. Super slim. Dus hé, laten we een geheime bunker gaan bouwen in de Nether. En wat hebben we daarvoor nodig? Ten eerste bouwmaterialen. Want ja, anders kan je niks bouwen. Dus ik dacht, laten we even kijken of we iets van... Ah, we hebben helemaal... Ik moet weer nieuwe tools maken. Ja, ik ben dus zeg maar dood gegaan. Daardoor ben ik al mijn tools kwijt. Ja, niet doorvertellen, oké? Okay? Ja, ik voel me echt heel noob. Maar ik had best wel goede diamond tools en die ben ik dus allemaal kwijt. Omdat ik dood ging. Oepsie. In ieder geval, hoppakee. Dit is het enige wat we nodig hebben. Want we gaan gewoon een houten bunker maken. De bunker hoeft ook niet super moeilijk te worden. Gewoon een bunker. Gewoon een houten bunker. Weet je, ik denk dat de Nether al genoeg beveiliging is. Want niemand gaat kijken in de Nether. Dat weet ik zeker. Ik ga daar al mijn lekkere sappige diamonds verstoppen. En zeker mijn netherite. En ik zeg niet als iemand aan mij vraagt van, yo Mick, zou ik wat diamonds mogen, dat ik die niet ga geven. Het is alleen dat ik de enige ben waar ze liggen. Dus jullie moeten ook jullie mond houden, oké? Okay? Want ik wil niet dat jullie het allemaal gaan doorvertellen. Mick heeft een geheim bunker in de Nether. Nee, dat moet je dus niet zeggen, oké? Okay? Laten we deze hele boom hier weghakken. Want dan hebben we echt al meer dan genoeg hout. Hier is namelijk een gigantische boom gegroeid. Maar echt mega groot is deze boom. Dus laten we dit even allemaal meenemen. Zo, hatchee. Even kijken. Ik denk dat ik niet eens zo hoog kan komen. Laten we gewoon hier helemaal omhoog bouwen. Zo, zo, zo. Dan hakken we dit ook even weg. En dan kunnen we van bovenaf kunnen we al het hout meenemen. Dan is deze gigantische boom ook weg namelijk. Even kijken. Is hier ergens nog hout verstopt? Of is letterlijk het ene hout dat er nog is dat wat ik geplaatst heb? Ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Oké, nou helemaal top. Dan hakken we dit nog even weg. Dit is zeker nog iets van 10 hout. Dus ik denk dat als we dit dan verwerken naar planks, dat we dan wel meer dan genoeg hout hebben. Zo, hoppakee. En hier ook nog. Hebben we 31 hout in totaal. Nou, als we dat strakjes, even kijken, we doen alvast de helft naar planks doen. Dit is al bijna meer dan genoeg. Oké, we gaan gelijk door naar de Nether. En ik denk dat het niet heel slim is om deze geheime bunker te bouwen met 42 diamonds op zak. Er is namelijk altijd wel een kans dat ik ga vallen. Dat is er altijd wel. Dus ik wil niet vallen met 42 diamonds in mijn inventory, want dan ben ik al mijn diamonds kwijt. Oké, we gaan naar de Nether en daar ga ik mijn geheime bunker bouwen. Hoppakee. Kijk eens aan, daar zijn we dan. En eigenlijk moet ik een soort van fixen dat ik een laagje naar beneden kan. Of ik moet het... Nee, weet je, ik doe het juist boven de portaal. Dat lijkt me veel slimmer. Want je kan geen water plaatsen in de Nether. Dus ik zou ook niet weten hoe ik, ja, naar beneden kan gaan bouwen. Misschien kan het wel, maar geloof me, dan ga ik... Ja, nee, ik wil gewoon niet vallen. Ik ga vallen als ik dit ga proberen. Oké, daar gaan we dan. Zo, zo, zo. Weet je, nee, ik wil eigenlijk
gewoon nog hoger. Zo. Zo. Dit vind ik een mooi plekje. En dan gaan we hier gewoon een platformpje bouwen nu. Kijk eens aan. Hoppakee. Ja, toch? En ik zie nu al dat we torches en zo nodig gaan hebben, want het wordt hier al gewoon donker. Dus dat gaan we ook nodig hebben. We gaan ook chesten nodig hebben. En deze chestenkamer hoeft echt niet gigantisch te worden. Het enige wat hier in deze chestenkamer moet komen, zijn mijn meest dierbare spullen. En dat zijn waarschijnlijk diamonds, netherite en waarschijnlijk goud, want ik hou van goud. Hoppakee. Ik denk dat dit groot genoeg is. Ja. Nou, dan doen we even zodat het een beetje stylish is. Gaan we hier even die oak logs plaatsen, zo. Gaan we zo een beetje 3 omhoog, zodat je wel lekker kan springen in de bunker. Je wil wel een beetje ruimte hebben. Zo, zo, zo. En zo, zo, zo. Hoppakee. En de rest mag hier weer gevuld worden met plankies. Bam, 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 bam. Heb ik genoeg? Ik denk net niet. Ik denk oprecht dat ik net... Nou, trouwens, ik kan hier ook nog plankies van maken. Dus ja, dan hebben we wel genoeg. Zo, hier maken we een deur. Kijk eens aan. En dan doen we hier opnieuw dit, 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 dit. En hopzakee. Dan moeten we hier straks nog een chest maken. En ik moet eigenlijk daarop springen. Gaat dit goed komen? Wacht, dit hakken we even weg. Ja, dit komt goed. Oh, dat kwam goed. Maar ook net. Oké, we moeten even ladders maken. Zodat we sowieso ook naar boven kunnen gaan. En ik moet een soort van een niet al te opvallende ingang maken. Eigenlijk moet ik er gewoon voor zorgen dat niemand naar de nether gaat. Want ja, dan komen ze ook niet achter mijn geheime bunker. Oké, eens even kijken. Ik heb hier nog wel wat trappen. Ik heb hier ook nog oaklocks. Hey, dat is chill. Oké, wacht. Dan doen we dit zo erin. Even kijken. Oh, ja. Precies op deze manier. Dan moet ik zo pakken. Ik even, dit zal wel genoeg zijn. Dan doen we even zo, 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 zo. Hoppakee, 11 ladders. Nou, meer is wel handig. Zo, en zo, zo. Zo, zo, hoppakee. 20 ladders zal wel genoeg zijn. Ik heb ook een chest nodig. Ik denk dat 2 chesten genoeg is. Ik heb nog een deur nodig. Een deur, die maken we op deze manier. Hoppakee. En dan heb ik denk ik alles. Het enige wat ik dan nog moet doen, is mijn dierbaarste spullen meenemen. Dat zijn mijn diamonds. Dat zijn mijn goud. Ik vind goud heel erg leuk. Emeralds. Oké, laat ik er een beetje wat emeralds ook meenemen. En natuurlijk de netherite scrap. Die ligt hier zo. Hoppakee, kijk eens aan. Ja, ik moet echt nog steeds, zeg maar, netherite ingots en zo maken. Maar dat doe ik een keer in een andere video. Want ik moet daar ook een speciale crafting table en alles voor maken. Dus dat gaat nog best wel een taakje worden. Oké, om nog een enigszins geheime ingang te hebben, dacht ik, doen we het zo. Kijk, en dan plaats ik daar op de ladders. Dat is toch slim, hè? Boom, 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 boom. Kijk eens aan. Dan moeten we hier de oak planks. En dan kom ik letterlijk... Ik kom een blok tekort. Oké, we moeten terug. Ik kom een blokje tekort. Ja, kan gebeuren, hè? 1 blokje hout. Oké, weet je wat? Ik hak deze boom weg. Dan heb ik meer dan genoeg hout. Kijk eens aan. Zo. Boom, boom, boom. Let's go. En dan gooien we dit hout. Zo. Hoppakee. En dan hebben we 20 planks. Nou, dat is meer dan 1 blokje. Namelijk 19 meer. Ik denk dat we nu wel meer dan genoeg hebben. Nu kunnen we onze bunker afmaken. Ik moet nog steeds niet vallen, want ik heb heel veel diamonds op zak. Als ik nu val, ga ik echt huilen. Oké, kijk eens aan. Doen we zo. Boom. En dan weer de ladders. Zo, zo, zo. En eigenlijk moet ik dan gewoon... Oh, oeh. Wacht. Wat deed ik? Ik heb mijn dinges laten vallen. Nee. Ik heb mijn ex laten... Ik druk per ongeluk op Q en ik laat mijn ex vallen. Oké, nou, rip diamond ex. Ik ben echt zo noob soms. Huh? Wat? Ik heb wel mijn ex. Wat? Oké, dat was heel raar. Zagen jullie dat ook? Toen ik ging hakken kwam... Oké, dat is echt heel raar. Oké, wacht. Dan kan ik dus zo... dan plaats ik hier een ladder. En dan plaats ik nu... Waar is mijn... Ik had... Oké, maar nu ben ik gewoon blind. Oké, ik wist dat ik 3 deuren had. Zo, hoppakee. Deurtje open. Dan gaat dit weer vol. En dan ben ik natuurlijk vergeten om torches mee te nemen. Natuurlijk. Maar aan de andere kant hebben we het misschien ook echt niet nodig. Even kijken. Ik heb eigenlijk maar 1 chest nodig, besef ik me nu. Zo, hoppakee. Mijn zeldzaamste spullen zitten erin. Ik kan deze ook nog even dichtmaken. Zo, hoppakee. Dichtmaken. Niet op die manier, maar op deze manier. Kijk eens aan. Dan kan je wel niet meer springen, maar boeien. En dan hebben we nu onze heime chest. En dames en heren, dit tegen niemand zeggen. Oké, dat is even belangrijk, want anders is hij niet meer geheim. Hopelijk komt er niemand achter. En als iemand iets van diamonds nodig hebt, dan ga ik gewoon naar die kamer toe. Ik denk dat dat wel, ik denk dat dit wel een slimme keuze is van mij. Want anders gaan mensen allemaal mijn diamonds en zo stelen. En dat vind ik helemaal niet. Welkom weer terug bij een nieuwe One Block. En deze keer ben ik helemaal alleen. Het is echt heel erg jammer. Ja, geen YouTuber doet mee. Maar we gaan vandaag wel iets super vets doen. En misschien doe ik dit expres wel alleen. Want dan hoef ik het ook
niet te delen met iemand. En waarom hak ik dit ding nou? Jeetje, dat is niet slim. Oké, wacht. Hier staat een boom. Nu moet ik mijn huis fixen. Ik druk er gewoonlijk rechtermuisknop. Maar wat we vandaag gaan doen is netherite, ja, armor maken. En niet alleen netherite armor. We gaan ook netherite tools maken. We gaan gewoon alles netherite maken. En wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk netherite en diamonds. Nou, ten eerste hebben we hier nog wat diamonds liggen. En de andere diamonds, en wat we trouwens ook even gauw moeten doen. Nee, waar? De andere diamonds. Oh, hallo Enderman. Hallo, doei Enderman. De andere diamonds, die liggen natuurlijk in onze geheime bunker. Ja, onze geheime bunker die we in de vorige video hebben gemaakt. Daar moeten we even de diamonds uithalen en alles. En jeetje, wat staan er veel dieren hier in de nether. Vinden jullie het hier leuker of zo? Wat is dit nou weer? Oké, maakt niet uit. We gaan hier naar boven, naar mijn geheime bunker. En daar moeten we even deze diamonds meenemen. Deze netherite scrap. En we hebben ook goud nodig. Dus eigenlijk moeten we letterlijk alles meenemen. Oké, ik mag echt niet doodgaan nu. Want dan ben ik echt alles kwijt. En dan wordt het moeilijk om netherite te maken. Oké, daar gaan we dan. We gaan weer terug naar de normale wereld. Kom op, snel. Yo, let's go. We zijn er. En dat betekent dat ik hier gewoon lekker chill niet dood ga vallen waarschijnlijk. Oké, jij moet ook even dood. Want ik vind jou ook maar niks. Het spijt me. Ik wil jou niet hier. Oké, ik ga denk ik dood. Ja, dat dacht ik al. Maar gelukkig liggen mijn spullen in mijn huis. Enderman, blijf van mijn spullen af. Niet doen. Ik weet dat je boos bent. Het spijt me. Maar je moet gewoon uit mijn huis. Waarschijnlijk ga ik meerdere keren dood. Oh nee, toch niet. Let's go. Oké, laten we beginnen met diamond armor maken. En dat doen we op deze manier. Wat? Ik dacht al, wat is dit nou weer? Zo maak je toch een diamond chestplate? En kijk eens aan, we krijgen de achievement dat we diamonds gebruiken. Yes, deze hebben we ook nodig. Dan hebben we deze hier nog nodig. Dankjewel. En nog een helmpie nodig. Nou, fully diamond, dat hebben we natuurlijk als eerst nodig om netherite te maken. Wat we nu moeten doen, is zo'n netherite tafeltje maken. Netherite crafting table. Of ja, crafting table. Het is gewoon een upgrader. En dat doe je op deze manier. Kijk eens aan. De smithing table. Die hebben we natuurlijk nodig. En wat we dan doen, dan gaan we netherite maken. Alleen, dat doe je volgens mij op deze manier. 4 netherite scraps. En dan hier de gold. Heb ik dit fout? Of doet hij weer buggen? Dit is toch goede... Wacht. Ben ik nou echt zo dom? Netherite. Even kijken. Netherite ingots. Oké. Nu moeten we blijkbaar op deze manier maken. Oké. Nee, dan weet ik het vanaf nu. Wacht. Dit was toch? Ja. Oké, op deze manier moet je het dus maken. Hoeveel netherite ingots zullen we nodig hebben? Laten we gewoon het maximale maken wat mogelijk is. Kijk eens aan. Hoppakee. Yo, let's go. En dan is 3. Nou, 3 is net te weinig. We hebben er eigenlijk 4 nodig. Dan kan ik namelijk mijn kleren in netherite veranderen. Hoppakee. Oké, dan moet ik ook weer mijn kleertjes uitdoen. Kijk eens aan. Dan gooien we het in deze smithing table. Met een ingot erbij. Hoppakee. En dan hebben we een netherite helm. Nou, hoppakee. Dan hebben we ook een netherite chestplate. En dan willen we hier natuurlijk zo. Hoppakee. De netherite schoenen. En nog even de netherite broek. En dames en heren. Ja. Challenge completed. We hebben gewoon volledig netherite nu. Dit is wel absurd hoor. Dit is wel absurd. Het enige wat ik nu nog heel graag wil is een netherite pickaxe ook. Hoppakee. Kijk me dan. Dit is toch light jongens. Ik heb gewoon full netherite in de one block. Weet je hoe ziek dat is? Wacht. Even kijken. Ik wil een pickaxe maken. Zo. Hoppakee. Yes. Pickaxe hebben we nu. En dan als het goed is. Ah, we komen 1 netherite tekort. Oké, wow. We moeten eigenlijk nog even 1 netherite scrap fixen. Als we dat even kunnen krijgen van jou, dan zou het echt heel erg fijn zijn. Ik weet dat netherite zeldzaam is, maar misschien heb ik geluk en krijg ik opeens gewoon supersnel netherite. Het zou chill zijn. Al kan dit waarschijnlijk ook heel lang duren. Dat is ook natuurlijk mogelijk. Hey, we krijgen een diamantje. Hoppakee. Kom op, geef me netherite. Geef me netherite. Ancient debris, dat heb ik nodig. Geef me dat. Kom op, bro. En, oh, ik hoor vuurwerk. Hey, een nieuwe villager. Wat kan ik met jou ruilen? Voor 3 diamonds krijg ik de... Ik weet niet wat ik daarin heb. Ik wil eigenlijk heel graag zand. Maar dat geef jij mij niet, blijkbaar. Dit is op zich wel handig. 9 strings, 33 dirt. Als het dus avond is en er spawnen heel veel mobs, dan
kan ik op zich best wel wat strings fixen, hoor. Dat is op zich wel een goede deal. Want voor de mensen die het niet weten, dirt is best wel zeldzaam op One Block. Namelijk met dirt kan ik mijn eiland groter maken. En een groter eiland betekent meer ruimte. Maar op dit moment is mijn enige missie eigenlijk dat ik even wat netherite krijg. Ik heb maar één ancient debris nodig. En wat krijgen we? Superveel diamonds. Ben ik ook dankbaar mee. Maar ik wil ancient debris. Dus geef mij ancient debris. Dankjewel. Doe het gewoon even, ja? En ja hoor, dames en heren. Ancient debris. Let's go. Hoppakee. En hoppa. Oké, die gaat gelijk de oven in. Zodat het netherite scrap wordt. En dan kunnen wij. Jazeker. Gewoon een fantastische netherite pickaxe maken. Nou, als er een pickaxe snel kan hakken en goed is, dan is het een netherite pickaxe. En dat is de pickaxe die we nodig gaan hebben om deze one block zoveel mogelijk te hakken. Hoppakee, let's go. Zou de netherite scrap al klaar zijn? Zou die al klaar zijn? Kom op. Ja, 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 ja. Oké, let's go. Dan kan ik nu de netherite scrap. Zo, doen we hier de gold. Hoppakee, dan hebben we een netherite ingot. Dan gaan we naar de upgrader. Pickaxe erin. Netherite ingot. Erin. En we hebben hem. De netherite pickaxe. OMG. Dit is insane. Let's go. Ik zeg je heel eerlijk. Ik denk dat het wel eens tijd wordt om misschien in de toekomst. Ik weet niet of het kan. Maar nee, het kan eigenlijk helemaal niet, besef ik me nu. Of misschien wel. Misschien via villagers. Maar het lijkt me wel dik als we in one block de Ender Dragon kunnen verslaan. En we krijgen gewoon nog een netherite of een ancient debris. Dat betekent dat ik dus ook een netherite axe kan maken. Dat is ook top. Let's go. Gooien we die gelijk erin. Goud hebben we ook genoeg. Dan gooien we die hierin. Zo, hoppakee. En dan kunnen we dadelijk ook gewoon een fantastische netherite axe maken. Dan hebben we gewoon eigenlijk alles heel erg OP. Het enige wat we dan nog even moeten fixen is een enchanting table. Ik ga even spieken wat ik ook weer allemaal nodig heb voor een enchanting table. Dat kan ik op zich wel maken. Ik heb dan een boek nodig. Daar heb je natuurlijk papier voor nodig. En papier, dat kan je natuurlijk fixen met sugar canes. Nou, sugar canes, die hebben we hier. Wacht even hoor. Hoppakee. Kijk eens aan. Zo. Dan drop ik even dit. En dan pak ik even de sugar canes op. Kijk eens aan. Oké, wacht. Dan papier. Wat hadden we nog meer nodig voor papier na sugar canes? Nog iets extra's? Dit zijn... Ah, dit is bamboe. Oh my god. Oh, ik ben zo dom. Ik weet niet waarom ik dacht dat het sugar canes waren. Sorry, dames en heren. Het spijt me. Zo, hoppakee. Zo. En dan zo. En dan, ja, prima. Oké, we hebben dus bamboe eigenlijk nodig. Waar is die ene villager? Misschien, die ene villager had volgens mij geen bamboe. Ja. Eigenlijk is het wel heel nice als we in de volgende video iets van enchanting kunnen fixen. Dat zou echt heel nice zijn. En dan kunnen we misschien ook via de villagers op een manier richting de Ender Dragon. Want als we de Ender Dragon hebben verslagen in Minecraft, dan zeg ik je heel eerlijk, dan hebben we de one block wel uitgespeeld. Oké, even kijken. Hoe gaan we dit doen? We doen zo. Boom. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk veel meer netherite scrap nodig. Ik weet niet waarom ik dacht dat ik met één netherite scrap al genoeg heb. Maar je hebt natuurlijk meer netherite scrap nodig dan één. Oké, dat was even heel nieuw. Ik dacht even dat een netherite scrap een netherite ingot was volgens mij. Want ik wou een netherite axe maken. Maar dan hebben we dus... even denken, wat is het ook alweer? Kijk, kan ik deze oppakken? Nee, nu wel waarschijnlijk. Als ik niet eerst die oppak. Maar natuurlijk doen we dat. Maar we hebben 4 netherite scrap nodig. Dat was het. Of 3? 3 of 4? Nee, 4 volgens mij. We hebben 4 netherite scrap nodig. Nou, dat gaat op zich wel snel, want we hebben er nu al 3. 1 zit al in de oven, volgens mij. Even kijken. Jazeker. Dan kan deze ook nu erbij. Dan hebben we er dus al 3. Nou, dan hebben we er nu nog 1 nodig. En dan kunnen we die netherite axe maken. Ik had niet verwacht dat netherite zo makkelijk zou zijn op one block. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik klaag niet. Als we de netherite axe hebben, dan hebben we wel de netherite game, zeg maar, uitgespeeld. Dan is dus het volgende level enchanten. En het level daarop is natuurlijk die Ender Dragon. Gewoon killen. De vraag is natuurlijk wel, kan dat in one block? Want misschien is er helemaal geen Ender Dragon in one block. Aangezien de nether er ook best wel raar uitziet, kan het zo zijn dat de end misschien ook maar 1 blok is. Je weet het niet. In ieder geval, misschien kan ik via villagers endportalen kopen. Als dat mogelijk is, dan kunnen we dus op een manier naar de Ender Dragon. Nou, one block, geef mij eventjes een fantastische netherite scrap. Dan kan ik mijn axe ook netherite maken. Of ik bedoel, one block, geef mij een
ancient debris. Hé? Zo noemen we dat. En ik ben al een tijdje de one block aan het hakken. Volgens mij wil hij mij niet gunnen. Ik krijg het gewoon niet. Ik krijg het oprecht niet. Dit is een beetje jammer. Zal je me altijd zien? Dan heb je er één nodig. En die ene duurt dan gewoon heel erg lang. Maar echt gewoon heel erg lang. Hij wil gewoon niet komen. Kom op, bro. Geef me er één. Ja, diamonds. Die krijgen we echt meer dan genoeg. Maar we zijn op het volgende level. We zijn op de netherite level. Die diamonds zijn verleden tijd. Ja, ze zijn ook wel leuk. Je mag me nog steeds diamonds geven. Daar niet van. Maar ik wil eigenlijk nu ook wel heel graag gewoon een beetje netherite. Ja, gewoon een beetje ancient debris. Come on. Nee, ik denk dat we de one block heel lang moeten hakken nog. En ik ben aan het hakken, maar ik hoorde opeens vuurwerk. Dus dat betekent dat ergens op dit eiland een nieuwe villager staat. Ik weet alleen niet waar. Zou die onder mijn eiland zitten of zo? Dat kan natuurlijk ook. Even kijken, villager, ben je hier ergens? Hallo? Willy... Philly de Villy, ben je ergens hier? Nee, volgens mij niet. Misschien is hij achter mijn huis of op mijn huis. Dat doen villagers ook vaak. Dan gaan ze op mijn huis staan. Ik weet niet waarom. Maar ik ben echt al lang aan het hakken. En die laatste ancient debris, die komt echt gewoon niet. Even kijken, villager. Nee, ook niet. Wat? Is hij echt op mijn huis? Wacht, is hij echt op mijn huis? Hallo, villager. Ja, oké. Okay, dat dacht ik al. Even kijken. Jij kan een bel, cobblestone. Kijk eens aan. Hoppakee, dat is echt heel erg fijn. Dankjewel, villager. Dankjewel. We hadden namelijk echt zand nodig. Oké, die ga ik ook gelijk in de chest doen. Of eigenlijk moet ik die gewoon in de oven gooien. Want ja, daarom hadden we glas nodig. Zo, hoppakee. Boom, zand erin. Ingots eruit. Kijk eens aan. En dan hebben we eindelijk glas. Want we hadden echt moeite met glas krijgen. En wat? Wat is de kans? Dit is echt ziek. Dit is echt heel erg ziek, jongens. Ik ben oprecht al heel lang bezig. En het lukte me maar niet. Oké, even kijken. Hoppakee, kijk eens aan. Dan hebben we dat ook gelijk. Boom. En dan nog één netherite scrap uit die oven. En dan kunnen wij een fantastische netherite eggs maken. En dan hebben wij alles van netherite. Hoppakee, let's go. Oké, daar gaan we dan. Boom, boom, boom. Even kijken. Kijk eens zo. Hoppa. En netherite ingot. Dank u zeer. Dan doen we boom, boom, boom. Let's go. Fully netherite neef. Oké, wat we ook nog kunnen doen. Is nu met het glas zo. En dan doen we dat glas even. Boom. Wow, glass planes wil ik. Hallo? Ben ik nou echt? Hè? Oké, okay, ik snap het even niet. Glass planes. Dat kreeg... Oh, op deze. Oké, okay. Ik kom er één tekort. Ik dacht dat het net zoals als slabs was. Maar dat had ik even fout. Zo, 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 zo. Hoppa, glass planes. En dan kunnen wij, boom, hier eindelijk mooie raampjes in doen. In plaats van dit lelijke gebeuren. En ik had ook aan Jesse en de pro beloofd. Dat als ik ramen had, dat ik ze voor hun erin zou doen. Dus kijk eens aan. Boom. Wacht. Dit is natuurlijk niet mooi met glasspanes. Hij moet eigenlijk normaal glas erin, besef ik me nu. Oké. Ik ga voor Jesse normaal glas regelen. En voor de pro, die zal de glasspanes wel leuk vinden, denk ik. Dus dit doen we zo. Hoppakee. Kijk eens aan. En dan doen we hier. Oh, oh. Ik zag daar een creeper. Oh, oh. Ik schrik me echt kapot. Die creeper staat daar heel eng. Oké. Ik denk dat het beste is dat ik dat even oversla voordat de pro's huis straks kapot is. Boom, hier nog wat glas. Ik kan trouwens van naar binnen doen. Dat is echt wel slim. Zo, hoppakee. Daar was die andere villager dus blijkbaar. Oh, die villager is er dus ook nog steeds. Die voor strings wil. Even kijken. Hier doen we nog even glas. Zo, en hier moet nog glas. Ik haal dit gewoon eerst even allemaal weg. Net zo makkelijk natuurlijk. Boom, en boom. Boom, kijk eens aan. En dan bam, 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 bam. En hier nog glas, glas. Hoppakee, kijk eens aan. Oh, en die plastic ongeluk, dat is zonde. Dan heb ik dus nu alles glas gemaakt. En waar is die spin die ik hoor? Ik zie hier een zombie op het dak. Kom maar, zombie. Kom dan. Kom dan, jongen. Kom dan, kom dan. Lekker voor je. Waar is die spin? Ik wil vechten met die spin, want dan krijg ik misschien strings. En daar kan ik dirt mee kopen. Maar ik zie hem niet. En ik heb ook geen zin om die creeper tegen te komen. Dus weet je, ik laat die spin wel gewoon met rust. In ieder geval, dames en heren, we hebben alles netherite. Ik ben super tevreden. Dit was weer een super goede dag op de one. Welkom weer bij een nieuwe one block. En ik heb hier volledig netherite aan. En het voelt eigenlijk alsof ik deze one block een beetje heb uitgespeeld. Dus ik was een beetje aan het rondzoeken op mijn one block wat ik nog kan doen. Ik kan bijvoorbeeld nog een enchanting table maken. Er valt nog heel veel te doen. Ik kan meer YouTubers uitnodigen. Ik kan mijn huis vergroten. Dus ik was een beetje zo aan het rondkijken van hoe kan ik mijn huis
vergroten. Dus ik zou naar dit huis kijken. Want nou ja, ik zou bijvoorbeeld een platform groot kunnen maken. Ik zou hem in de hoogte groter kunnen maken. Hallo, Pigman. Ik zou misschien in de Nether. Want in de Nether hebben we natuurlijk ook nog een klein gebied. Daar zou ik bijvoorbeeld iets kunnen maken. Ik zou hier één groot huis ook kunnen maken met meerdere verdiepingen. Er was nog best wel veel te doen. Maar ik was dus zo aan het rondkijken zoals ik nu uitlegde. En toen zag ik opeens dit. Ik liep langs Leslie's huis en ik zag zeg maar dit. Nou, dat heb ik dus echt nog nooit gezien. Dit ziet er zo raar uit. Ik weet niet wat dit moet voorstellen. Ik ben er ook nog niet naartoe gesprongen of zo. Het lijkt een beetje, ja, het lijkt op een portaal. Maar tegelijkertijd lijkt het ook gewoon op een plasje water. Ik heb geen flauw idee wat het is. Ik wilde heel graag inspringen. Daarom dacht ik toen gelijk mijn opnameapparatuur aan. Want dan kunnen wij hier samen inspringen. En kijken of er wat gebeurt. Misschien gebeurt er helemaal niks. Laten we eerst even kijken of toevallig de pro-speler thuis is. Want ja, het lijkt me wel leuk om samen met hem erin te springen. Hallo, is er iemand thuis? De deur staat wel open. En... nee, er is helemaal niemand thuis. Oké, dan moet ik dit in mijn eentje dus gaan doen. Weet je, ik doe dit liever als het daglicht is. Dus laten we sowieso even naar mijn slaapkamer gaan. Dan gaan we op zijn minst even slapen. Zodat we in het daglicht in deze gekke waterplas slash portaal kunnen gaan springen. Ja, het is dag, dames en heren. En daar gaan we dan. Dit wordt me toch een avontuur, daar zeg je u tegen. Laat ik sowieso even al mijn spullen in de chest leggen. Voor het geval dat ik dood ga. Want het zou heel zonde zijn als ik al mijn spullen kwijt ben. Dus zo, hoppakee. Laten we even alles in deze chest leggen. Zo. En de Netherite Armor. Natuurlijk het meest zeldzame wat ik heb. Laten we die ook in de chest leggen. Nu kan ik, zonder dat ik iets verlies, erin springen. Misschien ga ik wel dood. Misschien gebeurt er helemaal niks. Ik heb geen idee. Laten we in dat vreemde, plasje water springen. Die er opeens uit het niets is. Oké, zijn jullie ready? Daar gaan we dan. 3, 2, 1, let's go! Oké, wat? De one block is voorbij. Ik sprong in een portaal en dat was het einde. Ja, wil je nou zien waar ik terecht kwam toen ik door dat portaal sprong? Dan moet je snel op deze video klikken. Ja, dan kan je dus zien wat er gebeurt toen ik door het portaal sprong. Toen kwam ik namelijk in een nieuwe wereld. En als je dat wil zien, klik snel op deze video. Want het is echt heel erg vet. Ik hoop dat jullie genoten hadden van deze film. En check deze video. En dan zeg ik, Mick out.